Dames en heren, als iedereen bijna zijn plekje gevonden heeft, dan zou ik graag willen beginnen vandaag met de raadsdebatten van dinsdag 22 januari 2019. Ten eerste een woord van welkom aan de kijkers en luisteraars thuis. Ik hoop dat jullie het ook vanuit jullie eigen huis volgen vandaag. Een woord van welkom ook voor de mensen op de publieke tribune, de burgemeester en wethouders. En natuurlijk voor de raadsleden. Welkom allemaal vandaag. Laten wij er een mooi debat van maken. De punten die vandaag geagendeerd zijn, dat zijn maar liefst 8 stuks. De bovenverordening gemeente Twenterand 2018. Agenda punt 2, bestemmingsplan buitengebied Twenterand is van de kaart, inderdaad. Ik zag al een wegwerpgebaar. Die is ingetrokken door de CDA-fractie en daardoor niet langer op de agenda vandaag. Punt 3 gaan wij behandelen, startnotitie Vitaal Sportpark Het Midden. 4, herpositionering jongerenwerk oktober 2018. 5, verdeling subsidiegeld in 2019. Agenda puntje 6 vandaag, een motie vertrouwensexperiment bijstand. 7, verzoek deelname P10. En 8, vuurwerk in Twenterand. Uiteraard gaan we proberen vandaag alle agendapunten te behandelen. En ik begreep wel dat er ook wat mensen verhinderd waren morgen, maar dat, dat moet de avond even uitwijzen hoe vlot dat allemaal gaat. Even een punt van aandacht nog is het, u ziet dat de wethouder Paters nog niet aanwezig is. Nog een overleg elders in den landen. En ik begreep dat hij met het openbaar vervoer zijn weg richting Twenterand weer aan het zoeken was. Dus ik hoop dat hij met de weergoeder hem een beetje gezend zijn, nog ook de spoortechnisch. Dat hij tijdig geweest zou zijn. Dus wat dat betreft moet ik even afwachten hoe laat hij er is. Alvorens agenda punt 3 en 4 gaan doen. Dus het kan zijn dat er iets verschuiving is in de agendapunten van vandaag. Zou ik graag willen aanvangen met agenda punt 1. Bovenordening gemeente Twenterand. Alleen de VVD-fractie is er daarvoor aangemeld. Dus ik zou graag het woord willen geven aan de heer Kobus van de VVD-fractie. En de spreektijd bij dit agendapunt is 5 minuten. Heer Kobus, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. 5 minuten is rijkelijk lang. Als ik zie dat alle andere punten 3 minuten zijn bedeeld, vraag ik me af waarom dit dan 5 minuten is. Maar ik heb ze niet nodig. Ik heb maar een korte opmerking. In de nieuwe verordening is ons opgevallen het volgende, waarbij het voor ons niet helemaal duidelijk is hoe dit nou zit. In de verordening staat dat paragraaf 2.3, de welstandstoetsing, is vervallen. Wat betekent dit? Is er geen toetsing meer nodig voor welstand of slechts beperkt? Hoofdstuk 9 gaat over welstand en over de stadsbouwmeester. Kan de portefeuillehouder toelichten hoe dit nu zit? Wanneer is er nog toetsing nodig en wanneer komt dan de bouwmeester, zijnde het, de stichting, het overzicht, in beeld? De VVD heeft er in het verleden voor gepleit om die stadsbouwmeester alleen in bijzondere gevallen in te schakelen en een reguliere bouwaanvraag voor een simpele verbouwing, zoals een carport of een dakkapel of een andere kleine verbouwing, ambtelijk af te doen. Is dit in de toekomst mogelijk? Ambtelijk zou een aanvraag aan regels kunnen worden getoetst. Wanneer dit niet kan of onduidelijk is, zou alsnog een bouwmeester kunnen worden ingeschakeld. Kunt u aangeven of u het met ons eens bent dat dit de tijd en kosten zou kunnen besparen? Dank u wel. Dank u wel, de heer Kobus. Er zijn wat vragen aan u gesteld, wethouder Harmsen. En ik zie dat u gelijk daarop wilt antwoorden. Aan u het woord, wethouder Harmsen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik denk dat het best een interessant onderwerp kan zijn om toch nog eens een keer met elkaar over te hebben. Over de welstand, wel of geen bouwmeester, dat soort zaken. Wij zijn intern ook mee bezig van wanneer is het wel of niet nodig, wat zijn de vereisten. Om ook te zorgen dat we de bouw zo soepel en snel mogelijk kunnen laten verlopen binnen Twenterand. Wat ik net zei, van intern zijn we daarmee bezig om te kijken van wat is de meerwaarde op sommige plekken. Wanneer kan die welstandsvrij of niet. Maar dit is eigenlijk zoals het er nu ligt. Deze bouwverordening is een kleine technische aanpassing. Dus daarom geeft u ook aan volgens mij van ik heb de tijd niet nodig, de 5 minuten. Ik heb even een korte vraag. Wanneer wel geen welstandstoetsing... Even denken wat ik daarover kan zeggen. Of ik moet even later een terugkoppeling geven, want dan gaan we toch even wat meer de inhoud in de diepte. Ja, dan kom ik even met een toezegging. Maar ik vind het wel een interessant punt. Die wij dus interessant of intern ook gaan oppakken van hoe gaan wij om met welstand, stadsbouwmeester, dat soort zaken. Dus daar zijn we wel mee bezig. Weet dus dat loopt, CQ gaat lopen. Die andere toezegging krijgt u nog even van mij. Want het is eigenlijk deze bouwverordening puur een technische aanpassing, verder niet.
En dan die andere krijgt u nog even mij op de mail. Ja? En nogmaals, als u dus daar ook als raad wat van vindt, u kunt hem inbrengen. U kunt met de raad ook over oordelen met elkaar. Dan gaan we daarmee aan de slag. Dank u wel, wethouder Harmsen. Dan ga ik ervan uit dat hiervoor geen tweede termijn nodig is. Ik kijk wel even naar de heer Kobus van de VVD. En dan eigenlijk aan u de vraag of dit richting akkoordagenda mag al voor 5 februari. Of dat u het wel bespreken of ik hoor een toezegging dat er wat. Dan denk ik dat we deze mogen noteren voor de bespreekagenda op 5 februari bij de raadsvergadering. En ik zie dat daar niemand tegenstander van is. En dan kunnen wij deze ronde zonder tweede termijn afsluiten. Komen wij bij het agenda punt 2. Die is ingetrokken, dus die kan sowieso naar het akkoordagenda. Kijk even naar mijn buurman, de rivier. Dus agenda punt 2, bestemmingsplan buitengebied Twenterand. Die komt ook op de akkoordagenda voor raadsvergadering van 5 februari 2019. En zo gaan we vrij vlot door richting agenda punt 3. Startnotitie Vitaal Sportpark Het Midden. Sorry, zoals ik al aangekondigd had, de heer Paat is nog niet aanwezig. Dus agenda punt 3 en 4 laten we even tot nadere orde, tot de heer Paat aanwezig is. Dus we gaan eerst even verder met agenda punt 5, mijn excuses. De verdeling subsidiegelden in 2019, maar wederom portefeuillehouder de heer Harmsen. En de PVV mag als indiener als eerste het woord. Dus de heer Veldmeijer van de PVV-fractie aan u het woord. En de spreektijd bij dit agenda punt is 3 minuten. Dank u wel, voorzitter. Wij zitten nog niet zo lang in de raad, dus ik ben niet op de hoogte van alle ins en outs. Dus wellicht stel ik wat vragen die voor u gesneden koek zijn. Daarvoor alvast de excuses. Voorzitter, de raad heeft 4 miljoen vastgesteld voor subsidies. Wij hebben hier gewoon een aantal vragen over en het is tenslotte een raadsdebat. De vraag is, vraag 1 is, hoe komt het bedrag van 4 miljoen tot stand? Dat is vraag 1. En wie bepaalt de rechtmatigheid en de doelmatigheid van de aanvragen? Dat is vraag 2. Vraag 3 is, wie zit er allemaal in de commissie die de rangordelijst bepaalt bij de overschrijding van die 4 miljoen? En als we het stuk zo, als wij het stuk lezen, dan kunnen wij volgens mij, althans de raad, die kan kaders meegeven voor 2020. Kan de raad dan ook zeggen, nou, de subsidie moet 3 miljoen worden, of de subsidie moet opgeschroefd worden naar 5 miljoen. Zit die rector in? We waren ook verbaasd over de subsidieaanvraag van het punt van 7 ton. En gewoon de vraag, we nemen aan dat het waar is, maar wat kunt u iets vertellen over de onderbouwing van die 7 ton? En wanneer subsidie bedoeld is om tekorten te dekken, bijvoorbeeld bij Reflection, wordt er dan ook gekeken door het college naar de oorzaken van deze tekorten. Met andere woorden, wordt hier beleid opgevoerd. En kunt u voor ons in Jip en Janneke taal uitleggen, en we zien het steeds terug, dat vanwege een bepaalde indexering er minder subsidie wordt toebedeeld dan oorspronkelijk is ingediend. Kunt u die indexering, hoe dat werkt, even in Jip en Janneke in klare taal uitleggen? En is er wat betreft subsidies controle op de doelmatigheid en rechtmatigheid van subsidies achteraf? En we zijn verbaasd over het feit dat tot de nek in de drek subsidie krijgt. Want als je kijkt naar de kaarten die mensen moeten betalen, die zijn inmiddels opgelopen naar 50 euro per persoon. Dan krijgen ze nog 3,30 euro per bezoeker. Kan die subsidie, wij denken als subsidie eraf gaat, dat tot de nek aan het rek gewoon doorgaat. Maar is die subsidie nog steeds nodig? En dat waren de vragen tot zover, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, meneer Veldmeijer, voor uw bijdrage. Dan geef ik graag het woord aan, de heer Stolten van de GBT-fractie. Meneer Stolten, aan u het woord. Oké, dank u wel, voorzitter. In tegenstelling tot de PVV hebben wij geen twijfel over de toekenning van subsidies. Het gebeurt allemaal volgens de algemene subsidieverordening en die hebben wij als gemeenteraad zelf aangenomen.
En dat gebeurt op basis van de doelen die in de programmabegroting staan. En die hebben wij als raad zelf aangenomen. Er zijn dit jaar 70 aanvragen geweest. Het totaalbedrag is 4 miljoen. Er is zelfs nog een extra bijdrage geweest vanuit het Rijk, 250.000 euro voor onderwijs achterstandenbeleid. Het is allemaal het bewijs dat we een heel actieve gemeente hebben met veel activiteiten. We zijn er heel blij mee. En wat de controle betreft, ja, dat gaat via de jaarrekening. En er komt vast nog een beraap en dan kunnen wij dat allemaal weer zien. We zijn blij dat de organisatie van Tot Nek in het Rijk die subsidie ontvangen heeft, want dat draagt heel erg bij aan de promotie van Twenterand. Wij vragen nog wel aan de wethouder, heeft het walking voetbal, het wandelvoetbal in Westerhaar ook subsidie ontvangen? Want in deze raad zit nog een aantal mensen, die, waaronder ik zelf, die nog wel wat beweging kunnen gebruiken. En wellicht kan onze regionale reporter van Delta ook nog wel wat beweging gebruiken. Dus dan komt het allemaal weer goed. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, meneer Stolte. Mevrouw de oude wet en wethouder Harmsen, er zijn wat vragen aan u gesteld. Wel even de opmerking daarbij dat er ook wat technische vragen zijn gesteld door de PVV-fractie. Wat ook vooraf gekund zou kunnen. Dus uiteraard ben ik benieuwd naar beantwoorden, maar de technische vragen die zijn gesteld, die kunt u denk ik nog niet beantwoorden. Aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, die subsidiebedragen, het is uiteindelijk iets wat de raad vaststelt. Dat zijn de kaders waar wij binnen wij handelen. Dus ook die 4 miljoen. Als u zegt van we willen naar 1 miljoen, dan moet u dat als raad doen. Ik zou het niet aanraden, maar het is een keuze die u als raad heeft. Doelrechtmatigheid, nou, dat is gewoon een commissie. Ook die kaders hebben wij vastgesteld. Op die manier gaan zij gewoon toetsen. Dus zij geven ons een advies en met de kaders die zij vaststelden, de raad. En zij toetsen dus echt die rechtmatigheid. Dat is het doel waarmee zij toetsen. En daar kunnen wij als college van afwijken. Als er bijvoorbeeld een bijzondere oorzaak is, want u geeft bijvoorbeeld aan reflection. Maar daar gaan we even wat inhoud in, daar wil ik niet te veel diepte. Maar als er wel een bijzonderheid is waarvan wij als college zeggen van nou, dat is een zeer bijzondere situatie. Of het zij iets met ziekte wat er is geweest. Dan kunnen wij daar als college gewoon van afwijken. Dus zij geven ons een eerste handvat waar wij mee aan de slag gaan als college. Wie zit er in de commissie? Ja, ik ben wel benieuwd van ja, wat is het doel van deze vraag? Wilt u functies, namen, dat soort dingen? En anders zouden wij gewoon dat, ik vind het ook redelijk technisch, zouden we dat aan moeten leveren. De kaders 2020, nou we hebben een informatieavond gehad, of eigenlijk een raadsinformatieavond gehad met de raad. Om te kijken van hoe kunnen we het subsidiebeleid verder vormgeven in de Twenterand 2020. Ik kreeg ook terugkoppeling, kon er helaas zelf niet bij zijn, maar dat het een leuke, interessante avond was. Waarmee we de raad ook willen uitdagen van ga samen die zoektocht aan, zowel met instellingen of organisatoren van hetzij evenementen of andere dingen. En met het college om te komen tot een subsidiebeleid die past bij de tijd van nu. Want we hebben allemaal met elkaar wel ervaren dat er soms wat problemen zitten in subsidiebeleid van ook flexibiliteit, dat soort dingen toekennen. En we zeggen van nou, ga vooral met elkaar die zoektocht aan hoe we dat beter kunnen vormgeven in Twenterand. Dus dat zijn de kaders voor 2020, die bepaalt u als raad. En het enige wat ik kan doen is een mooi voorzet geven. En daar zijn we ook mee bezig, om echt die flexibiliteit, dat soort dingen daaraan toe te voegen. En uiteindelijk hopen wij dat we deze zoektocht verder kunnen doen laten slagen met u als raad en met de instelling. Even kijken, die 7 ton die vind ik technisch, die van Reflection ook. Indexering is ook technisch, controle achteraf. Ja, dat is ook volgens de kaders die zijn gesteld. En de subsidie onnodig van Tot het Nek in het Rek. Ja, we hebben daar een keuze in gemaakt. En als u anders van mening bent, dan mag. Daar zullen wij dan niet uitkomen, denk ik. En even kijken, GBT, walking voetbal. Krijgt hij nog subsidie? Ja, dan moet ik even die hele lijst doorakkeren. Dus die krijgt u van mij ook nog even teruggekoppeld. Ja? Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, wethouder Harmsen, voor uw antwoorden. U heeft een toezegging gedaan, hoor ik. Richting de walking voetbal, als u hierna zou kijken voor de subsidie. Dus, wat antwoorden geven richting de PVV-fractie. Ik kijk even of er nog een tweede termijn nodig is. Ik zie knikken van de heer Veldmeijer. Dus de heer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter.
Ja, wie zit er allemaal in de commissie, inderdaad. Ik hoef geen namen te weten of man of vrouw zijn, of welke leeftijd. Maar ik bedoel, door wie wordt zo'n commissie aangesteld en wat is de achtergrond van die mensen? En wisselt zo'n commissie op een gegeven moment ook van samenstelling? Dat bedoelde ik eigenlijk met die vraag. Kijk ik naar portefeuillehouder Harmsen, tenzij er... Nee, ik zie het niet. Voelt u nog de behoefte om te antwoorden of zegt u dit zijn technische vragen waar ik nu niet wat mee kunt? Dan aan u het woord, portefeuillehouder Harmsen. Ja, misschien een hele korte toelichting. Inderdaad, het kan van samenstelling wisselen. Ik kan er wel even ook een terugkoppeling over geven later, hoe die is samengesteld. En weet dus dat zij puur technisch toetsen. Dus ze gaan niet op basis van wat zij er zelf allemaal van vinden, maar ze kijken puur de kaders die zijn vastgesteld door de raad. Op basis daarvan toetsen zij. Dus dan geven zij advies. Dus puur de punten die wij hebben opgesteld en dan, daar moeten we aan voldoen. Dank u wel voor uw antwoord, wethouder Harmsen. Vind ik even een lastig punt om een conclusie over te trekken, maar volgens mij, ik zie niet direct aanleiding voor verdere agendering richting de raadsvergadering. Dus volgens mij is dat punt voor nu voldoende besproken en wellicht dat een ander moment nog weer terugkomt in het debat. Dus dan zou ik graag door willen gaan met agenda punt 6. En dat is de motie vertrouwensexperiment bijstand van portefeuillehouder van Abema. En daarbij geef ik wederom graag in de eerste termijn het woord aan de heer Veldmeijer van de PVV-fractie als indiener van dit onderwerp. De heer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Toen ik dit schreef, had ik die reactie nog niet gelezen van het college. Die heb ik inmiddels ook gelezen. Maar ik neem aan dat de PvdA hier op de reactie ook van het college wil reageren. Dus vandaar ook dat we onze bijdrage toch in stand hebben gehouden. Voorzitter, op 7 november 2017 is een motie aangenomen, unaniem, door deze toenmalige raad, waarin eigenlijk wordt gevraagd een groep langdurige mensen in de bijstand te voorzien van een soort basisinkomen. En de teneur van deze raadsbrief, of van de raadsbrief, is dat er eerst minimaal 140.000 euro moet worden geïnvesteerd alvorens met het project vertrouwensexperiment kan worden begonnen. En dat er ook geen garanties kunnen worden afgegeven over de resultaten wat betreft uitstroom naar werk. Terwijl we nu een uitstroom hebben, als je stukken goed leest, van het afgelopen jaar, die ligt op 16%. En natuurlijk, het doel moet zijn om zo min mogelijk mensen in de bijstand te hebben. Want dit kost een gemeente nou eenmaal veel geld, heel veel geld. En we zien dat landelijk, dat er inmiddels meer statushouders, niet-westerse allochtonen in de bijstand zitten, niet in procenten, maar in absolute aantallen, dan de autochtone bevolking. En dat is een enorme toename van de kosten voor gemeentes. En vandaar ook dat ik aan de gemeente wil vragen, statushouders krijgen een vergunning voor 5 jaar. We lezen allemaal de berichten dat grote delen van Syrië inmiddels veilig zijn. Gaat de gemeente een actief beleid voeren om die statushouders weer richting Syrië te krijgen, zodat ze hun land weer kunnen opbouwen. En de PVV vindt dat de bijstand bedoeld is voor mensen die buiten hun schuld om niet in een inkomen kunnen voorzien. En mensen die wel kunnen werken, maar niet willen, zouden gekort moeten worden op een uitkering. Want doe je dat niet, dan komt de verzorgingsstaat in gevaar. En de vraag is dus hoe je het aantal mensen in de bijstand naar beneden brengt. En de PVV kiest dan voor de methode van het korten of intrekken van de uitkering wanneer mensen wel willen werken of wel kunnen werken, maar niet willen. En de vraag is, ik zou graag van het college willen weten van de wethouder, hoe is dit beleid op dit moment geregeld in de gemeente Twente? Want wordt hier actief beleid opgevoerd en hoe ziet dat er ongeveer uit? En voor de mensen die echt niet kunnen, daar moeten we, vinden wij, heel goed voor zorgen. En de PVV vindt op dit moment het huidige beleid, geven wij het voordeel van de twijfel. En we hopen natuurlijk dat de uitstroom de komende jaren boven de 16% uitkomt. En we zijn zeer benieuwd naar de opvattingen van de andere fracties, voorzitter. Dat was het. Dank u wel, meneer Veldmeijer, voor uw bijdrage. Dan geef ik graag het woord aan de CDA-fractie.
terwijl we een klein deuntje erbij horen achteruit de zaal, hoor ik. Ja, kijk, ik hoop niet dat u afgeleid bent. Ik geef graag aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, bijzonder. Allereerst, als je de raadsbrief leest, kom je op enig moment een uitspraak tegen dat door middel van de huidige inzet van de bijstandsconsulenten in het afgelopen jaar gebleken is dat er zo'n 90 mensen die in de uitkering zaten aan het werk zijn geholpen. En ik denk dat dat een heel belangrijk gegeven is, dat is succes. En complimenten wat dat betreft vanuit de CDA-fractie voor deze inzet. Een gevolg daarvan is overigens ook dat er 90 uitkeringen voor ieder zo'n 15.000 euro, dus 1,3 miljoen, niet moet worden uitgekeerd, maar uiteindelijk in de gemeentekas komt. Vraag aan de wethouder op dat punt, want dat is de integratieuitkering sociaal domein die van de overheid komt, van het Rijk. Hoe gaan we met dat bedrag om? Kunt u eens aangeven hoe dat, want dat is nu een bekendgegeven voor 2018, hoe dat ook landt in de begroting 2019? Want als het zo blijft, is dat ook een voordeel wat in 2019 voor de gemeente is. Dus al met al een stevige inzet van de consulenten. Je zou kunnen zeggen, ja, maar waarom dan niet meegaan in dat bijstandsexperiment? Nou, wat ons betreft, wat de CDA-fractie betreft, is dat dus niet aan de orde, want de huidige benadering is succesvol. Dus ons standpunt is geen deelname. Maar ik moet wel zeggen dat de raadsbrief zelf geen duidelijk advies geeft. Dat vind ik wel jammer. En misschien kan wat dat betreft de wethouder daar nog een verdere toelichting op geven hoe het college er tegenaan kijkt. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, meneer Kerkdijk, voor uw bijdrage. Ik geef graag het woord aan de VVD-fractie. De heer Kobus, aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik denk dat wij in grote lijnen meegaan met wat de CDA zojuist heeft gezegd. We hebben kennis genomen van de raadsbrief omtrent dit onderzoek van het vertrouwensexperiment over het bijstand. Dit naar aanleiding van de raadsbrede motie waarin tot dit onderzoek is opgeroepen en de conclusies zijn wat ons betreft duidelijk. Er zullen slechts een gering aantal deelnemers kunnen worden bereikt en de daarvoor te maken kosten zijn toch fors. Dat betekent dat het een duur experiment zal zijn waarbij het niet zeker is of deze kosten wel kunnen worden terugverdiend. Op dit moment bereiken we met de hands-on methode, zoals die in de raadsbrief staat, al goede resultaten. Uitstroom in onze gemeente is nu al groter dan de instroom en de consulenten kennen het profiel van de cliënten. Dit is voor de VVD voldoende reden om af te zien van deelname aan dit experiment en onze consulenten het vertrouwen te geven door te gaan op de goede weg die ze op dit moment bewandelen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Kovers, voor uw bijdrage. En dan geef ik het woord graag aan uw buurman, de heer Reusken van de PvdA GroenLinks-fractie. Dank u wel, voorzitter. Het klopt inderdaad, anderhalf jaar geleden is op initiatief van D66, toen nog vertegenwoordigd in deze raad, en de Partij van de Arbeid een motie ingediend om te onderzoeken, niet om in te voeren, laat ik dat meteen helder zeggen, om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om een vertrouwensexperiment te starten in Twenterand. Nou, we hebben daar een reactie van gekregen van het college. De raadsbrief geeft aan, en wat mij betreft is de conclusie ook duidelijk, waarin het college zegt, het biedt kansen, maar is geen garantie op succes en de kosten zijn hoog. En er zijn ook geen zekerheden te geven op uitstroom. Dus daar is geen onduidelijkheid in opgenomen. Het college geeft ook aan dat de huidige aanpak werkt, dat er een grote uitstroom is. En dat is hartstikke goed en ook heel mooi. Juist nu, ook in deze economische tijden waarin we zien dat het economisch beter gaat, is het juist belangrijk dat de mensen die in de bijstand zitten ook kansen en mogelijkheden krijgen om uit te stromen. En we roepen het college ook om daarmee om mee door te gaan. Maar wat belangrijker is, laten we dat ook vaststellen, nogmaals, het is nooit ons doel geweest om dat vertrouwensexperiment in te voeren, want dat is geen doel op zichzelf, het was een middel. Een middel om juist de mensen die langdurig in de bijstand zitten, misschien wel zelfs structureel in de bijstand zitten, want laten we dat niet ontkennen. Er is een groep die structureel in de bijstand zitten en die voortdurend op de ondergrens van inkomen zitten en misschien zelfs wel daar doorheen zakken. En daar hebben wij ook wat te doen. Juist voor die groep is het van belang dat er ondersteuning plaatsvindt en dat daar ook mogelijkheden voor zijn om af en toe ook uit te stappen en te kijken van hoe je die kunt ondersteunen. Wellicht kunnen de middelen die nu bespaard worden op de uitkeringen misschien wel extra worden ingezet voor armoedebeleid. En volgens mij moet het daarover gaan, want daar had dat vertrouwensexperiment
ook betrekking op. Het mag niet zo zijn dat nu de economie aantrekt, er blijvend een groep is die geen werk heeft en niet kan profiteren van de economische groei. En in die zin zijn we wel benieuwd wat het college daaraan gaat doen. Want die uitstroom is goed, maar het gaat ook om die groep die structureel in de bijstand zit. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, meneer Reusgen, voor uw bijdrage. Er zijn wat vragen gesteld aan de portefeuillehouder, mevrouw Van Abbema. En ik geef u dan ook graag het woord. Voorzitter, dank. Dank ook aan de raadsleden voor de vragen, dat u dit geagendeerd hebt, is goed. Dank ook voor de complimenten die u uitgedeeld hebt voor onze consulenten. Ik ga ervan uit dat mijn achterbuurman ook heel goed geluisterd heeft en dat ook door zal geven aan onze consulenten, want ook ik ben trots op het werk wat ze doen. Het zijn ongelooflijk fanatieke dames in dit geval die heel erg goed werk doen. Ik heb ook het genoegen gehad dat ik deze week ook weer even uitgebreid ben bijgepraat over waar ze zich allemaal mee bezighouden. En dan past ook, uw complimenten passen daar heel goed bij. Dat heb ik zelf ook gedaan. Er zijn inderdaad een aantal vragen gesteld. Allereerst de PVV over de statushouders. Hè. U vraagt, en ik herhaal u maar even, gaat u ook actief beleid voeren om statushouders als het ware te repatriëren? Nou, daar kan ik u nee op zeggen in dit geval, omdat wij daar niet over gaan in dit geval. U geeft ook aan, de statushouders hebben een verblijfsvergunning voor 5 jaar. En er zijn andere instanties in ons land die daarover gaan om daar wel of niet wat van te vinden. Tot die tijd, als wij als gemeente de zorg hebben voor statushouders die niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien, dan doen wij dat. En dat doen wij op heel veel verschillende manieren. U hebt daar het een en het ander over kunnen lezen. Wat wij in ieder geval doen is heel erg inzetten op taal. Daar hebben wij een bovengemiddelde inzet ook voor, want wij merken ook dat waar de taal een probleem is, dat het werken ook niet goed lukt. Dus daar zetten wij bovengemiddeld op in. U hebt dat met de begroting ook zelf geaccordeerd. En daarnaast kijken wij ook heel goed, en ik kan u zeggen dat er heel veel potentials zitten onder onze statushouders. U hebt zelf onlangs ook daar schriftelijke vragen over gesteld, meneer Veldmeijer, en daar ook heel helder en concreet antwoord over gekregen wat onze resultaten daarin zijn. En daar waar wij inzet hebben om mensen aan het werk te kunnen, dan zullen wij dat zeker op heel veel verschillende manieren doen. En we zijn daar ook best wel succesvol in. Dus dank dat u ons ook het voordeel van de twijfel geeft met ons beleid. Wij gaan daar zeker ook mee verder. En wij zullen ook voortdurend blijven toetsen op ons eigen beleid. Dus in die zin, ja, wij blijven actief beleid voeren om al onze inwoners daar waar mogelijk aan het werk te krijgen. Meneer Kerkdijk, u vraagt iets over de middelen die wij financieel over hadden. U hebt bij de laatste begroting hebt u ook gezien dat wij inderdaad 8 ton over hebben gehouden op onze reïntegratiemiddelen. Het college heeft besloten, en u hebt dat zelf ook geaccordeerd met de begroting, dat dat voor de tekorten op het sociaal domein ingezet wordt. En ik kan u in ieder geval aangeven dat het maar de vraag is of wij daar in 2019 ook gebruik van kunnen maken, want die reïntegratiemiddelen die variëren nog wel eens een keer. Als een gemeente in een bepaald jaar daar geen of minder gebruik van gemaakt heeft, dan is het meestal gebruikelijk dat in het jaar daarop er minder middelen beschikbaar zijn. Dan zou ik graag de heer Veldmeijer even de gelegenheid geven voor een interruptievraag. Heer Veldmeijer, aan u het woord. Ja, dank u wel. Ja, ik was wat later, omdat ik dacht, ik krijg ook vervolgens antwoord op mijn tweede vraag. Over hoe is het beleid in de gemeente met betrekking tot mensen die wel kunnen werken, maar niet willen werken. Worden die gekort? Wordt daar de bijstand van ingetrokken? Hoe moet ik dat zien? Hoe is het beleid ontwikkeld binnen de gemeente Twenteland? Mevrouw Van Abbema, aan u het woord. Het beleid daarvoor ligt vast in de reïntegratieverordening die hier in de Raad ook ooit vastgesteld is. Ik weet niet precies wanneer. Wordt ook regelmatig herzien daar waar het nodig is. En ik kan u aangeven dat korten of intrekken van een uitkering, dat zijn altijd instrumenten die een gemeente zal
kunnen gebruiken. Maar dat zal een gemeente pas op het laatste doen als alle andere middelen die waar wij ook gebruik van maken, als die niet werken. Ik zie dat de heer Veldmeij een aanvullende vraag heeft. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, formuleer ik het iets anders. Is het het afgelopen 4 jaar, of in de vorige coalitie, is het gebeurd dat mensen gekort zijn op hun uitkering of zelfs volledig zijn ingetrokken? Mevrouw Van Abema, aan u het woord. Voorzitter, daar kan ik de heer Veldmeij niet concreet antwoord op geven. Eenvoudigweg omdat ik deze portefeuille ook nog geen 4 jaar beheer. Maar ik zal zorgen dat u daar antwoord op krijgt. Dus voorzitter, ook weer een toezegging. Dank u wel, mevrouw Van Abema. Ik zie dat de heer Kerkdijk eveneens een interruptievraag heeft. Of sorry, meneer Kerkdijk. Dank u, voorzitter. Ja, de toelichting van de wethouder op de financiën, dat roept wel de vraag op. Hebben we het hier over eenmalig geld of over structureel geld? Zou u daar een helder antwoord op kunnen geven? Mevrouw Van Abema. Voorzitter, het gaat over eenmalig geld. Dan denk ik dat het goed is. Zouden we eens een keer een uitleg kunnen krijgen hoe het dan met die reïntegratieuitkering sociaal domein, of de integratieuitkering sociaal domein, hoe dat beloop is? Want volgens mij, nee, ik ben benieuwd hoe het technisch in elkaar steekt, laat ik het even zo noemen. Mevrouw Van Abema. Voorzitter, ik weet vrij zeker dat dat wel georganiseerd kan worden. Ja, dus dat lijkt me goed. Dat is mijn tweede toezegging. Het gaat helemaal goed vanavond. Nou, top. Als u tevreden bent, ben ik dat ook. De heer Jonker, u heeft een vraag voor mevrouw Van Abema. Stelt hem gerust. Dank u wel, voorzitter. In navolging op wat de heer Veldmeij hier stelt, wordt er ook actie ondernomen tegen fraude? Wordt daar actief op ingezet? Mevrouw Van Abema, aan u het woord. Voorzitter, het antwoord is ja. Dat is kort maar krachtig. De heer Jonker heeft een aanvullende vraag. De heer Jonker, aan u het woord. En wat levert dat op? Kunt u daar ons ook een keer over informeren? Wat die inzet dan is, om ook een idee daarbij te krijgen van of we daar zelf personele middelen voor hebben of dat we daar een bureau voor inhuren. Mevrouw Van Abema. Nou, voorzitter, ik mag mij inderdaad verheugen in een grote belangstelling van de raadsleden voor dit onderwerp. Dat vind ik zelf eigenlijk ook best wel fijn. Wat mij betreft voegt u dit ook bij toezegging 2, dat we dit onderwerp daarbij ook meenemen. Ik kan u in ieder geval aangeven dat we daar de Sociale Recherche Twente voor hebben, die dat voor ons doet. Hè. Dat het uitvoeringswerk op dit moment heb ik niet precies in beeld wat daar de kosten van zijn, maar dat kunnen we ongetwijfeld in beeld brengen. En ik ga ervan uit dat u ook zult willen weten wat dan de resultaten zijn, dus die nemen we dan ook maar mee. Dank u wel, mevrouw Van Abema. Meneer Elsinga, u heeft een interruptievraag voor mevrouw Van Abema. Ja, voorzitter, ik heb nog een verzoek aan mevrouw Van Abema. Als er dan toch een bijeenkomst komt, hè, die georganiseerd wordt, dan zou ik ook graag in beeld willen hebben van hoeveel koppen geld wil je krijgen voor de statushouders. Want het wordt steeds gebracht of zij alleen maar geld kosten. We krijgen ook heel veel geld voor die statushouders, voor maatschappelijke begeleiding, voor huisvesting. Dat zijn beste bedragen, dat loopt zo tegen 1 miljoen aan. Ik zou dat graag ook wel eens een keer in beeld willen hebben dat we dat in de raad eens delen. Wat dat betekent. Maar ook als je minder inwoners hebt. Hè, de statushouders die zorgen wel voor dat wij wat meer inwoners hebben dan niet zo snel daalt. Want ook voor een gemeentefonds krijg je per inwoner krijg je geld. En hoe minder inwoners, hoe minder geld. Dus ik zou dat graag wel een keer in beeld willen hebben, voorzitter. Nou, voorzitter, ik ga ervan uit dat mijn collega, de portefeuillehouder, burgemeester Van der Kolk, dat hij ongetwijfeld ook wil aansluiten in die raadsinfo om daar ook te informeren. Ik kan u niet helemaal toezeggen op wat voor termijn we dat kunnen doen, want zoals u weet hebben de statushouders die kunnen op veel belangstelling rekenen vanuit deze raad, zowel in het debat als via allerlei vragen, zeg maar. Dus ik denk dat we nog niet zo smart kunnen zijn dat we u kunnen aangeven wanneer we dat zullen doen. Maar ik ga ervan uit dat u daar wel vrede mee kunt vinden. Mevrouw Van Abema, dank u wel. Voorzitter, de heer Kerkdijk die gaf nog aan dat de raadsbrief niet een heel duidelijk advies geeft. In zoverre hebt u gelijk, meneer Kerkdijk, dat de raadsbrief niet zegt van u moet dit doen. Maar wat de raadsbrief vooral verwoordt is dat we laten zien van wat is de vraag vanuit de motie geweest. Hoe hebben we dat onderzocht en wat zijn de resultaten van het onderzoek. En eigenlijk kunt u vanuit de brief ook wel de conclusie trekken dat, en dat besluit heeft het college
college ook genomen natuurlijk, dat het college dit niet wijs vond om hierin mee te gaan. En het is aan u om ons een andere boodschap mee te geven. Maar ik hoorde u eigenlijk ook al zeggen van wat ons betreft hoeft dat bijstandsexperiment ook niet verder. En diezelfde conclusie trekt overigens de VVD ook. En dan de laatste vraag. De heer Reusken die vraagt aandacht voor de groep die structureel in de bijstand zit. En u geeft ook aan dat het belangrijk is dat er ondersteuning plaatsvindt. Nou, het college dat is dat helemaal met u eens. En wij zetten ook met hulp van Soweco, zetten wij hier ook de komende tijd, en als het goed is in ieder geval het komende jaar en hopelijk de komende 3 jaar, daar ook maximaal op in om die ondersteuning ook te organiseren. Want wij hebben best een grote groep in Twente-Rand, hè, die vallen onder de activering, zoals dat mooi heet. Dat zijn mensen die dus niet werkfit zijn, zelfs met afstand toch niet, nog niet werkfit zijn. Dus moet eerst ook dagritme komen, bedenk het allemaal maar. En Soweco is bij uitstek ook een partij die ons daar op een goede manier bij gaat helpen. U hebt daar onlangs, hebt u daar ook een bericht van gehad en u bent ook in het werkbezoek bij Soweco, bent u daar ook op bijgepraat. He, dus ik ga er ook van uit dat u in de PNC-cyclus hier ook over bijgepraat gaat worden wat de resultaten daarvan zijn. En de heer Reuske gaf aan dat de vrijkomende middelen ingezet zouden moeten worden voor armoede. Nou, ik heb u net al even aangegeven dat het college daar een andere keuze in heeft gemaakt, gezien de grote tekorten in het sociaal domein. Maar ik kan u ook aangeven dat deze gemeente en ook dit college toch ook boven gemiddeld veel inzet, juist ook bestrijden van armoede, zeg maar. Wij hebben daar best heel veel regelingen voor. Dus op dit moment zou het college niet weten wat wij... Ja, er zijn nog een heleboel dingen die we gaan oppakken. Een van de items die we de komende tijd ook echt gaan oppakken, en de heer Veldmeijer vraagt hier ook regelmatig aandacht voor in de raad, dat is het punt energiearmoede. En dat is iets waarvan ik zeg van nou, dat is ook nieuw voor ons. Dat gaan we ook verder uitzoeken hoe we onze inwoners daarbij kunnen ondersteunen. Voorzitter, volgens mij heb ik vrij uitgebreid antwoord gegeven. Dus ik houd hier maar bij laan. Waarvoor dank, mevrouw Van Abema. Volgens mij heeft de portefeuillehouder Van Abema inderdaad de nodige toezegging gedaan om ook middels raadsinfo's terug te komen op enkele kwesties. Ik weet niet of daar verder nog behoefte is aan een tweede termijn of dat we hiermee dit punt voor vandaag voldoende behandeld hebben. Dat kan ik dan concluderen, zie ik. Heeft er verder geen aanleiding, of is er verder geen aanleiding voor agendering van dit punt. En dan gaan we dan ook door met agenda punt 7. Een verzoek deelname P10. Portefeuillehouder in deze is burgemeester mevrouw Van der Kolk. En zich aangemeld voor dit onderwerp is de PVV-fractie en de VVD-fractie. Dus ik geef wederom graag het woord aan de PVV-fractie. De heer Veldmeijer. Dan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, er is vanuit de provincie Overijssel veel aandacht voor de Overijsselse gemeente, waar sprake is van krimpen en kleine kernen. Bij alle partijen is besef aanwezig om de voorzieningen in die kleine kernen in stand te houden. En de PVV ziet het ook als een taak van de provincie om te zorgen dat de voorzieningen binnen plattelandsgemeenten ook in stand worden gehouden. En als gesprekspartner met Den Haag vertegenwoordigt de provincie 25 gemeentes. En om dan als P10-lid de eigen gemeente ook nog eens te vertegenwoordigen, ja, dan sta je toch minder sterk. Althans, dit zou een logische conclusie kunnen zijn. Er zijn namelijk al overlegclubjes genoeg. Men houdt elkaar aan het werk, lijkt het wel. We hebben bijvoorbeeld het IPO, Interprovinciaal Overleg, en daar zien we ook niet echt het nut van in. Het zijn vaak gezelligheidsbijeenkomsten, in onze ogen de ons kent ons bijeenkomstjes. En wij willen dan ook overtuigd worden waarom het toch zinvol zou zijn om je als gemeente aan te sluiten bij de 17 andere gemeentes. En hebben dus een aantal vragen. Vraag 1. Hof van Twente zit ook bij de P10 volgens ons. En wij nemen aan dat u ook overleg heeft gehad met Hof van Twente. En welke voordelen hebben zij aan u kenbaar gemaakt? Wat zijn de voordelen om lid te worden van die P10, want zij hebben inmiddels de ervaring. De volgende vraag, voorzitter, is de Overijsselse gemeente van kleine kernen, de OVKK. Wat is de taak op het moment dat de gemeente zich aansluit bij de P10?
is die club dan overbodig. Wij lezen ook dat vanuit Den Haag en nu onvoldoende aandacht is voor gemeenten als de onze. Kunt u dit nader toelichten? We lezen ook dat het lidmaatschap ongeveer 10.000 euro per jaar kost. Waarom staat er ongeveer? Want de krant kost ook geen ongeveer 25 euro per maand. Dat is gewoon een vast bedrag. En waaruit wordt dit bekostigd? Omdat er in de begroting geen financiële middelen voor opgenomen zijn. En als je lid wordt van die P10, wanneer vindt er dan binnen de gemeenteraad een soort van evaluatie plaats? Dat waren de vragen, voorzitter. Dank u wel, meneer Veldmeijer, voor uw bijdrage. Dan geef ik graag het woord aan de VVD-fractie, de heer Kovers. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben ons als VVD ook even afgevraagd of die P10 niet weer het volgende, om met de woorden van meneer Veldmeijer te zeggen, overlegclubje is waar een kostenplaatje aanhangt waar je verder niet veel profijt uithaalt. Echter, wij hebben de conclusie getrokken dat als het college ervan overtuigd is dat wij als gemeente hier wat aan kunnen hebben en het college zo specifiek vraagt om deel te kunnen nemen aan dit samenwerkingsverband, dat wij er in ieder geval voor zijn om dan dat in eerste instantie eens voor één jaar te doen, om te zien of we hier als gemeente de doelstellingen mee kunnen bereiken die we anders niet of moeilijker kunnen realiseren. Dus de VVD kan instemmen met het verzoek. Meneer Kovers, dank u wel voor uw bijdrage. Dan kijk ik naar portefeuillehouder mevrouw Van der Kolk. Aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de provinciale taak ten opzichte van de P10. Ik denk dat een provincie een verantwoordelijkheid voor heeft voor alle gemeenten. En de provincie heeft natuurlijk ook heel duidelijk een taakstelling, zoals die ook afgesproken is met de gemeente. Er is verschil provinciale taken en de gemeentelijke taken. Bijvoorbeeld over de jeugdzorg is een gemeentelijke taak. Er is natuurlijk in het verleden zijn er heel duidelijk samen met het Rijk afspraken over gemaakt. En ik weet, meneer Veldmeijer, hoe u kijkt tegenover het overleggen. Ik heb zelf met IPO gezeten en ik weet dat je daar juist de goede dingen doet en ook de goede dingen onder de aandacht kunt brengen van het Rijk. Daar waar je het Rijk, waar je samen op moet trekken. En dat geldt natuurlijk ook voor de VNG, voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Maar dat is natuurlijk een hele grote club. En als je nu kijkt naar de P10, dan heeft de P10 ook een zetel in het bestuur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Heel duidelijk om juist de problematiek van de grote plattelandsgemeenten, niet van alle plattelandsgemeenten, maar juist van de grote plattelandsgemeenten, heel specifiek onder de aandacht te brengen van het Rijk van, zeg maar, Den Haag. En als je zegt van, ja, het Hof van Twente, daar heb ik natuurlijk ook overleg mee gehad. En dan zeggen ze, pas is daar een delegatie van uit Den Haag geweest om te praten met elkaar over de asbestproblematiek. We weten dat in de grote plattelandsgemeenten, ook bij ons, de asbestproblematiek groot is. Als ik kijk op de schuren, als ik kijk naar al die elementen, dan is het juist van belang om dat te laten zien. Kun je dat niet als gemeente zelf doen? Nou, ik denk dat het een hele klus is om een delegatie vanuit het Rijk hier naartoe te halen. Laat ik dat me heel duidelijk zeggen. Doordat een uitnodiging is van de P10, gekoppeld aan het Hof van Twente, komen ze hier, zien ze de problematiek en hoop je ook dat daar een stap verder in wordt gezet bij het Rijk. Als je zegt van, ja, de vereniging Overijssel Kleine Kernen, is die dan overbodig? Nou, ik zou het zeker niet willen zeggen, want die hebben een andere doelstelling. Als ze dezelfde doelstelling hebben als Gelderland, is het juist ook heel duidelijk het ondersteunen van inwoners wanneer ze bepaalde dingen willen. Om die leefbaarheid van het platteland heel sterk te maken. Dus er is misschien wel een aanvullende zaak bij datgene wat wij als gemeente onze verantwoordelijkheid. En met elkaar is natuurlijk de bedoeling niet alleen om te praten, maar om ook juist die onderwerpen onder de aandacht te brengen die voor ons als grote plattelandsgemeente met een aantal kernen van belang is. Uw vraag over de 10.000 euro, dit is natuurlijk vastgesteld door die P10. Waar het vandaan komt, krijgt u schriftelijk het antwoord op precies. Waar het precies vandaan komt, kan ik u nu niet zeggen. We hebben afgesproken dat we over een jaar zullen evalueren.
Maar ik wil heel duidelijk aangeven, afgesproken, ik wil die toezegging is ook gedaan om over een jaar te gaan evalueren. Maar als je ergens naartoe gaat, als je ergens in zit, is het halen en brengen. Het is niet alleen zo achteroverleunen, wat gaan ze doen? Nee, een actieve houding om dat van de grond te krijgen wat wij met elkaar willen. Dat vind ik zelf een hele belangrijke, want anders ga je alleen maar ergens naartoe en dan wordt het echt alleen maar luisteren. De heer Veldmeijer, u heeft een vraag voor mevrouw Van der Kolk. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, we zien het ook bij de agenda van Twente en zo. Daar gaat allemaal geld naartoe. We zien het ook bij allerlei werkgelegenheidsprojecten. En als je dan gaat vragen wat zijn nou de opbrengsten van al die euro's die daar naartoe zijn gegaan, ja, dan is dat heel moeilijk meetbaar. Is het mogelijk, en ik begrijp heel goed, op het moment dat je lid wordt, dan, je moet ook investeren. En de kosten gaan wellicht voor de baat uit. Maar is het ook mogelijk om dadelijk te voorkomen dat we straks gaan evalueren en dat we het weer moeten doen met alleen maar het gevoel dat je ook op een gegeven moment een soort van nulmeting kunt doen en dan inderdaad kunt zien wat de werkelijke opbrengsten zijn geweest, wat de werkelijke pluspunten zijn geweest, om te voorkomen dat je straks weer een hele vage discussie krijgt en waarbij we uiteindelijk alleen ons gevoel laten spreken. Mevrouw Van der Kolk. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik wil mijn gevoel niet laten spreken, maar ik zit gewoon even dat op me in te laten werken. Hè? Van, hoe kun je nu duidelijk maken, en dat zal een beetje de vraag zijn, van wat je hebt gebracht en wat je vervolgens eraan gehad hebt. Hè, stel je voor dat, ik noem maar een voorbeeld, hè, waarvan ik denk, van, het zou wel heel mooi zijn, ik heb er in het verleden wel wat mee te maken gehad, om, wanneer het gaat om asbest, om meer geld naar onze gemeentes te krijgen voor de schuren, et cetera, voor de wegen. Nou, dan ga je met elkaar nadenken van welke inbreng heeft er nu toe geleid dat? Is dat de provincie Overijssel, sorry, ik mag Gelderland zeggen. Is de provincie Overijssel samen met Gelderland zullen ze doen, hè, want dat is asbest groot. Die lobby? Is het de lobby van de P10? Is het de voorzitter van? Nou, dat zal natuurlijk een hele lastige hebben. Iedereen gaat natuurlijk altijd met de eerste strijken. Dus ik denk dat het goed is. En het is een jaar, is maar heel kort, hè? Want we moeten eerst nog toegelaten worden. Hè? We hebben de brief gestuurd, maar we moeten nog toegelaten worden. Dus je bent zo weer een paar maanden verder. Maar vanuit het college is wel de behoefte ook om met u dingen te delen. En misschien hebben we nog wel dat we zeggen van oké, het is een eerste jaar. We hebben wat meer scherpte gekregen en het is misschien goed om gewoon door te gaan. Omdat je niet na één jaar al kunt zeggen wat. En succes kent vele mensen. Hè? Als we succes hebben, dan gaan er vele mensen gaan zeggen dat komt door ons. Dus dat vind ik nog wel een lastige. Dus die toezegging om over een jaar te evalueren, doet het college. En we zullen ook proberen om het smart te formuleren. Maar daarbij ook wel, en dat vind ik ook mijn verantwoordelijkheid, om ook wanneer je een succes hebt, wanneer je iets bereikt, om ook anderen daarin te kunnen laten delen. Want succes kent vele vrienden. Ja. Tot zover, voorzitter. U heeft nog een aanvullende vraag, heer Van Meijer, aan u het woord. Wel, ja, het heet de P10, inmiddels zijn het 17 gemeentes, misschien zijn het er over een jaar 30. Er zit natuurlijk een bestuur met allerlei mensen die ook weer geld moeten krijgen. Op het moment dat je die P10 zich uitbreidt naar 30, 40 gemeentes, betekent dat op een gegeven moment ook dat het lidmaatschap goedkoper wordt? Weet ik niet. Dat is natuurlijk heel mooi om bij je te vragen, weet ik gewoon niet. Ik heb al aangegeven dat wij natuurlijk nog niet toegelaten zijn. Ze hebben daar heel duidelijke criteria voor ook, van wanneer ben je nu een grote plattelandsgemeente. Dan zeggen ze van het zijn een aantal kernen, niet met een hoofdkern, dus het zijn een aantal elementen. Het zijn er 17, waarschijnlijk blijven het er ook 17 als we toegelaten worden, omdat één gemeente waarschijnlijk zich zal terugtrekken. En ik doe geen enkele uitspraak over wat als. Volgens mij was u nooit niet helemaal klaar met uw betoog, wel? Ja. Maar meneer Kobus gaf gewoon heel duidelijk aan te halen en brengen speelt natuurlijk ook een rol. Dat vind ik wel een hele belangrijke, dus niet achteroverleunen, maar actief je bijdrage leveren. En dit is echt een hele actieve club, zoals ik zo ken uit het verleden, die echt zich inzet voor die specifieke problemen die grote plattelandsgemeenten kennen. Want we kennen natuurlijk ook bij het Rijk de G4, de grootste gemeente, de G40, nou, noem maar op.
En het tegenwicht ook daarvoor is heel belangrijk en daarom ook die P10, zeker P17, maar ze blijven de P10 heet, omdat daar het de start lag. Oké, okay, dank u wel mevrouw Van der Kolk. Volgens mij zijn ook in dit geval alle vragen beantwoord en is naartoe zijn gedaan om ergens schriftelijk op terug te komen. Volgens mij de kosten waar die precies lagen en waarom het ongeveer was. En er is een toezegging gedaan om ook na een jaar te evalueren, mits we uiteraard daartoe toegelaten worden door die P10. Ik zie nog een vraag van de heer Kerkdijk voor een eventuele tweede ronde of voor een tweede termijn. Zijn er meer mensen voor de tweede termijn? Dan zou ik nu graag voor de tweede termijn het woord geven aan de heer Kerkdijk van de CDA-fractie. De heer Kerkdijk, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben een heel bewust de eerste termijn niet gebruikt, omdat het onderwerp ook al in het presidium aan de orde is geweest. Maar we zitten er wel zo in dat wat je ook met dit soort samenwerking doet, is het geld waard. Laat ik vooropstellen, prima dat dit college, dat deze coalitie de samenwerking met andere partijen zoekt, met andere landelijk opererende organisaties. Ik denk dat het, daar is niks op tegen. Maar ja, deze club P10, is dat dan de club waar je uiteindelijk je strategie mee moet delen en waar je mee op moet trekken als het gaat richting VNG? En nogmaals, 10.000 euro wordt gezegd zijn de kosten, maar hoe gaat zoiets? Er is een bestuursvergadering en dat moet worden voorbereid. Ja, daar wordt de nodige ambtelijke inzet voor gepleegd. Dan ben je met het dubbele van die 10.000 euro ben je nog niet klaar. Er komt nog veel meer bij. Is het het waard? Dat is de kernvraag. Kijk, en waar werkt deze groep P10 voor? Die werkt aan een aantrekkelijk en vitaal en bereikbaar platteland. Een aantrekkelijk, vitale en bereikbare gemeente op het Overijsselse platteland. Ben je dan niet, en dat ben ik met collega Veldmeijer eens, ben je niet veel meer op de provincie Overijssel aangewezen en VNG Overijssel? En als het dan gaat om de echte problemen van Twenterand, dan heb je het over problematiek rond het sociaal domein. Ik heb de strategische nota van de P10 even gelezen, van 2018 tot 2022. Het sociaal domein is geen item. En als het nou echt iets is wat voor Twenterland belangrijk is, dan is het werken aan dat soort problematiek. En nogmaals, die P10 doet alleen aan aantrekkelijk en vitaal en bereikbaar gemeentes. Nou, wat dat betreft denk ik dat de toelichting door de portefeuillehouder gegeven wat ons betreft te mager is. Dus ik denk niet dat wij hiervoor zullen zijn. Tot zover. Portefeuillehouder, mevrouw Van der Kolk. Aan u het woord. Ja, voorzitter, dank u wel. Is het geld het waard? Is het die 10.000 plus? En zijn er niet andere elementen, andere partijen waar we het mee kunnen doen? U geeft aan van ja, het sociaal domein wordt helemaal niet genoemd. De insteek is, als u kijkt, ze hebben ook een onderwerp actuele zaken. Zal, en dan moet ik het natuurlijk waarschijnlijk, want dat moet er in het bestuur besloten worden, zal ook het onderwerp sociaal platteland het komend jaar een van de onderwerpen zijn. En als u zegt van ja, ik geloof er niet in, ik denk juist dat je dus door de inzet van die P10, naast al die anderen, van de G4 heb je, de G40 heb je en de P10, dat zijn dan de grote gremia die dan vervolgens ook het overleg met het Rijk en dan de inbreng vanuit het bestuur van de via de P10, de voorzitter zit in de VNG-bestuur, dat daar heel veel input bij zit. Denk ik dat je een meerwaarde eraan hebt. Denkt het college dat die meerwaarde er is. Maar als u zegt van ja, wij geloven er niet in, wij zijn tegen. Nou oké, okay, wij hebben er kennis van genomen. We hebben de raad gevraagd om een zienswijze te doen, zodat we het als college kunnen afwegen. We hebben de keuze gemaakt als college ook. Na gezegd van over een jaar willen we evalueren. Ik heb ook al aangegeven wat daar de ins en outs van zijn. En het college heeft gehoord alles, toch gezegd, toch gemeend om die stap te zetten. En ik wil heel graag, ik weet natuurlijk niet of ik dan dat nog mag doen, dat weet ik natuurlijk allemaal niet, het gesprek na een jaar met u voeren over wat levert het nu op. Waarbij ik ook gezegd heb, als het positief is, dan ken je ook heel veel mensen die het allemaal naar zich toe trekken, want het komt door mijn inbreng. Zo gaan we er niet mee om. Maar ik denk wel dat vanuit onze kant die meerwaarde er heel duidelijk in zit. Dat je dingen deelt met grote plattelandsgemeenten, zoals ze in de P10 vertegenwoordigd zijn. Dank u wel, mevrouw Van der Kolk. Mag ik dan voorzichtig concluderen dat we op dit moment geen verdere aanleiding hebben om dit punt verder te agenderen.
En dat we over een jaar de toezegging hebben gedaan en kunnen evalueren hoe het er dan voor staat. De heer Veldmeijer. Ja, ik ken nog niet alle procedures binnen dit huis. Een gemeente is natuurlijk weer anders dan de provincie. Maar ik begrijp dat de gemeente zich aan gaat melden voor de P10. En dat wat ons betreft niks meer aan te doen is. Kunnen wij hier nog zorgen dat je bijvoorbeeld een nulmeting erin verwerkt? Middels een motie of een amendement? Kunt u dat toelichten? Of... hebben wij nog enige invloed op de deelname aan P10? En dat we op basis van die evaluatie, in een jaar als het allemaal doorgaat, dat we een motie kunnen indienen met de voorwaarden van die evaluatie. Hebben wij die ruimte nog als raad? U mag daar, de heer Veldmeijer, u mag daar een motie vreemd over indienen. In dit geval is het een besluit van het college, waar de raad in ieder geval niet over kan stemmen. Maar u mag altijd met een motie vreemd komen om daar in de toekomst wat van te gaan vinden. Tot zover het agendapunt 7. Ja, als motie vreemd kunt u me indienen. Komen wij bij agendapunt 8, vuurwerk in Twenterand. Wederom portefeuillehouder mevrouw Van der Kolk. En de partijen die zich hebben aangemeld zijn de PvdA GroenLinks-fractie, GBT, CDA, ChristenUnie, SGP, PVV en de VVD. En dan geef ik graag als eerste het woord aan de PvdA GroenLinks-fractie, meneer Reusken. Spreektijd is ook bij dit agendapunt 3 minuten. Dank u wel, voorzitter. Het vuurwerk ligt achter ons en voor het vuurwerk weer afgestoken gaan worden, hebben we nog een ruime periode te gaan. Maar laat ik beginnen om te zeggen dat ik als jochie het vuurwerk prachtig vond. En ik vond het prachtig als mijn vader, toen ik nog klein was, 11:45 me wakker maakte, me opbeurde en voor het raam ging staan om te laten zien hoe mooi die vuurpijlen de lucht in gingen. En ik had zoiets van, dat wil ik straks ook. Dat wil ik later ook, als ik groot ben. En toen ik 12 was, liep ik ook op straat rond. En die sisters, zoals noemden wij ze, die niet afgeknald waren, die pakte ik op en die brak ik doormidden. En dan met aansteker erbij en dan, bam, spuugde het vuur. Ik sta hier dus niet als man, vrouw, die zegt van, vuurwerk moet verboden worden. Maar wat ik wel graag zou willen, is dat we met elkaar dat debat aangaan. En dat was ook de reden waarom we op 13 november samen met SGP een motie hebben ingediend over het debat te voeren. En daarvan heeft het college gezegd, nou, wij willen best wel het debat voeren, maar we gaan daar nu nog geen standpunt over te nemen. Voer het debat maar eens in de raad. Goed en mooi dat dat vanavond kan. Als we nu kijken naar Oud en Nieuw, is gebleken dat de roep om het verbod op vuurwerk van particulieren nadrukkelijker is dan ooit. 70 miljoen euro is er uitgegeven aan het vuurwerk. 10 miljoen meer dan vorig jaar. De groep die vuurwerk koopt, dat ook steeds zwaarder wordt, wordt kleiner. En ook steeds meer mensen ervaren overlast. Denk aan ouderen. En dan hebben we het ook hier gehad over het dierenleed. Een aantal feiten. Genoemd, niet door mij, maar door de politie. De heer Akerboom. 2 doden, ruim 400 gewonden, 20 miljoen schade en fors geweld tegen hulpverleners en politie zijn de uitkomsten. Diezelfde politie die vraagt eigenlijk om een andere jaarwisseling en concrete acties. In Twenterand is bij navraag de brandweer 7 keer uitgerukt, waarvan 6 maal in verband met brand. Vanuit de politie zijn geen cijfers bekend. Als het gaat om handhaving, hebben we begrepen dat zowel de politie als ook de BOA voor het eerst handhavend heeft opgetreden. Niet alleen op de dagen voorafgaand aan 31 december, maar ook op oudejaarsavond zelf. Meneer Reusken, de heer Veldmeijer heeft een vraag voor u, een interruptie. Dank u wel, voorzitter. Ja, we konden het al een beetje opmaken, de motie die in november is ingediend en vandaag wordt behandeld. En ik verwachtte al dat u daarmee zou komen en ik ben het voor een groot deel ook met u eens hoor, als je kijkt naar de overlast. Maar het aantal slachtoffers daalt al jaren. In 2013 hadden we nog 800 slachtoffers richting EHBO en in 2018 waren het er 434. En in 2019 396. En weliswaar 1 dode meer dan vorig jaar. En 50% van de vuurwerkslachtoffers
ontstaan door het vuurwerk van anderen. Dus u brengt het alsof er steeds meer slachtoffers zijn. Die indruk wekt u, die suggestie wekt u. Maar het is wel zo dat het juist een dalende tendens is, het aantal slachtoffers. En dat wilde ik toch even kenbaar maken, voorzitter. De heer Reusken, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Dank aan de heer Veldmeijer voor de aanvullingen. Maakt des te meer duidelijk dat het goed is dat we daar het gesprek met elkaar over voeren. Ik was bezig om aan te geven wat er in Twenterand gebeurt. Als het gaat om voorlichting en veilig afsteken van vuurwerk, hebben wij begrepen dat HALT op beperkte schaal voorlichting geeft hier in Twenterand. En dat er bij de verkooppunten folders liggen voor het afsteken van karbiet. Er is een landelijke enquête geweest en daar heeft het college aangegeven niet te zijn voor een lokaal vuurwerkverbod, maar voor een landelijk vuurwerkverbod op grond van handhaving. Gezien de reacties uit Den Haag zal er van een landelijk verbod voorlopig nog geen sprake zijn. Tot die tijd hebben we daarmee te doen. Of kan het ook anders? Wat ons betreft zou het ook anders kunnen. En dat gaat verder dan alleen maar handhaven. We zouden met elkaar meer rekening moeten houden als het gaat over afsteken van het vuurwerk. Kunnen we met elkaar geen afspraken over maken en kunnen we niet actief voorlichting geven? Ik zal u een aantal voorbeelden geven. Meer voorlichting geven op scholen. Schakelen we nadrukkelijk het jongerenwerk in om in gesprek te gaan met jongeren over het afsteken van vuurwerk. In de buurtgemeente, in Hellendoorn, zijn daar goede ervaringen mee. Worden er brillen en afsteeklonten uitgedeeld? Gaan we kijken naar dierenopvang? Gaan we vuurwerkvrije zones instellen? Of in ieder geval het gesprek daarover met elkaar aangaan? Gaan we in andere gemeenten kijken naar voorbeelden, zoals bijvoorbeeld in Emmen, waar een verordening is over het afsteken van karbiet? Wij vragen aan onze collega-partijen niet om je uit te spreken voor een verbod of een vuurwerkvrije zone, maar vooral om met elkaar daarover in gesprek te gaan, niet alleen maar in deze raad, maar die discussie te gaan voeren met inwoners, jongeren en plaatselijke dorpsraden. En wij zouden dat graag als raad, dat initiatief, aan ons willen trekken. En we vragen aan de collega-partijen om daar ondersteuning in. En volgens mij past dat ook precies in de lijn van de collegepartijen, die graag het gesprek willen voeren met die inwoners. En met inwoners in gesprek willen gaan hoe ze met elkaar willen wonen, werken en leven in Twenterand. En volgens mij is een debat over vuurwerk een goed voorbeeld, goed thema om met elkaar daarover in gesprek te gaan. En wat mij betreft gaan we daarna met elkaar kijken wat de uitkomsten zijn. En gaan we met elkaar kijken hoe we daar vorm aan kunnen geven in Twenterand. Dank u wel, voorzitter. De heer Reusken, dank u wel voor uw bijdrage. Dan geef ik graag het woord aan de GBT-fractie, de heer Elsinga. Meneer Elsinga, aan u het woord. Ja, dank u, voorzitter. De heer Reusken geeft nu aan om het gesprek aan te gaan, maar in de toelichting staat er duidelijk of het mogelijk gemaakt moet worden om deels of geheel vuurwerkverbod in te stellen. En er worden ook vuurwerkvrije zones ingenomen. Dus daar hebben wij het als fractie even over, met elkaar over gehad. Ik wilde eigenlijk beginnen met de woorden van burgemeester Van der Kolk, die ze in de media uiten. Ik zeg even vrij vertaald, ze zijn eigenlijk van een vuurwerkverbod of verkoop. Op verbod vuurwerk heeft alleen zin als het landelijk wordt ingesteld. Zolang dit niet gebeurt is het dweilen met de kraan open. En even later zei ze ook nog van vuurwerkvrije zones, dat is niet te handhaven, want dan moet je op elke hoek van de straat een agent neerzetten. En zo is het, voorzitter. En dan heeft de burgemeester het nog niet eens over handhaving karbidschieten. Maar daar hebben we het vanavond niet over, want dat is geen vuurwerk. Voorzitter, als ik de reden voor de aanvraag van dit debat lees, vragen wij ons af wat nu het echte probleem is wat PvdA GroenLinks wil aankaarten. Wat is de echte overlast? Is dat het illegale en veel zwaardere vuurwerk, of het vroegtijdig afschieten van vuurwerk de dagen vooraf, of is het afschieten van vuurwerk door inwoners tijdens de jaarwisseling? Daar zullen we graag duidelijkheid over willen. Als er partijen zijn die vanavond aangeven wel of meer te willen handhaven, dus die agent op elke hoek van de straat wil hebben, dan verwachten wij een voorstel. Maar onze steun zult u daarin niet vinden, want we onderschrijven de woorden in die zin van de burgemeester. Maar we zijn niet van plan om een traditie als deze zelfstandig af te breken. Als er op een gegeven moment minder belangstelling komt voor vuurwerk, en dat is landelijk aan de gang. De jeugd, 5 jaar geleden, 65% kocht nog vuurwerk, nu nog maar 32%. Dus het neemt af. Maar wij gaan dat niet hier in de raad als GBT doen. De traditie is al regelmatig aangepast.
Het is veiliger gemaakt. Bij de verkoop van vuurwerk krijg je gratis een vuurwerkbril, een soort van beschermingsbril. De babypijltjes die, waar men op elkaar ging schieten, die zijn verboden. En ook de Romeinse kazen zijn al enkele jaren niet meer te koop. De heer Veldmeijer heeft een interruptie. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, we weten dat GBT overlast ervaart als iets wat bij onze maatschappij hoort. Dus ook een week al beginnen te knallen met zwaar vuurwerk, want daar zit natuurlijk ook het probleem in. Het illegale spul wat behoorlijk veel lawaai maakt, maar het zijn ook de vuurpijlen die een week van tevoren al worden aangestoken. We komen er zo op terug, wij zijn ook voor het handhaven van deze traditie. Maar hoe gaat u, hoe wilt u omgaan met de overlast die toch duidelijk toeneemt? De heer Elzinga, aan u het woord. Als er overlast is, dan bij melding, dan wordt er gehandhaafd. Maar ja, als er maar twee agenten zijn voor de gemeente Twenterand, de gemeente Hellendoorn en Wieren, ja, hoe wil je dat doen? Als iemand daar in Wieren gaat staan te schieten, dan ga ik aan de Geerdijk staan en dan ben ik kansloos als agent. Dus het is gewoon qua handhaving, en dat is wat de burgemeester ook aangeeft, niet te doen. En daarom zei je ook, als u wilt handhaven, want u zegt van wij zijn van law en order, dan moet u met een voorstel komen en hoe u dat dan wilt betalen. En wie dat dan moet gaan doen en hoe je dat ook wilt gaan doen. Want wij zouden het niet weten. Dank u wel. Ja, voorzitter, dan zegt het GBT van nou, laat maar lopen. En volgend jaar beginnen ze twee weken van tevoren. Het jaar erop beginnen ze drie weken van tevoren. Het jaar, een paar jaar verderop beginnen ze een half jaar van tevoren. We kunnen er niks aan doen. Dan leven we in een bananenrepubliek gemeente. Het recht van de sterkste. Ja, zo komen we toch niet verder, zeg ik dan tegen het GBT. Dat kan toch geen oplossing zijn? Dat is zeggen van, laat maar lopen. Dat kan toch niet? De heer Elzinga. Voorzitter, volgens mij heb ik helemaal niet gezegd, laat me lopen. Dat zijn uw woorden. Misschien wilt u het wel laten lopen, maar u geeft ook niet aan hoe u het op wilt lossen en hoe u het wilt betalen. Dat hoor ik ook niet van u. Wij stellen ook de vraag aan de PvdA GroenLinks, waar gaat het nu om? Gaat het om de jaarwisseling? Gaat het om de dagen aan vooraf? Waar gaat het nou om? Gaat het om het illegale vuurwerk? Gaat het om het karbidschieten? Er wordt bijvoorbeeld dieren genoemd. Dieren hebben meer last van karbidschieten, van die doffe dreun, dan van vuurwerk. Want dat is minder hard. Of als de vuurwerk illegaal is waar het land binnenkomt, want dat is wel weer hard. Maar dan ligt het weer bij de grens, dan moet je ergens anders zijn. Veldmeijer heeft nog een aanvullende vraag. Nou, het is wel heel apart, voorzitter. GBT is vol vuurwerk, zoals wij ook zijn. Handhaven is niet te doen. Dan weet je van tevoren, als je niet handhaaft, dat het een grote puinhoop wordt. Dus je zult toch op een of andere manier zul je wat moeten doen. En je kunt niet zeggen, we kunnen niet handhaven, het probleem lost zich uiteindelijk vanzelf op. Zo werkt het niet. U zult een stelling in moeten nemen, op het moment dat er sprake is van toename van de overlast, zul je als gemeente daar iets mee moeten. Waar betalen we anders belasting voor? En we zijn er ook voor die mensen die inderdaad hun dieren al vier dagen van tevoren in een pensioen moeten stoppen, tegen extra kosten, omdat die dieren er vreselijk veel last van hebben. En je kunt niet tegen al die mensen zeggen, ook de oudere mensen die veel overlast ervaren, omdat een aantal mensen al een week van tevoren begint, van nou, zoek het maar lekker uit, wij kunnen niks doen. Dat is toch geen oplossing, dat is toch geen boodschap. Ik weet niet of het echt een vraag aan u gericht was, Jelzinga, maar als u behoefte heeft om op te antwoorden, ga u gaan. Volgens mij is de heer Veldmeijer bezig wat ik denk en wat voor boodschap ik breng. Ik geef alleen maar aan dat het aantal jongeren wat vuurwerk koopt is gehalveerd. En dat zeg ik niet, dat lost zich vanzelf wel op. Alleen ik stel steeds de vraag, hoe wilt u het dan doen en hoe wilt u dat betalen? Maar u komt niet met een reactie. Dus geeft u nou zelf eens aan hoe u dat wilt doen. En dat doet u dus niet. En dat is nou juist de vraag die wij hier voorleggen. Zolang er landelijk geen verbod is op verkoop van vuurwerk, en als dat twee dagen voor die tijd dat je dan gewoon vuurwerk afgestoken wordt, ja, wie zijn wij dan als gemeente Twente dan als een van de 300 zoveel gemeenten? Dat is toch kansloos? Dan moet je flink de portemonnee trekken, en anders is het niet zo. Ook de heer Jonker heeft een vraag voor de heer Elzinga. Dank u wel, voorzitter. Waar ligt wat betreft de GBT de grens om op te treden? Kijk, we hebben één BOA in de gemeente, daar hebben wij direct invloed op. Het aantal politieagenten niet. Maar er is maar helaas één BOA. Bent u bereid om dat te vermeerderen? Wij hebben, het gaat niet alleen om een vuurwerkverbod of wat dan ook, of aangaande overtredingen met betrekking tot vuurwerk of kabit. Maar er zijn ook meerdere handhavingstaken, maar die zouden daarin meegenomen kunnen worden. Kijk, vindt u daar ook niet noodzakelijk om daarin te investeren? De heer Elzinga, aan u.
Nee, de heer Jonker, wij zijn niet bereid om daarin te investeren. De overlast is afgenomen, werd net ook al verteld in de cijfers, die had ik ook al opgezocht en die kloppen inderdaad. En de problematiek, hè, zoals geweld, ambulancepersoneel, ik noem maar wat, en wat genoemd wordt, richting politie, dat speelt allemaal in de Randstad. Dat is hier helemaal niet. Datzelfde met die Zwarte Pieter discussie, die zijn hier overigens donkerbruin. Heel fel allemaal op televisie in de Randstad. Er is in Twenterand geen hond die er wakker van ligt. De hele discussie niet. We moeten niet Randstadproblematiek hier projecteren op plattelandsgemeenten. Hier speelt het gewoon veel minder. We moeten niet overdrijven met elkaar. De heer Jonker heeft een aanvullende vraag aan u. Ja, dat is iets te kort door de bocht wat mij betreft. Want die problematiek speelt hier wel. Ik denk dat u dat onderschat. Wat zegt u dan tegen al die mensen die die overlast wel ervaren? Er wordt wel geklaagd. Er wordt te weinig gehandhaafd omdat de middelen er gewoon niet zijn. En wij als raad hebben wel de verantwoording om ook voor de zwakkeren op te komen. En durft u het gesprek, gezamenlijk waar de heer Reusken net ook al aanwezig, durven met elkaar gewoon het gesprek aan. Ik pleit hier helemaal niet voor een vuurwerkverbod. Ik ben nog niet aan het woord geweest. Maar daar gaat het mij betreft ook niet direct om. Maar het is wel degelijk overlast. En en de handhaving is gewoon, die heeft de middelen niet. En daar gaan wij als raad over. De heer Elsinga, wilt u daarop reageren nog? En voorzitter, we zijn altijd bereid om te praten. En dat hebben we in de afgelopen week ook wel gedaan. Voordat het vuurwerk begon op het karbid. En nu na die tijd ook wel. En gesprek, dat is geen probleem. Maar nogmaals, toen ik 10 was, werd er net zo hard geknald als nu. Toen waren de dieren hadden er ook last van. Ja, u zegt wel nee, de heer Veldmeijer. U zegt net dat de cijfers zijn afgenomen en de overlast. Dus ik snap nu hoe dat erbij komt. Maar toen was er nog weer illegaal vuurwerk en ook van buitenaf. Daar is meer controle op. Dus dit jaar nog meer illegaal vuurwerk onderschept. Dus er wordt van alles aan gedaan. Maar u stelt iets voor. Ik wacht het voorstel af mee met GBT en de middelen daarbij. En hoe u dat dan wil doen. Ook graag een beetje een plan van aanpak. Anders heeft het niet zoveel zin. Ook de heer Reusken heeft een vraag voor de heer Elsinga. De heer Reusken, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. De heer Elsinga vroeg net aan mij van waar gaat het nou eigenlijk om. Volgens mij heeft de heer Elsinga tot 2 keer toe prima samengevat waar het om ging. Het gaat zowel om de overlast vooraf, tijdens, precies zoals u het net zelf zei. Dus ik kan geen beter antwoord geven dan zijn eigen inbreng wat dat betreft. En ik had toch wel een vraag. Enerzijds positief verrast over dat hij het gesprek aan wil gaan, dus dat pak ik op. Tegelijkertijd denk ik wel, daar waar hij zegt van in Twenterand is er niets aan de hand, waag ik dat te betwijfelen. Maar dat tezijde. En voorzitter, Twenterand is er niets aan de hand, wordt weer gezegd, heb ik ook niet gezegd. Er is overlast, dat weten we, hè? En er is al jaren zo. En het is afgenomen, hoorden we net. We hoorden net een kenner die het allemaal opgezocht heeft. Nou, die cijfers had ik ook al gezien, maar dat is allemaal landelijk. Kijk, als u wil zeggen, ja, er vallen slachtoffers, gewonden en doden. Ja, er zijn meer dingen waar dat gebeurt. Autorijden ook, wil je het dan afschaffen? Het gebeurt. Het is vaak ontstaan door onverantwoordelijk gedrag. Heel vaak is er drank in het spel. Ja, goed, als mensen onverantwoordelijk gedrag vertonen, ja, dan houdt het natuurlijk op. Je kunt hem er alleen op aanspreken, maar ja, als het gebeurt, is het wel te laat. Maar zo is het met alles. Want je kunt op een gegeven moment niet zeggen, mensen storen zich aan, daar kappen we mee. Nou, er is er weinig meer te beleven in Nederland, maar ook in Twenterland. De heer Reusken heeft een aanvullende vraag. Voorzitter, dan toch de vraag van, ik ben het met de heer Elsinga eens als hij zegt van, als zaken zo zijn zoals dat vuurwerk, dan is dat zo. En dan hebben we daarmee te maken, want dat speelt allemaal landelijk. Tegelijkertijd hoor ik hem ook zeggen, en dat vraag ik hem nog eens een keer nadrukkelijk. Maar we kunnen wel met elkaar het gesprek erover aangaan binnen de raad en buiten de raad om met elkaar te kijken. Hoe kunnen we zorgen dat daar zo min mogelijk overlast voor is en dat we met elkaar rekening houden. Wil hij dat gesprek aangaan met de inwoners? De heer Elsinga. Voorzitter, dat heb ik net al gezegd. En ik ga het gesprek ook met u aan. En mensen kunnen thuis kijken en luisteren. We hebben zich vanavond ook mensen kunnen inspreken. Nou, er heeft niemand zich aangemeld voor inspreken. Dus dat gesprek had ik ook wel aan willen gaan. Maar het is er niet, dus het heeft niet met de sneeuw te maken, want vanmiddag kregen we al te horen voor de sneeuw dat er geen insprekers waren. Natuurlijk, en wij gaan altijd het gesprek aan. Kijk, de meeste problemen die worden veroorzaakt door zaken die al lang verboden zijn. Illegaal vuurwerk is al lang verboden. Vernielen is ook verboden. Dat is niet alleen maar nieuwjaar. Vandalisme is ook verboden, maar kennelijk helpen die verboden allemaal niet.
En als je dan een totaalverbod doet, dan is dat toch gewoon een wassen neus. We hebben het allemaal al, heel veel dingen mogen al niet, maar toch gebeurt het. Ook met Nieuwjaarsnacht en daarvoor. De heer Reusen. Maar voorzitter, en de heer Elsinga, dat betekent toch niet dat je vervolgens het maar laat lopen en er niets aan doet en niet er met elkaar over in gesprek gaat? De heer Elsinga, aan u het woord. Voorzitter, weer dat ik het laat lopen. Ik vind, ik weet niet, volgens mij moet u toch de oren uit laten spuiten. Ik heb juist gezegd over het landelijk verbod. Als je dat niet hebt, dan heeft het niet zoveel zin. Wij onderschrijven in die zin de woorden van de burgemeester. Als het landelijk geen verbod is op verkoop van vuurwerk, of dat je 2 dagen van tevoren al aan de gang mag, eigenlijk is het 10 uur 's ochtends geloof ik, maar of 6 uur 's avonds is dat, het is al verlaat. Maar het helpt niet, want ook die regels hebben allemaal niet geholpen. Wat willen wij nu als enige gemeente, willen wij daar nu tegen doen? Je kunt wel zeggen, we gaan een vuurwerkvrije zone doen, maar dan moet je ook controleren. Als een paar weken verderop iedereen gewoon gaat lopen om vuurwerk af te schieten, moet toch ook handhaven? Die vuurwerkvrije zone, dat het daar binnen blijft, moet je ook handhaven. Uiteindelijk moet je dan nog steeds handhaven. Heer Reusen, heeft u nog een laatste afgerende vraag? Nee. Dan, de heer Elsinga, nu het woord voor het vervolg van uw betoog. Nou, voorzitter, zoals ik al zei, het speelt voornamelijk in de Randstad, vooral het geweld. En de Randstad hoeft niet te bepalen wat wij hier moeten doen in Twente. Want wij kijken gewoon naar onze eigen situatie. Wordt net genoemd, de brandweer is uitgerukt in Twente. Nou, die brandweer die rukt altijd uit. Want er wordt bijvoorbeeld in Den Ham, in bijvoorbeeld altijd een sloopauto met zandstuverbos in de fik gestoken. Dat is gewoon een traditie. Er zit er niks geen ergs aan of zo. Maar die wordt er neergezet. Dat gebeurt al wel 25 jaar. Zolang als ik leef, staat die auto elke nieuwjaarsdag daar uitgebrand. Ja, voorzitter, Randstad. Vorige week, of nog niet zo lang geleden, hadden we de Scheveningenbrand. Milieuvervuiling komt hier op aan en ze zeggen ja, we moeten in het oosten waar die paasvuren moeten allemaal wat minder en afschaffen. En dat zijn ook tradities. Gaan we dan straks ook zeggen van oké, dat moeten we dan ook niet meer doen. Met andere woorden, als je alles gaat verbieden wat andere mensen stoort, dan blijft er gewoon niet veel meer over. Dan heb je straks geen paasvuur meer en dan heb je ook geen vuurwerk meer en dan heb je ook geen karbidschieten meer. Dus wij zien eigenlijk een gedeeltelijk verbod, zoals hier in de toelichting is aangegeven, de motivatie voor dit debat, en ook een algeheel verbod op vuurwerk niet zetten, als er geen landelijk verbod is. En dat geldt dan ook voor vuurwerkvrije zones, voorzitter. Dank u wel. Meneer Elsinga, geef ik graag het woord aan de CDA-fractie, de heer Kulder. Aan u het woord. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik wil even beginnen met wat de heer Reus is ook al mee begonnen, een stukje traditie. Ik ben iets ouder dan het hele schrik, loop iets langer mee. En ik heb ook de ontwikkelingen zien veranderen. We gaan van heel veel knalvuurwerk naar veel versuurvuurwerk. Kijk, we zijn er allemaal over eens dat er best wel overlast is. En, overlast, en dan kun je, en ik ben het wel met de heer Aanschijs, moeten we wel even een onderscheid maken tussen wat wij met z'n allen meemaken of wat elders in de landen gebeurt. Maar dat er overlast is, denk ik dat we die kunnen ontkennen. Dan is de vraag, in hoeverre wil je dat beperken? In hoeverre kun je dat beperken? Ja. En het woord handhaven is een aantal keer genoemd. Kijk, op het moment dat we nu een strakke regels hebben, we hebben regels, en als we het nog strakker gaan maken, dan zul je daar ook wat consequenties aan moeten verbinden. En dan zou ik inderdaad moeten zorgen dat je het ook inderdaad kan handhaven. Ja. En ik ben dan ook bij de burgemeester eens, ik heb daar ook nog de minister, een stukje van de minister gezien, dat die zegt van, ik ga geen landelijk beleid, in ieder geval geen landelijk verbod invoeren. Want ook hij ziet natuurlijk best wel dat de handhaven dus het grootste probleem wordt. Maar kun je dan helemaal niks doen? Ja, tuurlijk kun je wat doen. En ik denk ook dat je inderdaad bespreekbaar moet maken. Dat in een fractie erover, als je hier de grens over gaat, dan kun je heel veel vuurwerk over, maar daar zijn ook regels. En mensen houden zich daar wel aan. Een stukje cultuur. Een stukje van hoe ga je met z'n allen om. En als je dus inderdaad in gesprek gaat met dorpsraden en dat soort. Je kan ook met in een straat, als straat kun je ook een aantal dingen afspreken. Kun je ook als straat afspreken van waar ze gaan een aantal dingen niet doen. Dus je kunt het best wel bespreken maken. Maar als je het inderdaad echt wil beperken, inderdaad een straatverbod of een gebiedsverbod, dan moet je dat er tegenover zetten. En hoeveel boa's of pitsies moet je daar dan neerzetten? Ja, want op het moment dat je het, de ene straat verbiedt, dan gaan ze naar de andere straat toe. Ik denk dat het gewoon niet realistisch is om inderdaad dat, de handhaving te handhaven. Ja. Dus inderdaad in gesprek. Het is een traditie die nu speelt. Wij zijn al met heel veel tradities aan het aanrommelen van dat mag allemaal niet meer. Laten we inderdaad proberen dit in stand te houden, een stukje cultuur van handhaven. Maar wel met z'n allen ons verzoenlijke verstand gebruiken, gezond verstand gebruiken. En kijken waar kun je nou met z'n allen
een goede modus vinden om het veilig te houden. We hebben zelf ook een hondje. Ja, en het is ontzettend vervelend dat hier echt een week aan slag. Ja, dat is heel vervelend. Maar het lost niet op om bij mij in de straat dat niet te gaan doen. Ja. Dus nogmaals, we zullen met z'n allen daar iets aan moeten doen. En als we dat niet willen, kunnen wij als raad van alles regeltjes gaan verzinnen. En we kunnen op iedere straat ook een boa neerzetten. Dat lost het niet op. We zullen met z'n allen daar waar we moeten werken. Meneer Kelder, dank u wel voor uw bijdrage. Dan geef ik graag het woord aan de ChristenUnie-fractie, de heer Smelt. Meneer Smelt, aan u het woord. Ja, voorzitter, leden van de raad. De voorzet van de PvdA GroenLinks voor dit debat is te reageren op een algeheel verbod of op een zoninrichting. De situatie is als volgt. Alle gemeenten kunnen vanaf volgend jaar vuurwerk verbieden. Gemeenten kunnen volgend jaar tijdens de jaarwisseling zelf een vuurwerkverbod inrichten. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven zei recent dat een wetswijziging die dat mogelijk zou maken voor 2020 klaar zou zijn. Echter, een landelijk verbod ging het kabinet te ver. Dat wil zeggen, mijn partij, de ChristenUnie, was wel voor een algeheel verbod, maar de VVD-fractie was mordicus tegen. Coalitiepartij D66 en ChristenUnie hebben dus samen voorgesteld het laatste woord maar aan de gemeente te geven. Mijn fractie hier ter plaatse vindt dat een goed idee. Dat zou betekenen dat wij een deel, een geheel of een algeheel verbod kunnen voorstellen of helemaal niet. We kunnen ook gewoon helemaal niets doen. Uit een enquête die in Nederland verdeeld is, waarbij ook geënquêteerden uit Twenteland hebben gereageerd, is terug te vinden dat als we kijken naar de enquête, er geen reden is om een verbod in Twenteland door te voeren. Dit onderwerp is daarom ook geschikt om een debat met de burgers van Twenteland te voeren. Het is heel goed dat de eindverantwoording bij de gemeente gelegd wordt en dat de gemeenteraad in deze gemeente zelf kiest in hoeverre zij deze traditie in deze vorm, onder deze omstandigheden, hier gewoon wet voor te zetten. Wij zijn op zich voorstander dat de raad zich laat inspireren en laat voeden door de burger van Twenteland, want dat vraagt u ook. En de inbreng, omdat het verzamelen, zou heel prima via een e-spraak kunnen. De raad kan het in die zin naar zich toetrekken. De vraag is, wat je rol als volksvertegenwoordiger ook is, en of je dat als collectieve raad moet doen. Dat zien wij niet direct als een oplossing. Voor u het volgende. Concreet werden net een aantal zaken genoemd. Als we kijken naar de respondentie van de gemeente Twenterand, onder de 826 respondenten, was 67% man, 63% vrouw, waarvan voor een vuurwerkverbod 28% voorstemde en tegen 69%. Centrale vuurwerkshow in Twenterand, goed idee, 26%, geen goed idee, 65%. Maakt mij niet uit, 9%. Afsteken van vuurwerk zelf voor, ja, 56%, nee, 39%. Weet nog niet, 5%. Op basis van deze respondentie kan een verbod dus niet op draagvlak rekenen. Echter, een goede respondentie is dat de 10% zou moeten reageren en bij 826 personen is dat niet het geval. In dat opzicht is e-spraak een mooi middel om met de burgers in contact te komen. Dan terug naar de opmerking van de heer Elzinga. Handhaving is in elke vorm, ik rond deze zin af als u het goed vindt, voorzitter. Dat mag u. Handhaving is in elke vorm, bij welk voorstel dan ook, de grote uitdaging waar we voor staan. Zelfs binnen een verbod zal gehandhaafd moeten worden. Punt. De heer Veldmeijer, uw vraag voor de heer Smelt. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik zie een vuurwerkverbod zo 1, 2, 3 ook niet komen in deze gemeente. Nog niet. Maar we hebben het. We zien het ook met de Zwarte Pieter discussie. We hebben hier, ja, wij vinden dat een linkse media. En die blijft net zo lang pushen totdat het gevoel over Zwarte Piet omslaat. Want je ziet nu wel voor of tegen Zwarte Pieter dat ongeveer 50-50 aan het worden is. En je kunt er vergif op innemen dat het ook met dat vuurwerk, die vuurwerkdiscussie gaat gebeuren. De groene gekkies uit Den Haag. Die hebben de media mee en wie de media mee heeft, die heeft de macht. En je zult op een gegeven moment zien dat er ook in deze discussie een kentering gaat plaatsvinden. Bent u daar niet bang voor? Want ChristenUnie schuift wat dat betreft ook steeds meer op naar links.
is inmiddels ook voor zo'n vuurwerkverbod. Dus bent u niet bang dat die discussie op een gegeven moment een kentering gaat? De heer Smelt, aan u het woord. Ja, voorzitter, daarom benadrukte ik ook maar heel bewust dat ik blij ben dat we hier als fractie ChristenUnie Twenterand een eigen keuze kunnen maken hoe wij door willen gaan. En ja goed, in welke positie je in de Kamer zit, weet u, het gaat om dat we goede dingen doen voor onze burgers toch. En daar bent u ook voor en wij ook. En we moeten kijken wat we, als het gaat om dit soort onderwerpen, ook, zeg ik wel eens vaker, ons nuchtere verstand gebruiken, passend bij deze gemeente. En ik denk dat we daar samen best uit kunnen komen. Maar dan moeten we daar wel een goed debat over voeren. Eerst dan hier met elkaar, maar laat burgers daar ook maar van zeggen. En dat vind ik prima, via een inspraak, wat zij daarvan vinden. En laten we daar nou serieus naar kijken. Ik rond af, voorzitter, nog twee regels. Het gesprek aangaan met de burgers vinden op zich waardevol. Maar voordat wij een traditie ter discussie stellen, moet er ook een redelijke aanleiding zijn in onze gemeente. En de vraag is dat werkelijk het geval? Dank u wel, voorzitter. Dank voor uw bijdrage, de heer Smelt. Dan geef ik u graag het woord aan de SGP-fractie, de heer Jonker. Meneer Jonker, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. De jaarwisseling is en blijft een evenement met een groot risicoprofiel. Ik ga nu geen riedel geven wat er allemaal gebeurd is of wat er juist had kunnen gebeuren. We weten allemaal wel wat er zich afgespeeld heeft. Er is genoeg leesvoer voor. Waar gaat het wat ons betreft wel over in dit debat? Het gaat over respect en verantwoordelijkheid. In eerste plaats respect voor jezelf. Als je vuurwerk afsteekt, dan begeef je jezelf ook in gevaar. Of je beschadigt jezelf. Maar ook respect voor een ander. En heel vaak wordt de discussie gehaald van illegaal vuurwerk, legaal vuurwerk. Van beide vuurwerk worden mensen slachtoffer. En dat is misschien een dalende trend, maar ik zie het toch zo dat er elk jaar meer slachtoffers zijn. En ook dat is cumulatief te zien. Maar ook respect voor onze hulpverleners, de brandweer, de politie, de ambulancepersoneel en noem de BOA's er ook maar bij. Zij moeten toch in het veld de klappen opvangen. Ga er maar aan staan. Maar ook respect voor de dieren, hoeveel dierenleed, respect voor ons milieu. En we mogen blij zijn dat de coalitie en ook het college een grote ambitie heeft op het gebied van duurzaamheid. Ik heb het ook in het duurzaamheidsdebat al eens een keer aangehaald. We zitten ook niet heel goed bij kas, dus wat dat betreft is inzetten op het vuurwerk, vermindering van de overlast en wat er allemaal de lucht in geknald wordt, wel een effectief middel. Maar ook respect voor het geld en goed wat we met elkaar hebben. In no time vliegen de miljoenen euro's de lucht in. Hoeveel schade moet er eigenlijk nog aangebracht worden? Materieel, immaterieel, maatschappelijke kosten. En u weet dat de SGP een partij is die wel van tradities houdt. Maar kun je dat daar hier allemaal onderscharen? Wat is dan traditie? Je mag er dan niks van zeggen. Waar leggen we de grens? De SGP is echter een menig partij al voor geweest door ook het vuurwerkmanifest te ondertekenen. Voorzitter, en dan het woord verantwoordelijkheid. Inderdaad, dat zijn de mensen zelf. En we kunnen als overheid, als gemeentelijke overheid, niet alles zelf oplossen. Ook niet alles is handhaafbaar. Nee, we zetten ook nu niet op elke hoek van de straat een agent. Maar in deze discussie krijg ik wel min of meer, wij drinken nu samen een glas, we doen een plas en alles blijft zoals het was. Wat is dan onze plicht, onze verantwoordelijkheid? Wij kunnen toch wel ons best doen om te stimuleren om een gedragsverandering te werk te stellen. En ik ben ook blij om te horen dat er heel veel partijen zijn die ook het gesprek willen aangaan. Welke verantwoordelijkheid nemen we daarin? Ik zie ook wel dat er 1, 2, 3 geen draagvlak is voor een algeheel vuurwerkverbod. Maar de SGP kiest wel voor een lijn om zoveel mogelijk schade en persoonlijk leed te voorkomen. Wanneer is de maat vol? Wanneer is de grens bereikt? Het maatschappelijk debat aan te gaan met onze inwoners. Er zijn net al door meerdere collega's waardevolle woorden over gesproken. Dat ga ik nu niet herhalen. Dat juichen we alleen maar toe. En wat willen wij met de handhaving? Laten we de capaciteit van de BOA's. Hoe denkt u daarover? Hebben we daar voldoende aan? Is het daar niet wat tijd om daarin te investeren? Daar hebben we dus zelf als gemeente invloed op en niet op de agenten. En als laatste,
Waarvoor kan de gemeente Twenterand aansprakelijk worden gesteld als het gaat over de gevolgen van het niet handhaven van de door hen zelf opgestelde regels? En met name ook als men het gedoogt op plekken, hè, waar de politie en de BOA heeft staan kijken. En er wordt geen consequenties aan verbonden. Wat is dan de aansprakelijkheid voor ons als gemeente? Dank u wel. Dank u wel, meneer Jonker, voor uw bijdrage. Dan geef ik nu graag het woord aan de PVV-fractie. De heer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, Nederland is ziek, doodziek. Doodziek door vooral de zogenaamde moraalridders. De kijk ons is deugen, mensjes. De wij weten wel wat goed voor je is, mensjes. Vreselijk. Ze moeten van het gas af. U bent een milieucrimineel als u dagelijks vlees eet. En u bent een misdadiger als u gezellig met uw familie om de houtkachel heen zit. U bent een racist als u kritiek uit op de veroveringsideologie, de islam. En u moet u schamen als u gaat vliegen. En nu zijn er ook weer mensen en we kunnen er vergif op innemen. De discussie begint daar. Uiteindelijk komt hij hier naartoe. En nu zijn er weer mensen. De vaak kijken onze deugen mensen die het vuurwerken willen verbieden, deels of gedeeltelijk. Voorzitter, de PVV hecht aan onze tradities, waarvan vuurwerk op de laatste dag van het jaar er ook een is. Zeker, de overlast neemt toe. En dit hebben wij in Twenterand in de periode rond oudjaar ook ervaren. Ruim een week voor 31 december was het dagelijks raak. Werd er gewoon op losgeknald. En zag je 's avonds vuurpijlen de lucht ingeschoten worden. Dit kan allemaal omdat er gewoon niet gehandhaafd wordt. Er wordt gezegd, het is ook niet te handhaven. Het gevolg is dus dat de goede mensen, zoals altijd in dit land, onder de kwade mensen moeten lijden. Een klein groepje verpest het voor de mensen die er heel veel plezier aan beleven. Vaders met kinderen onder andere. En in plaats van die mensen aan te pakken die overlast veroorzaken, worden de mensen met goede intenties aangepakt. Niet nu, maar die discussie wordt steeds heftiger. Let maar op. Die ene dag in het jaar wordt hen afgepakt, de omgekeerde wereld, en voor ons niet te verteren. Zorg gewoon dat alle agenten de week van oudjaar werken. We zijn ervan overtuigd dat als je 1 of 2 of 3 jaar consequent boetes uitdeelt, want het is vaak hetzelfde groepje, dan houdt het vanzelf op een gegeven moment op. En wanneer je dit doet, wordt de overlast veel minder. Gewoon je boerenverstand gebruiken, meer heb je niet nodig. En wij hoorden dat mensen, en ik kreeg ook mailtjes van mensen, die hun hond al 4 dagen voor oudjaar in pensioen moesten doen. Omdat het beestje helemaal van slag was door dagenlang vooraf te knallen. Belachelijk. En alleen maar omdat wij te beroerd zijn om raddraaiers aan te pakken. Wij vragen aan de burgemeester of je deze raddraaiers, desnoods, een straatverbod kunt opleggen voor het jaar daarop. Net zoals je een stadionverbod hebt. Of dat je snelrecht kunt toepassen, kunt organiseren binnen de gemeente. Graag uw reactie. En we hebben vragen gesteld 3 weken geleden. En we hebben gevraagd of die antwoorden voor het debat zouden kunnen komen. Ik heb ze niet gezien. En dat is jammer, want dan hadden we die mooi kunnen gebruiken vanavond. En we hadden inderdaad gevraagd naar het aantal boetes, maar dat zullen er niet veel zijn. Ik kan me niet voorstellen dat ze nu nog aan het tellen zijn, aantal boetes. Voorzitter, wij zijn er voor de mensen die goede bedoelingen hebben en zich netjes aan de wet houden. Hier blijven wij ons voor inzetten. En tegen de rest zeggen wij, ga maar vast sparen voor de boetes in 2019. En de PVV wil, indien nodig, zwart op wit dat we in 2019 echt gaan handhaven. En zo niet, dan zullen we een motie indienen om dit af te dwingen. Graag een toezegging. Dank u wel. Dank u wel, meneer Veldmeijer. Ik zie dat er nog een vullende vraag voor u is, of in ieder geval een interruptievraag is van de heer Elzinga voor u, de heer Veldmeijer. Dank u, voorzitter. Elzinga. Ja, mijn vraag is aan de heer Veldmeijer. Bent u nog voor of tegen een verbod op vuurwerk? En bent u voor vrije vuurwerkzones? Want u heeft het net steeds al over overlast en weet ik allemaal wat. Maar bent u nog voor of tegen? Want u zegt eigenlijk dat u tegen een verbod bent. Maar dat is wat u zegt. Want u voorspelt dat het allemaal mis zal gaan en zo. Ja, de voorspellingen zien we wat er vanuit komt. Maar ik wil nu weten, bent u nu voor of tegen? Want dat is mij nu niet duidelijk. De heer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben blijkbaar allemaal last van oren die dicht zitten. Maar als wij tegen een verbod zijn, dan zijn we dus voor vuurwerk. Zo simpel is het. Alleen wij vinden
dat de overlast wel enorm toeneemt. En dat komt natuurlijk ook door die illegale handel. Die knallen zijn veel harder dan pakweg 20 jaar geleden. Of 30 jaar geleden toen wij klein waren. En dus vandaar ook dat mensen er meer last van hebben. Maar ik vind het niet kunnen dat je als gemeenteraad zegt, ja, we handhaven niet, het is niet te doen, laat maar lopen. En u bent een partij van laat maar lopen die overlast, of het nou bij de punt is, of in Westerhaar, of nu met vuurwerk, GBT is, laat maar lopen. Ja, dat kan niet. Dus om te zorgen dat uiteindelijk de mensen die goede bedoelingen hebben en met oud jaar netjes hun vuurwerk afsteken, legaal vuurwerk, voordat die de dupe zijn, omdat wij niet kunnen handhaven, en we uiteindelijk moeten concluderen van nou, laten we dan helemaal stoppen met het vuurwerk, dan dat kunnen wij niet verkroppen. Dus wij willen gewoon dat er gehandhaafd wordt en dan wordt het probleem vanzelf minder. Gewoon boerenverstand gebruiken, simpel nadenken. De heer Elsinga heeft een aanvullende vraag voor u. Ja, voorzitter, ik heb nogmaals, dat heb ik al eerder gevraagd, dan moet u met een voorstel komen, handhaving, hoe dat betaald wordt en hoe je dat dan gaat uitvoeren, door wie en met wie. Want u zegt van, u bent een verbod, daar bent u tegen. Maar ja, de mensen hebben overlast, want dat zegt u ook. Dan moet u ook aangeven hoe u dat aanpakt. En niet alleen maar wat roepen van wij laten alles lopen. Het is ook realisme. Als wij er geen geld voor over hebben, en de politie, daar hebben wij niet alles over te zeggen hoe die inzet wordt bepaald. Ja, dan wordt het gewoon lastig. En dan kunnen we zeggen van het moet allemaal gebeuren en dan kunnen we de vuist op tafel slaan. Maar als het geld er niet is of de inzet is er niet, dan houdt het gewoon op. Tenzij er een beter voorstel is. De heer Veldmeijer, aan u het woord. Ja, de oren van mijn collega zitten echt potdicht, want we hebben gezegd dat we met de motie komen op het moment dat we die toezegging niet krijgen. Dus dan gaan we ook inderdaad aangeven hoe we dat moeten doen. En ook wat betreft de financiering denken we heel simpel, ja, een kwestie van keuzes maken. U besteedt liever geld aan tot nek aan de drek. Nou, voor 20.000 euro kun je een half jaar een boa rond laten lopen. Ja, dat zijn keuzes die wij dan zullen maken. Volgens mij ziet voorstel wel tegemoet dat tot de nek aan de drek geschrapt wordt in Friesenveen. Nou, gewoon eens. De Velmeijer was klaar met uw bijdrage, begrijp ik. Ja. Dan geef ik graag het woord aan uw buurman, fractie VVD, de heer Kopers. Dank u wel, voorzitter. Vuurwerk is een traditie die ook in onze gemeente nog sterk gewaardeerd wordt en ook sterk tot uitvoering wordt gebracht. De vele argumenten voor of tegen deze oude traditie kunnen leiden tot een sterke polarisatie binnen de gemeente. In Twenterand wordt altijd veel gebruik gemaakt van de mogelijkheden om vuurwerk of karbiet te gebruiken en ook veel inwoners genieten op een passieve manier van dit vuurwerk. De nadelen spitsen zich echter toe tot het geluidsoverlast, vaak door te zwaar illegaal vuurwerk, het hinder voor huisdieren, vervuiling en afval en ongevallen. Voordelen zijn er natuurlijk ook het plezier van gezamenlijk afschieten van vuurwerk of karbiet met een hele groep waarbij ook de nodige oliebollen en een drankje wordt genuttigd. Daarnaast het in stand houden van een traditie die de viering van Oudejaarsdag tot een bijzondere maakt. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken hebben we hier in Twenterand nog maar enkele jaren geleden met elkaar besloten om het karbietschieten te verbannen naar buiten de bebouwde kom. Dat heeft al veel ergernis voorkomen. De hinderlijke harde knallen geven tussen de bebouwing veel overlast en kunnen nu na hardlos toch worden geknald op een vrij stuk land waar de overlast beperkt is. Dat heeft tot nu toe ook wel gewerkt. Echter, tot onze verbazing zijn er dit jaar op sommige plaatsen binnen de bebouwde kom toch weer tentjes verschenen waar karbiet werd gebruikt. Dat had heel makkelijk via handhaving door de politie kunnen worden voorkomen. Dat is echter niet gebeurd en wij vragen ons af waarom dan niet. Als je met een surveillancewagen de kennen bezoekt, kun je deze makkelijk vrijhouden van karbiettenten. Een ander probleem is de illegale invoer van zwaar vuurwerk uit Duitsland en ook België, waar dit jaar toch ook weer veel van onderschept is. Die onderschepping werkt steeds beter en dat is voor ons ook de moeite waard om verder op in te zetten. Wanneer je hier handelaren forse schade berokkent door inname en vernietiging van illegaal vuurwerk, kun je het enorm indammen. En daarmee voorkom je de grootste ergernissen en kun je de traditie in stand laten. We hebben de indruk dat er dit jaar relatief weinig schade en ongelukken zijn gebeurd binnen Twenterand. We hebben wel een vraag, is er rapportage beschikbaar van politie of gemeente over het aantal schadegevallen en ongelukken? En is er bekend wat voor bedragen daar dan mee gemoeid zijn voor de gemeente Twenterand? Vooralsnog is de VVD niet voor een algeheel vuurwerkverbod en ook niet voor het instellen van zones, omdat handhaving hier een groot probleem zal zijn.
Het handhaven van een karbietverbod binnen de bebouwde kom moet toch mogelijk zijn. En als we ook blijven inzetten op het onderscheppen van illegaal vuurwerk, moeten we het binnen de perken kunnen houden. En blijft het ook voor vuurwerkliefhebbers een traditionele oudejaarsdag. Dank u wel. Dank u wel, meneer Kovers. Dan geef ik graag het woord aan portefeuillehouder mevrouw Van der Kolk. Ja, dank u wel, voorzitter. Er zijn richting mij niet zo heel veel vragen gesteld, maar ik heb toch wel behoefte om een aantal zaken aan de orde te stellen met u te delen. Zoals de heer Elsega al aangaf, heb ik heel duidelijk gepleit voor een vuurwerkverbod of knalvuurwerk, wat dan ook maar, landelijk. Omdat je dat gewoon als gemeente niet zelf kunt doen. Dat is natuurlijk wel heel mooi om te zeggen van gemeente doen jullie het zelf. Maar we weten ook dat als wij het zouden doen, het waterbedeffect, je zou het helemaal een hek om Twenterand kunnen zetten en er komt niks in. Dat kan helemaal niks. Dat ze allemaal naar Almelo gaan bijvoorbeeld. Of als Almelo het zou doen, dat komen ze allemaal bij ons. Dus dat vind ik gewoon vrij makkelijk, laat ik het ook maar zo zeggen. Zo voel ik dat ook, dat vanuit Rijk wordt gezegd van nou gemeente doet u dat zelf maar. Vervolgens heb ik gezegd op die vraag van, stel je voor dat je een vuurwerkvrije zone, hè, dat er een straat zou zijn die dat zou willen. En je hebt 10 mensen in de straat die wel willen en 2 niet. Hoe gaat dat dan? Heb ik straks een conflict in die straat waarin ik weer mediation moet gaan doen om dat weer goed te krijgen? Dan moet je je wel van bewust zijn wat de effecten ervan is. Een deel wil dat wel. Een ander deel zegt van nou, ik heb kinderen die wil ik graag in de buurt hebben om het af te schieten. Dat zijn hele lastige dingen. Vandaar dat ik gezegd heb, ik heb niet op elke hoek van de straat dan een politieagent of een BOA. Nu wordt net gedaan, en dat vond ik toch wel heel vervelend, of er niets gehandhaafd is in Twenterand. Dat is er wel. Maar je kunt nooit in een gemeente alles maar handhaven van links naar rechts, van voor naar achter. De excessen zijn echt opgepakt. En ik heb wat gezegd worden over karbiet, heb ik ook heel goed gehoord. En dat zal ik ook terugleggen bij de politie om daar eens nog eens even goed over door te praten. Want ik heb van tevoren, hebben wij het overleg gehad met politie, officier van justitie, met iedereen om te kijken. Met de buitendienst, hè, van dat iedereen alle telefoons heeft om heel vlug te schakelen als het nodig was. En ik wil u zeggen dat ik blij ben dat het nieuwjaarsdag 8:00 morgens is. En dat ik denk van nou, ik heb niet een brandtelefoon van de politie gehad dat er iets gebeurd is. Ernstig. Dat vind ik altijd weer een heel belangrijk punt en een heel cruciaal punt waar ik heb natuurlijk in meerdere gemeentes ben ik burgemeester geweest, wat ik altijd heel spannend vind, laat ik het ook maar heel eerlijk zeggen, en de teamchef net zo. Dus wij hebben ook weer met elkaar gekeken van hoe is het verlopen, wat zijn de punten geweest waar we weer van kunnen leren voor het volgend jaar. En er zijn gewoon boetes uitgedeeld. Zowel de onze BOA die nu dat ook mag doen als de politie. En de politie heeft de afgelopen weken van het oude jaar extra inzet gepleegd. Onder andere ook om de illegale vuurwerk aan de voorkant uit de circulatie te halen. Daar is echt gigantisch op ingezet. En de heer Veldmeijer heeft ook een aantal schriftelijke vragen gesteld. U heeft de antwoorden niet, dat klopt, want die moesten uit verschillende systemen ook bij de politie komen en dat kon niet zo vlug. Dus ja, ik ben afhankelijk van de politie, van HALT, van de milieupolitie, van een heleboel partijen om antwoord te geven op die zaken. Er is overlast. Laat ik dan maar heel duidelijk zeggen, dat vind ik ook iets waar niemand ook van heeft gezegd dat het niet zo is. Maar er is geen toename van overlast. En als ik kijk naar de meldingen achteraf bij ons gedaan, zijn het elk jaar 1 à 2 die dan achteraf met bepaalde zaken komen. Dus dat is ook altijd wel een hele constante lijn. En er is gewoon een overzicht van wat de vernielingen zijn aan gemeentelijke eigendommen. Dus dat overzicht krijgt u ook. Die toezegging wil ik u ook doen. En dan zie je dat er uitschieters zijn naar 17.000, 8.000, 6.000. Dus dat fluctueert per jaar. Maar dit jaar was het iets meer als vorig jaar. Vorig jaar bijna 7.000 en nu iets meer als 8.000. Dus dat zijn de getallen en de bedragen aan gemeentelijk eigendom. Hè? Daar praat ik dan over. Dus als u zegt van hoe kijkt u daar tegenaan om het gesprek aan te gaan? Hoe kunnen we het veiliger maken? Nou, dat is natuurlijk iets waar we continu mee bezig zijn. Hè? HALT doet binnen haar mogelijkheden financieel budget, doet zijn voorlichting. Dat kan natuurlijk veel meer, dat doen we al bij de vuurwerkwinkels, de vuurwerkverkopers.
Je probeert zoveel mogelijk informatie te geven, voorwerk te doen, et cetera. Maar om te gaan zeggen van je gaat ergens een vuurwerkvrije zone in, zou ik dus echt niet voor zijn, luid maar. Hè. Ik ben wel de verantwoordelijke portefeuillehouder die over die veiligheid gaat. Omdat ik dan allerlei neveneffecten zie van een waterbedeffect. Mag niet in die straat, gaan we het met z'n allen in de andere straat doen. Nou, dat willen we ook niet met z'n allen. We willen dat het veilig gebeurt. We willen dat het op de goede manier gebeurt. Nou, misschien kun je daar nog wat meer voorlichting aan geven. Maar het blijft gewoon wel de verantwoordelijkheid van de mensen zelf. Om op een zorgvuldige manier het af te steken, et cetera, et cetera. En met een bril te werken, een vuurwerkbril. Dus ik denk dat toch wel wat zaken zijn die van belang zijn. En de politie gaat, daar waar excessen zijn, stappen ze erop af, nemen ze hun verantwoordelijkheid, zijn de boetes uitgedeeld. En de heer Veldmeij vraagt nog van, kan er een straatverbod, kan er snelweg? Er zijn natuurlijk een aantal dingen waar ik niet over ga, waar de officier van justitie over gaat. En als het over een straatverbod gaat, dat kan ik niet zomaar opleggen. Als het om een voetbalverbod gaat, kan het ook een voetbalstadionverbod gaan. Kun je niet zomaar eventjes, die doet wat en dus. Zo simpel is het leven niet. Is ook maar goed ook. Want ook elke inwoner heeft wel bepaalde rechten. Dat moet dus zorgvuldig gebeuren. Er moet een afweging gemaakt worden waarom je wel of niet iets oplegt. En als iemand in een straat woont, kan ik die iemand voor die straat geen verbod opleggen. Die woont daar. Heel simpel. En het is niet zo simpel, maar dat wil ik wel even heel duidelijk aangeven, dat het niet iets is van dat het zomaar kan gebeuren. De heer Kelder heeft een vraag voor u, mevrouw Van der Kolk. Dus de heer Kelder, aan u het woord. Dank u wel, meneer de voorzitter. Nou, ik hoor uw verhaal, burgemeester. Ik heb wel een simpele vraag. Heb u behoefte aan meer BOA's? Heb u meer ondersteuning nodig? Al zal het alleen voor die periode zijn. Kijk. Over de Kolk, aan u het woord. U weet mijn standpunt over meer BOA's. En de BOA van ons is ook niet alleen op pad geweest, maar is op pad geweest met de politie. Die hebben dat samen gewoon gedaan. En de politie heeft ook extra inzet gepleegd. En dat is ook iets wat elk jaar gebeurt. En als u zegt, heeft u meer behoefte? U weet mijn standpunt. Dan zeg ik gewoon van ja. Los ik dan alle problemen op? Dan zeg ik van nou, nee. Maar dat is natuurlijk steeds, je hebt nooit genoeg, denk ik. Als het hier om gaat, we zijn een grote plattelandsgemeente. Laat ik die maar even erin gooien. Dan is het natuurlijk, dan heb je ook een heel groot grondgebied. Laat ik dat maar heel duidelijk aangeven. Maar de BOA en de politie en onze buitendienst en de brandweer. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat het fantastisch hier gaat. Hoe de telefoonnummers bekend zijn, hoe de lijnen lopen. En dat ze met elkaar gaan voor de veiligheid van de inwoners van Twente. Ook de heer Veldmeijer heeft een vraag voor u. De heer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik zou graag aan de burgemeester willen vragen. De overlast neemt toe. Hoe gaan we voorkomen dat die overlast ieder jaar toeneemt? Of, we hebben ook gevraagd hoeveel meldingen zijn er geweest van inwoners richting de gemeente over overlast. Hoe gaan we dan voorkomen dat die overlast de komende jaren toe gaat nemen? Mevrouw Van der Kolk. Voorzitter, ik heb net aangegeven dat er overlast is, maar dat er geen toename is. Maar er is overlast. En als u mij persoonlijk vraagt, zeg ik, elke overlast is één te veel. En ik heb ook aangegeven dat we proberen dat op een goede manier te handelen. Laat ik dat ook maar aangeven. Als u zegt, hoe kunnen wij voorkomen dat? Dat kunnen wij, denk ik, niet doen. Wij kunnen een bijdrage leveren door voorlichting. Maar als het vuurwerk verkocht mag worden 3 dagen voordat het oud jaar is. Ik zeg wel eens, het brandt in die zakken van de jonge lui die dan net gekocht hebben. En dat moet toch wel uit. Ja, dat kan ik niet tegenhouden. En als het verkocht mag worden, dan heeft iemand dat op zak. Dan kan ik ook niet zeggen, dat mag niet. Maar die loopt net rustig naar huis. Dus wij kunnen die overlast niet tegenhouden. We kunnen wel wijzen iedereen op de verantwoordelijkheden. Maar ik denk dat het dan ook ophoudt. Heer Veldmeijer, u heeft een aanvullende vraag. Ja, meer een constatering, voorzitter. Ik vind het heel erg triest om te horen dat je in feite toch de boel laat. En ja, dat gevoel hebben burgers ook, zeg ik, voorzitter, tegen de burgemeester. Want we krijgen regelmatig de opmerking over, ja, Twente rand en handhaven, dat past niet bij elkaar. En burgers krijgen toch het idee, ja, er wordt toch niet gehandhaafd. Dan gaan we onze eigen gang maar. En
dat gevoel leeft toch wel bij de inwoners. Mevrouw Van der Kolk, voorzitter, u wilt er ook twee dan over. Spreekt deze burgemeester, verantwoordelijk voor handhaving, met juist heel andere mensen. Waarvan de mensen zeggen, er wordt wel gehandhaafd. En dat ze ook wel eens proberen bij mij om het handhaven om te draaien. En dat ze dan weggaan en zeggen, ja, u handhaaft wel. En u heeft gelijk. Dus wij spreken verschillende mensen, dat kan. Dat kan, maar als ik zeg niets dat er niet gehandhaafd wordt. Ik probeer wel heel duidelijk aan te geven om geen verwachtingen te wekken. Ook naar onze burgers, maar ook naar u. Wat kan en wat niet kan, waar grenzen liggen. Maar dat er gehandhaafd wordt in Twenterop is heel duidelijk. En ik merk ook dat het voor mensen soms heel lastig is dat er wel gehandhaafd wordt. Want dan moet je houden aan regels en je wilt anders hebben. Ik probeer aan te geven met vuurwerk dat de verantwoordelijkheid bij ons allen ligt. Maar dat wij als gemeenteraad, als gemeente maar beperkte mogelijkheden hebben. Maar dat die verantwoordelijkheid ook bij de mensen zelf ligt. Dank u wel mevrouw Van der Kolk voor uw bijdrage en uw toelichting. Kijk ik even de zaal rond of er een tweede termijn op komst is. Ik zie dat de PvdA, GroenLinks, GBT, SGP daar graag gebruik van willen maken. En dan geef ik dan graag het woord ook aan PvdA, GroenLinks fractie. De heer Reuske. Dank u wel, voorzitter. Als indiener van dit debat ben ik blij dat we met elkaar erover spreken en ook zien dat er flink over gesproken wordt met elkaar. Dus wat mij betreft is dat al een eerste stap. Nogmaals, ik heb hier niet gepleit voor een vuurwerkverbod of het afschaffen van een traditie. Wat wij hebben gehad is vooral, er is sprake van overlast. De burgemeester heeft er ook van gesproken. En die mensen zijn er ook in Twenterand. En laten we nou met elkaar kijken hoe we dat kunnen vertalen in hoe we vuurwerk met elkaar gaan aanpakken en hoe we dat met elkaar gaan afsteken. En dat is niet alleen op te lossen met handhaven. Dat kunnen we ook op andere manieren doen. De burgemeester noemde zelf ook al voorbeelden. Kijken naar halt, kijken naar voorlichting. En in die zin was ik ook blij met de reacties van het CDA, de ChristenUnie, SGP en ook van het GBT. Om met elkaar te kijken hoe kunnen we daar vorm aan geven als we het gesprek aangaan. De enquête die de heer Smelt noemde is daar al een eerste voorbeeld van. En als dat vertaald kan worden naar een e-inspraak zou ik dat al heel mooi vinden. Want dan hebben we informatie waarmee we verder kunnen. Dus wat mij betreft is het doel van dit debat, maar ook het vervolg, vooral voor ons, om met elkaar verder daarover in gesprek te gaan. En wij willen graag nagaan met mijn collega's, dan wel in het presidium, dan wel in de raad. Ik weet niet precies in welke vorm, maar daar zou ik het graag over willen hebben, hoe we hier een vervolg aan kunnen geven en dat het vanavond niet ophoudt bij alleen dit debat. Dus wat mij betreft kom ik daarop terug in het presidium, als dat de juiste route is. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Reuzen. Geef ik graag het woord aan de heer Elzinga van het GBT. Meneer Elzinga, aan u het woord. Ja, dank u, voorzitter. Hebben wij de illusie dat er een vuurwerkvrije zone dat het niet kan? Nee, mijn broer die woont in een vuurwerkvrije zone in een straat, maar die woont er met z'n tweeën. Dus dat kan het wel. Of je alleen met de buren overleggen, ze zijn met z'n bijen eens en dan wordt geen vuurwerk geschoten. Dus het kan wel, maar dan moet je niet te veel mensen in een straat hebben. Wat de heer Kruijder aangeeft van het CDA, afspraken maken, oplossen, natuurlijk, dat zou het mooiste zijn. Hè, als we dat doen met elkaar, maar ik heb ook gevraagd, hoe? Hè, hoe gaan we dat nou aankleden en hoe pakken we dat dan aan? Want spreek je nou ook de mensen aan die juist die overlast veroorzaken, of komen die juist weer niet? Hoe bereik je die dan? De heer Reusken noemt even die Smelt van de ChristenUnie over een soort van burgerpeiling, geloof ik. Ik weet niet hoe ik het moet. Ik denk dat hij zoiets bedoelt. Ja, dat mag. We zijn voor burgerpeiling. Ik ben best benieuwd naar de meningen van de mensen, maar ook een goede respons. Van wat vinden zij daarvan? Maar dan moet je ook weer de vraag stellen, hoe ziet u dat? Want ja, dat vind ik nog steeds een lastig verhaal. En eigenlijk wat wij als gemeentebelangen Twenterland hebben gezegd, is precies hetzelfde wat de burgemeester heeft gezegd. Landelijk verbod, als dat er is, dan is dat gewoon een stuk makkelijker. Nu is het gewoon heel erg lastig. Er is in de buurt van Den Haag, in een aantal kernen, is er een experiment geweest met vuurwerkvrije zones. Ook met de buurt. En inderdaad, u haalt het voorbeeld aan. Er waren twee buurtbewoners die waren op een vergadering niet geweest. En die hebben precies, ja, maar wij zijn tegen. Dus die gingen toch weer voor zichzelf knallen.
En die andere buurtbewoners zeggen, ja, wij spreken er niet op aan, maar we krijgen weer ruzie met ze. Want wij zijn geen handhavers, dus dan heeft het ook weer geen zin. Het is gewoon een heel lastig verhaal. En wij hebben alleen maar realisme proberen te prediken in die zin. Want als er landelijk geen verbod is op verkoop van vuurwerk en ook niet voor het afsteken, dan is het gewoon een heel moeilijk verhaal. Dan kun je van alles willen met elkaar, maar dan wordt het gewoon heel erg moeilijk. En dat geldt ook voor de vuurwerkvrije zones. Dat is wat ik nog wilde aangeven, voorzitter. Heeft de heer Jonker heeft nog een vraag voor u, meneer Helsinga. Dus de heer Jonker, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, realisme, dat is de SGP-fractie ook van. Kijk, hoe krijg je die raddraaiers te pakken? Dat is dus gewoon het veld ingaan. En ze in de misstanden, die mensen bij de kladden pakken. Dan heb je het over handhaving. En de burgemeester heeft net aangegeven, ik zou daar wel wat meer inzet op willen hebben. Bent u bereid om daar ook gezamenlijk met de raad daarover na te denken, wat daar dan toch in nodig is? Kunnen we daar dan juist niet een stap in zetten, zodat we iedereen recht kunnen doen? Thee, als ik ga aan u door. Ja, voorzitter, de Jonker zegt van, ja, je gaat maar gewoon inzetten, maar de burgemeester zegt dat het al gebeurt. Dat is één. Twee is, de burgemeester komt met een voorstel richting de kadernota over handhaving. Daar zitten wij als raad allemaal al op te wachten. En ik mag toch aannemen dat bijvoorbeeld over het aanpak van de overlast van de hondenpoep, maar ook dit, dat daarin meegenomen wordt. Want het vuurwerk hoef je natuurlijk niet het hele jaar te controleren. Dat zijn gewoon periodes. Dus het hoeft helemaal niet misschien heel zo duur te zijn. Maar wij wachten naar voorstel. Dat is een totaal voorstel. Zo heb ik het altijd begrepen waar de burgemeester mee komt. Daar zitten allerlei aspecten in. En ik denk dat het zo is. Tenminste, ik kan me herinneren van een aantal jaren geleden dat we ook een soort voorstel hebben gehad. En dan kan een raad aangeven waar je de prioriteit wil stellen. Wat vind je waar de nadruk op moet liggen. Maar dan is het ook zo dat je soms iets moet laten vallen of minder doen. En dat kan ook weer wrevel veroorzaken. Dank u wel voor uw toelichting weer, heel ASK. En dan geef ik nou graag het woord aan de heer Jonker van de SGP. Hij wou weer gaan zitten, maar... De heer Jonker, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. We hebben een goed debat met elkaar gehad. De heer Heusken gaf het ook al aan. Wat ons betreft ook een voortdurend gesprek daarover aan te gaan. Niet elke maand, maar toch dat hier toch wel een vervolg op komt. De ChristenUnie heeft ook al een goede optie gegeven om met elkaar in gesprek te gaan, ook met de samenleving. Misschien kunnen we daar ook een stap in zetten. Dat moeten we dan maar nader bespreken en met een voorstel komen. En we wachten inderdaad ook wat het gebied handhaving, toch ook een voorstel van de burgemeester. En daar staat er met de kadernota, is wat mij betreft ook akkoord. We hadden in eerste termijn nog wel een vraag uitstaan over waar de gemeente aansprakelijk kan worden gesteld als het gaat om het niet handhaven van eigen regels. Zeker op zaken zoals bijvoorbeeld, er is kabiet geschoten binnen de bebouwde kom en daar is geen gevolg aan gegeven. Die mensen zijn gewoon doorgegaan met knallen. En als er dan toch wat fouten gegaan zijn, zouden we daar dan ook aansprakelijk over gesteld kunnen worden als gemeente. Daar graag nog een reactie op. Dank u wel. Dank u wel, meneer Jonker. Er werd volgens mij nog een vraag gesteld aan u, mevrouw Van der Kolk. Ik weet niet of u daar nu op wilt reageren. Dan is aan u het woord, mevrouw Van der Kolk. Ik dacht dat er nog misschien meer waren die... De vraag, ik weet het niet zo. Ik laat het uitzoeken, want ik ben geen jurist, dus daar krijgt u antwoord op. Oké, dank u wel, mevrouw Van der Kolk. Dan geloof ik dat de aanzet tot dit geheel het in gesprek gaan met elkaar over dit onderwerp behoorlijk gelukt is op dit moment. En staat de fracties ook vrij om wat de heer Reusken al aangaf om het in het presidium te gaan bespreken. Daar een vervolg te geven. En uiteraard kan er ook een motie vreemd ingediend worden. Eventueel om dan vervolg te geven bij een volgende raadsvergadering. Dus volgens mij komen we hiermee aan het einde van agenda punt 8. Rest ons nog de agenda punten 3 en 4 van portefeuillehouder Paters. Ik begreep net van onze griffier dat de heer Paters inmiddels in de taxi zit. En die verwacht voor 10:00 te zijn. Dus mijn voorstel zou zijn om tot nadere orde dat de heer Paters aanwezig is te schorsen. Zodat we ook de laatste twee agendapunten vandaag nog kunnen doen. Zodat we hier niet morgen nog voor retour hoeven te komen. Sorry? Hij was op dat moment even. Ik stel voor dus tot
tot maximaal 10 uur te schorsen. En in de tussentijd houden we contact met de heer Paters. Als er veranderingen zijn, dan melden we dat uiteraard. Goed, dames en heren, als en ieder zijn plekje weer heeft gevonden, dan blijven wij toch niet schorsen tot de heer Paters is teruggekeerd. Ik begreep zojuist dat agenda punt 4, herpositionering jongerenwerk, oktober 2018, dat die vanuit het college is overgenomen. Dus kunnen wij wat dat betreft rustig starten met dat punt. Aangemeld voor agenda punt 4 hebben zich PvdA GroenLinks fractie als indiener. De fractie van de GBT, CDA, PVV en de VVD. Dan geef ik graag als eerste het woord aan de heer Reusken van de PvdA GroenLinks fractie. En ook bij dit agendapunt draagt de spreektijd 3 minuten. De heer Reusken, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Het lijkt me goed om daarmee te beginnen. Gisteren in de krant lazen we, of er was in ieder geval een persbericht wat we ontvangen hebben, dat er een overeenkomst is tussen de verschillende partijen. Goed om dat te lezen. Echter, dit is niet de eerste keer dat we hier met elkaar praten over het jongerenwerk in deze raad. Het begon allemaal met jongeren in positie. En dat was in april 2017. De opdracht aan de raad, van de raad, was helder en duidelijk. Het realiseren van integraal jongerenwerk in de gemeente Twenterand, waarin men samenwerkt als één team vanuit één visie en met in elke kern één jongereninloop. Lijkt bijna een heldere en duidelijke opdracht. Betrokken organisaties zijn aan de slag gegaan en eind 2017 lag er een plan. Plan van aanpak, een overeenkomst over de toekomst van het jongerenwerk in Twenterand. Onder andere kerngericht werken, voor alle jongeren toegankelijk maken door outreaching te werken. Dat stond centraal. Dat had ook onze goedkeuring. Daar hebben we het met elkaar ook over gehad op dat moment. In 2017 was nog geen 2 maanden voorbij. Of 2 van de 4 organisaties hadden geen vertrouwen meer in de samenwerking. Hier in de raad hebben we daar een debat over gehad. En toen hebben we met elkaar gezegd, wethouder, pak uw verantwoordelijkheid, ga met die partijen aan de slag. En zo kan het niet langer, het is tijd om door te pakken. Volgens mij was het ook een heldere boodschap. Daarna is het een tijdje stil geweest en hebben we ook de verkiezingen gehad. Ik heb het collegeakkoord er nog eens een keer bij gepakt en het college staat, ik citeer, wij willen 1 organisatie waarmee samengewerkt zal gaan worden op het gebied van ambulant, CQ, outreach en jongerenwerk. Het versnipperde landschap zoals nu het jongerenwerk in de gemeente Twenterand is georganiseerd, werkt niet efficiënt en effectief genoeg. Als we dan vervolgens weer een half jaar verder zijn, hebben we een raadsbrief gekregen en de uitkomst is niet anders, kan ik constateren, dan 1,5 jaar geleden. Alle partijen hebben toch weer aangegeven met elkaar in gesprek te gaan en ook te willen samenwerken. Op zich is dat natuurlijk ook niet zo verwonderlijk, want als je niet mee wilt doen, dan zit je niet in de boot en krijg je ook geen subsidie om je eigen activiteiten te continueren. Na alle partijen is door het college aangegeven dat het moet liggen binnen het coalitieakkoord. En volgens mij is wat er nu ligt niet conform het coalitieakkoord. Er komt niet 1 organisatie zoals staat in het coalitieakkoord. Er komt niet 1 inloop per kern, omdat dat nog een brug te ver is. De verschillen zijn nog te groot tussen enerzijds reflection en anderzijds zorgzaam. Is dit nu wat de raadsopdracht was? Volgens mij niet, maar ik kan het verkeerd hebben. Wat maakt het college dat ze hierin een draai maakt? Zeker ook de verantwoordelijk wethouder die in het verleden toch een heel helder en duidelijk standpunt over had. En ook een voorstander was van 1 organisatie voor het jongerenwerk. Het lijkt erop dat de organisatiebelangen sterker wegen dan de belangen van jongeren. En daarbij blijven wij vinden dat voor een gemeente met 34.000 inwoners 4 organisaties voor jongerenwerk te veel is. Dit is naar onze mening niet efficiënt en ook niet effectief. Daarbij vraagt de Partij van de Arbeid GroenLinks zich ook af welke garantie het college heeft dat het nu wel goed gaat met die samenwerking. Want het was niet de vorige keer, was niet de eerste keer dat de samenwerking is opgezegd of het trouw is opgezegd. Dat is in het verleden daarvoor ook al eens gebeurd. En nu het college toch een besluit heeft genomen om met die 4 organisaties door te gaan, hebben wij toch nog 2 vragen. Er komt een 2e locatie voor de jongereninloop met een gezamenlijke pedagogische visie. Betekent dat dit op termijn ertoe gaat leiden dat er toch 1 inloop komt? Want als je toch een gemeenschappelijke pedagogische visie hebt, waarom zou je dan 2 jongereninlopen hebben? Vraagteken. En toch wat voor ons van belang is, want we snappen dat het college met die 4 organisaties om tafel is gaan zitten. We begrijpen ook dat er een samenwerkingsovereenkomst is.
En we hopen ook, laat ik daar ook eerlijk in zijn, dat dat gaat werken. Maar wat ons betreft komt er op termijn toch één organisatie. En ook daar zou ik graag van dit college een uitspraak over willen hebben. Komt die ene organisatie eigenlijk op termijn? Zoals ook in het coalitieakkoord staat. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, heer Reusken. Ik geloof dat enkele jongeren zich ook middels wat sneeuwballen willen laten horen op dit moment. Maar dat is hij. Dan geef ik graag het woord aan de GBT-fractie, aan mevrouw Makkinga. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Als gemeenteraad hebben wij de raadsbrief over de voortgang van het herpositioneren van het jongerenwerk mogen ontvangen. Vorige week heb ik een van de jongerenwerkers gesproken en die bevestigt wat er in de raadsbrief staat. Er is belang bij een onafhankelijke procesbegeleider die de vier partijen samen kan brengen. Zoals GBT eerder heeft aangegeven, stemde het ons somber dat de samenwerking tussen de vier partijen niet geheel voorspoedig is verlopen, waar wij in juli ook al een debat over hebben gehad. Maar we zijn blij om te horen dat het college constructieve gesprekken heeft gehad met alle partijen en zij weer openstaan voor een intensieve samenwerking. Want uiteindelijk dienen wij allemaal hetzelfde doel, het helpen van de jongeren in de gemeente Twenterand. We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk de jongerencentra, de jongerenwerkers en de betrokken vrijwilligers zijn voor onze jeugd. Het is bewonderenswaardig hoe deze mensen zich inzetten om onze jeugd te helpen met grote en kleine problemen en hierbij tegelijkertijd positief bijdragen aan hun opvoeding. Een bijkomend positief effect van jongerenwerk is dat op deze manier ergere problematiek vaak voorkomen kan worden. Ja, volgens mij is meer een voorzitter, voorzitter, hier wordt links ingefluisterd dat bij een medespeech je niet mag interromperen. Ik kan me herinneren dat ik bij de heer Huisjes dat destijds wel heb gedaan. Ik ben toen niet gecorrigeerd door de voorzitter toen. Ik wil met alle liefde en alle plezier weer gaan zitten, maar ik wist niet dat dat een ongeschreven of geschreven regel was. Als dat zo is, dan ga ik weer zitten en dan kom ik in mijn tweede inbreng met een aantal vragen terug richting het GBT. Dank u, vervolgt u. Wat hoor. Dank u wel. Zoals ik al zei, een bijkomend positief effect van jongerenwerk is dat op deze manier ergere problematiek vaak voorkomen kan worden. Het is daarom van belang dat alle jongerenwerkpartners samenwerken om kennis onderling te delen en op deze manier zoveel mogelijk jeugdigen te helpen. Daarom zijn wij ook erg blij met de ondertekening van de overeenkomst waarin alle partijen bekrachtigen dat ze er samen voor gaan zorgen dat de jongeren de hulp krijgen die ze verdienen. We kijken uit naar het eerste periodieke verslag van de voortgang van de overleggen. Daarom zijn onze vragen aan de wethouder: wanneer kunnen wij deze tegemoet zien? En hoe ver staat het met het aanstellen van de onafhankelijke procesbegeleider? Tot zover, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Makkinga, voor uw eerste bijdrage. Dan geef ik graag het woord aan de CDA-fractie. En dat is mevrouw Janssen-Smelts. Mevrouw Janssen, aan u het woord. En dank u wel, meneer de voorzitter. Tot en met december 2017 verliep het proces herpositionering onder begeleiding. En inmiddels zijn we een jaar verder. De vier partijen zijn het afgelopen jaar zelf aan de slag gegaan en de constructieve gesprekken hebben plaatsgevonden. Door de partijen is aangegeven dat zij openstaan voor samenwerking. Eerder werd nog benoemd dat elkaars vertrouwen was geschaad. Wij zijn benieuwd hoe de samenwerking tussen de partijen inmiddels verloopt. Is er sprake van een goede samenwerking tussen de partijen en zijn er inmiddels successen gerealiseerd door deze samenwerking? Tijdens de debatten in 2018 werd aangegeven dat er sprake was van een gebrek aan transparantie. Wordt er nu openheid gegeven door alle partijen? Wat is het tijdspad dat het college om invulling te geven aan de opdracht vanuit de raad met betrekking tot het omlijnen van het jongerenwerk? En welke opdracht en tijdspad heeft de procesbegeleider meegekregen?
Het belang van de jongeren moet voorop blijven staan. Een samenwerking moet dit dan ook ten goede komen en de kwaliteit doen verbeteren. Wat worden de speerpunten met betrekking tot de herpositionering jongerenwerk voor 2019? Hoe willen de partijen de herpositionering verder vorm gaan geven? En daarnaast heb ik nog een vraag, en dat is namelijk, klopt het dat er in Frieseveen twee locaties open blijven voor de inloop? En is dit dan al permanent? En dus een afwijking van de afspraken. En natuurlijk wil ik ook mijn waardering uitspreken voor de aangegaande samenwerking tussen de partijen. Maar ik wil ook benoemen dat we het jammer vinden dat we gisteren pas het persbericht met betrekking tot het jongerenwerk ontvingen. We hadden het bericht graag voor het weekend ontvangen, zodat we meer tijd hadden gehad om het, ook, het artikel natuurlijk te kunnen meebrengen in onze inbreng. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Jansen. Dan geef ik vervolgens graag het woord aan de heer Veldmeijer van de PVV-fractie. Meneer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, medio april 2017, bijna 2 jaar geleden alweer, is de herpositionering van het jongerenwerk ingezet. En dit moest leiden tot kwaliteitsverbetering van het jongerenwerk en het verminderen van de kwetsbaarheid van de jongeren, aldus de raadsbrief. En met het laatste bedoelt men natuurlijk dat kwetsbare jongeren beter geholpen moesten worden. En zoals gezegd net zijn we bijna 2 jaar verder en staan de neuzen na een gesprek met de wethouder in augustus 2018 weer dezelfde kant op. Want er waren problemen. Twee partijen hadden moeite met de rol van zorgzaam, iets met cultuurverschillen. En de intentie is om samen te werken, allemaal. Maar toch is er skepsis, want er moet een onafhankelijke procesbegeleider komen. Er moet voortdurend gemonitord worden of alle partijen wel goed samenwerken en hun best doen. En de afspraken moeten door alle partijen ook nog eens ondertekend worden. En er blijven 2 inlopen in Frieseveen. 1 inloop is vooralsnog een brug te ver. En als 1 partij zijn best niet doet, kan het consequenties hebben voor de subsidie. En dus komt het voortbestaan in gevaar. En we hebben dan ook een aantal vragen. Wie is of wordt de onafhankelijke procesbegeleider? Wat betekent onafhankelijkheid in deze? En wie bepaalt of een partij de boel frustreert of zijn afspraken niet nakomt? Wanneer komt het moment dat dit consequenties heeft? En stel dat 2 partijen een wanprestatie, uw woorden, leveren, dan kan het zijn dat van 2 partijen de subsidie wordt ingetrokken. Klopt dat? Er wordt gesproken over een continue monitoring. Wat betekent dit in de praktijk? Hoe dan? En er wordt gezegd dat alle acties tijd kosten, maar we zijn al 2 jaar verder. Hoeveel tijd mag dit allemaal gaan kosten? En wanneer is het moment daar om dan definitief de stekker eruit te trekken wanneer het op deze manier ook niet gaat lopen? Dat waren de vragen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Veldmeijer. En als laatste het woord aan de VVD-fractie, de heer Kobus. Aan u het woord. Dank u wel. De VVD heeft wat moeite met de voorstellen zoals het college die hier doet in die raadsbrief. De raad heeft aangegeven het jongerenwerk integraal met 1 jongereninloop per kern te willen realiseren. Dit met de argumenten zoals ook in de raadsbrief weergegeven. Het blijkt nu dat dit toch nog niet helemaal haalbaar is. Wij begrijpen het standpunt van de wethouder dat hij in dit dossier de boel niet wil forceren en langzaam tot volgende stappen wil komen. Maar vanuit de raad kunnen wij toch wel een heel duidelijk signaal geven dat deze stappen wel moeten worden gezet. In deze raadsbrief is het wat ons betreft allemaal wat te vaag en op een te lange termijn geschetst. Daar zouden wij toch wat duidelijke kaders voor willen stellen. In plaats van kosten te besparen door tot 1 organisatie te komen, zal er nu geld moeten worden uitgetrokken om een onafhankelijk procesbegeleider aan het werk te zetten. We vinden de notitie allemaal wel erg vrijblijvend. Er staat geen enkele tijdsroute in, omschreven. Wat kost het om deze coach aan te stellen en hoe lang heeft dit proces dan nog nodig? Kan de wethouder aangeven op welke termijn dit allemaal wel te realiseren is? Of zouden wij als raad daar een deadline voor moeten stellen? Bijvoorbeeld om bij de volgende begroting tot 1 inloop per kern te komen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Kobus, voor uw inbreng. Dan kijk ik even naar het college. Sterk vertegenwoordigd nog in de vorm van mevrouw Van Abbema. En ik geef u graag het woord, mevrouw Van Abbema. Voorzitter, dank. Ik ga namens het college mijn uiterste best doen om de antwoorden te geven daar waar ik ze heb. En daar waar dat niet lukt of
ik ook kan aanzien dat dit niet voldoende is, dan zeg ik u toe dat de beantwoording later komt. Ik denk dat dit debat over het jongerenwerk, wat we natuurlijk in deze raad en ook in de vorige raad regelmatig met elkaar gevoerd hebben, dat die ook verdient dat u ook de goede antwoorden krijgt. Want het is inderdaad niet voor het eerst dat dit aan de orde is in deze raadzaal. Een aantal raadsleden, ik dacht ook de heer Reusken, die schetst ook dat proces even, dat we in 2017 eerst ook gestart zijn met een onafhankelijk procesbegeleider, dat dat in de eerste instantie heel erg goed ging, maar dat dat toch weer gebrouilleerd is met elkaar. Wat ik u in ieder geval kan vertellen, dat is dat wethouder Paters, die dit dossier ook namens het college opgepakt heeft, dat hij heel voortvarend van start is gegaan en dat hij hier vele gesprekken ook zelf mee gevoerd heeft. En ik kan u ook vertellen dat dat wel geholpen heeft, dat dat goede uitkomsten heeft gehad met elkaar. En het feit dat gisteren, of eergisteren, dat wil ik even afwezen, in ieder geval de partijen van het jongerenwerk met elkaar aan tafel hebben gezeten, die intentie ook met elkaar hebben gedeeld en ook daadwerkelijk ondertekend, dat betekent wel wat. Dat geeft in ieder geval aan dat de focus ook heel erg is om het samen te gaan doen. Het persbericht wat u gehad hebt, dat spreekt daar ook van. Het gaat om de jongeren en daarvoor doen we het. En dan kom ik tegelijkertijd ook eigenlijk op het punt van, het coalitieakkoord is inderdaad heel duidelijk, daar hebt u gelijk in. Maar tegelijkertijd is het coalitieakkoord net zo duidelijk dat zij het belang van het jongerenwerk ook ziet. En wij hebben ook gezien dat jongerenwerk is ook heel erg een kwestie van cultuur met elkaar. Wij zijn nou een keer een gemeente met vier grotere kernen die elk hun eigen cultuur hebben. En jongerenwerk is best heel sterk op kern gebonden en ook aan die cultuur gebonden. En dat maakt dat je soms even pas op de plaats moet maken. En dat is precies wat hier aan de hand is. Dus ja, de inzet is nog altijd om te komen tot één gemeenschappelijke visie, tot één organisatie. En ook voor Frieseveen is nog steeds de focus, ook van de jongerenwerk, om met elkaar tot één inloop te komen. Maar dat is op dit moment gewoon nog niet het geval. De cultuur, men staat nog te ver van elkaar af. En het gaat uiteindelijk niet alleen om de jongerenwerkers, maar het gaat ook om de jongeren zelf. Die ook aangeven dat ze dat gewoon op dit moment nog niet zien zitten. En u weet daar ook van, want u hebt zelf ook de gesprekken met de jongeren wel gevoerd. Dus dat is een beeld wat u ongetwijfeld zult herkennen. Mevrouw Van Abbema, de heer Reusken heeft een vraag voor u. De heer Reusken, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Blij om te horen dat, het college hier stelt, of in ieder geval zegt bij monden van wethouder Abbema, van om deze tussenstap te maken, zo interpreteer ik het maar even, en toe te werken naar uiteindelijk een organisatie, één organisatie met een gedeelde visie en uiteindelijk ook één inloop. Nu heb ik ook gesproken met een aantal betrokken partijen. En een van die partijen zei van ja, dat zou ik best wel willen. Maar één organisatie, misschien over 10 jaar. Nou, dat lijkt me niet de bedoeling. Kunt u aangeven deze tussenstap en kunt u die koppelen aan een termijn? Mevrouw Van Abbema, nu het woord. Voorzitter, op dit moment nog niet. Ik wil mijn collega, die net binnenkomt, ook even de gelegenheid geven om daarin te acclimatiseren. Mijn bedoeling was om over de vragen die u gesteld hebt met elkaar, over de resultaten van de goede samenwerking en zo nog een aantal vragen, om u voor te stellen om dat schriftelijk te beantwoorden. Ook te vragen over het tijdspad heb ik niet voldoende informatie over. Dus voorzitter, met uw welnemen zou ik u even mogen verzoeken om even kort te schorsen, zodat ik mijn collega die net binnenkomt even kan bijpraten. Lijkt me prima. Ik zie dat de heer Paters inmiddels aangeschoven is. Rond de klok van 10 zei hij, dus dat is toch nog aardig gelukt, ondanks de weersomstandigheden. Daar stel ik voor om even kort inderdaad maximaal 5 minuten te schorsen, zodat u met het college zijnde even kunt bijpraten. En daarna kunnen wij snel de vergadering of dit debat weer hervatten. Dus we schorsen even voor 5 minuten. Er zit een
De 5 minuten zitten er inmiddels riant op. Dus ik zou in ieder willen verzoeken om weer richting eigen plek te gaan, zodat we het debat kunnen hervatten. Inmiddels is ook iedereen voorzien van een chocoladesnack, zie ik. Dus zou ik graag de heer Paters het woord willen geven. Voor het vervolg van het betoog wat mevrouw Abbema gestart is zojuist. De heer Paters, fijn dat u er bent en aan u het woord. Voorzitter, dank u wel en dank dat u op mij gewacht heeft. Het was een reis met wat hindernissen, maar het is goed om er te zijn. En dank ook aan collega Van Abbema voor het voor haar rekening nemen van een deel van de beantwoording. Ik begrijp dat er nog een aantal vragen openstaan. En ik zal mijn best doen om het te beantwoorden. Mocht dat niet zo zijn, laat het dan vooral weten, dan pakken we ze alsnog mee. Dat is geen probleem. Ik begrijp dat gevraagd is naar waaruit blijkt de goede samenwerking. De goede samenwerking, die is lastiger te beantwoorden dan dat die zo lijkt. Wat we zien en wat ik heb gemerkt tijdens het proces wat we gelopen hebben, tijdens de gesprekken die gevoerd zijn, is dat gaandeweg het onderlinge vertrouwen hersteld is. En dat is de basis van de samenwerking zo die tot stand moet komen. En het mooie is dat afgelopen donderdag, toen ook de uitvoeringsovereenkomst door de instellingen getekend is, dat men dat ook naar elkaar heeft uitgesproken. En niet omdat ik dat vroeg en niet omdat ik dat graag wilde, maar omdat men dat zelf zo voelde. En dat is denk ik de grootste winst geweest van de periode die achter ons ligt en de gesprekken die we gevoerd hebben om te komen tot dat hernieuwde vertrouwen. En er ligt inderdaad een opdracht, en die lag er al, ook vanuit het coalitieakkoord, om te komen tot één organisatie. En ik denk dat het goed is om u deelgenoot te maken van de afweging die ik daarin gemaakt heb. Want als je werkelijk toe wil naar één organisatie, dan zou je heel plat moeten zeggen, dan streep ik er 3. Want er zijn er 4. Als je er 3 streept, hou je er 1 over. Zo simpel is dat. Maar ik heb eigenlijk niet op dit moment de bereidheid gehad om dat te willen doen. Omdat je A, een traject ingaat wat juridisch gedoe geeft, wat zorgt voor nabetaling, omdat je gewoon een langere subsidierelatie hebt met een heleboel instellingen. Dus dat is een pad wat ik niet op wilde gaan. Bovendien, als je dat doet, dan zorg je er ook meteen voor dat je een heleboel kennis, kunde en ervaring weggooit. En dan schiet je uiteindelijk op dit moment in elk geval ook je doel voorbij. Dat moet je niet willen. Elke organisatie kent vanuit zijn en haar rol de jongeren in de verschillende kernen. SJDH doet dat in Den Ham, Reflection doet dat in Friese Veen, Zorgzaam heeft dat in alle kernen en Radar doet het ook. Dus als je dat allemaal weg zou gooien, dan moet je eigenlijk opnieuw beginnen. Want wie ook overblijft, die zal in een andere kern weer opnieuw aan de slag moeten. Dus dat was eigenlijk de afweging om dat niet te doen. De openheid waarnaar gevraagd is, die heb ik vooral geproefd in de gesprekken. In de gesprekken 1-op-1 met mij en met ambtelijke ondersteuning. Waar ik, en ik wil u daar wel degelijk van maken, elk gesprek ook begonnen met de vraag, is er een instelling, is er een partner die u op voorhand uitsluit? En dat was gelukkig niet het geval, bij geen enkele instelling. En daar begint het mee. En als dat al zo is, dan weet je dat je ergens naartoe kan werken. En uiteindelijk hebben we ook gezegd van dat je dus, omdat wij niet meer herhaling willen van wat vorig jaar gebeurde, van het in je gezicht bijna ontploffen van die samenwerking, daar schiet niemand wat mee op. En wij niet, maar onze jongeren al helemaal niet. Daarom staat ook in de uitvoeringsovereenkomst dat het gevolgen kan hebben als er een frustratie optreedt. En wat dan wanprestatie is, ik lees dat de heer Velmeijer die vraag gesteld heeft. Ja, daar kan je je van alles bij voorstellen. Maar als je kijkt naar wat er gebeurd is, waardoor het ontploft is, nou, weet je, als zoiets gebeurt, ja, dan denk ik dat je heel veel op dat pad zit en dat je zegt van, dan gaat het ook gevolgen hebben voor de hoogte van de subsidie. Men is daar ook van op de hoogte. Men heeft ook uitvoeringsovereenkomst getekend. En alle partijen hebben ook gezegd van, nou, we tekenen hem en we hopen dat hij nooit meer uit de la hoeft te komen, omdat we gewoon elkaar vinden. Tegelijkertijd heb ik wel gezegd van, nou, maar hoe gaan we dat dan doen? En het mooie was om te merken dat tijdens de periode van gesprekken en het op zoek gaan naar hernieuwd vertrouwen, de jongerenwerkers elkaar wel vonden.
en elkaar op regelmatige basis wel zagen. En dat zorgt er ook voor dat we nu gekozen hebben voor de vorm zoals die nu is, waarin we dat team van jongerenwerkers willen laten opereren als een zelfstandig, zelfsturend team, die echt outreachend aan de slag gaan. Want dat is echt de opdracht die er ligt. En dat zien we ook, dat is ook nodig om de jeugd die in de problemen komt of dreigt te komen, in hun eigen omgeving op te zoeken. En dat is wat we gaan doen. Even kijken naar het tijdspad en de procesbegeleider. De procesbegeleider, wie dat is, dat is nog niet bekend. De vacature staat open. Daar is een bedrag voor vrijgemaakt van uit mijn hoofd iets van 40.000 euro. En hoe lang die blijft, dat weten we niet. En dat betekent niet dat die tot in het oneindige blijft. Maar we hebben de vorige keer gezien dat na een half jaar de procesbegeleider die het destijds goed deed, die was ineens weg. Eigenlijk van de een op de andere dag. En dat zorgde ook voor wrevel en dat was eigenlijk de kiem voor het uit elkaar vallen van de samenwerking destijds. Dus we hebben nu gezegd van zo gauw die procesbegeleider weg kan, gaat die weg. Maar als dat in plaats van een half jaar 9 maanden duurt, dan duurt dat 9 maanden. Het proces is te belangrijk en te precair om die reden te laten mislukken. De heer Reusken heeft een vraag voor u, meneer Paters. De heer Reusken, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Fijn dat de heer Paters hier is als verantwoordelijk wethouder, want dan kan hij ook inderdaad zelf de vragen beantwoorden. En wat mij wel triggert, is dat hij aangeeft een proces in te willen gaan met 4 organisaties. En dat 1 organisatie niet haalbaar is. Ik roep even herinnering, dat heb ik ook in mijn inbreng gedaan na het coalitieakkoord. Ik heb het coalitieakkoord hier. Waarschijnlijk kent u die veel beter dan ik hem ken. Maar er staat toch heel duidelijk in, we willen 1 organisatie. Is dit dadelijk een tussenstap of is dit het einddoel? Meneer Paters, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Goed dat de heer Reusken die vraag stelt. 1 zelfsturend team kan je wat mij betreft ook zien als 1 organisatie. De heer Reusken heeft een aanvullende vraag. Misschien een retorische vraag, maar is dat ook zo bedoeld in het coalitieakkoord? Want ik kan me herinneren, toen was u nog raadslid, dat we daar ook debatten met elkaar over gevoerd hebben. En toen we met elkaar ook gezegd hebben, ik gebruik uw woorden, we willen geen ontploffing opnieuw in ons gezicht, want dat was echt een ontploffing. En daarvan hebben we gezegd, dit willen we niet. En daarvan hebben we ook gezegd, en heeft u volgens mij samen met de ChristenUnie ook in gezegd, we willen toen naar 1 organisatie. En toch zitten er dadelijk in de toekomst, wat betreft het jongerenwerk, 4 organisaties op tafel. Wat maakt dat u de garantie heeft dat dit niet weer opnieuw gebeurt? Want de vorige keer was niet de eerste keer. Keren daarvoor is het ook al een keer eerder gebeurd waarin samenwerking is opgezegd. De heer Paters, aan u weer om het woord. U zult mij vast niet kwalijk nemen, meneer Reusken, dat ik niet nu hier een bikkelharde garantie geef dat het nooit weer gebeurt. Want die garanties zijn er niet. En ik ga ze u niet geven. Dat zou denk ik ook niet heel verstandig zijn. Maar als je kijkt naar wat er nu gebeurd is en hoe jongerenwerkers elkaar vinden en hoe die elkaar, en daar ben ik van overtuigd, met een goede procesbegeleider beter gaan vinden, dan denk ik dat we een hele forse stap gezet hebben om te voorkomen dat dit ooit weer gebeurt. En daarbij moet ik denk ik ook aantekenen dat met het vormen van 1 team, en of dat dan zelfsturend is of hoe je het wil noemen, ik vind dat niet eens zo heel spannend, maar met het vormen van 1 team, de besturen ook verder op afstand komen te staan. En die hebben misschien 2 of 3 keer per jaar overleg met elkaar. En that's it. Dus de verantwoordelijkheid komt ook veel meer bij de jongerenwerkers zelf te liggen en minder bij de besturen. En ik denk dat dat ook een wezenlijke verandering is van hoe het in het verleden was. En dat daarom het gevaar van, zoals u zelf zegt, ontploffen in je gezicht. Dit kunnen we ook wel zonder EOD. Meneer Reusken heeft wederom een aantal vragen. Eén opmerking, voorzitter. Ik constateer dat daar waar staat in de coalitie, we willen 1 organisatie, dat daar dus een heel veel grijs tenten in zit. En ik vind dat in dit geval de huidige coalitie daarvan afstapt. U mag dat vinden, net zoals ik mag vinden dat ik het niet met u eens ben.
En je hebt inderdaad grijstinten, 50, 20 grijs misschien. Maar één team jongerenwerkers kan heel goed ook als één organisatie fungeren. En we hebben gaandeweg het proces ook wel nagedacht over, kunnen we nou alle jongerenwerkers bij één organisatie onderbrengen? Daar was verdeeld bereidheid toe. Nou, als dat op dit moment een brug te ver is, dan ben ik ervan overtuigd dat met het groeien van het vertrouwen in elkaar en met het vormen van het team, dat er in de toekomst ook best mogelijkheden zijn om, om te komen tot één organisatie. Maar als ik hier bij u gekomen was en gezegd had van, wij vormen niet één organisatie en ik laat dat los, of ik heb nog een jaar langer nodig omdat we nou eenmaal tot één organisatie moeten komen, dan had u terecht gezegd van dit kan niet, want het gaat om onze jongeren. En dan is deze stap voor nu de beste. Maar dat betekent niet dat we daar dus volledig van afstappen. Maar we moeten wel kijken hoe het zich ontwikkelt en het herstel van het vertrouwen in de instellingen onderling en ook de jongerenwerkers onderling is op dit moment in het belang van onze jongeren vele malen belangrijker dan per se heel snel te willen komen tot één organisatie. Ik kijk even verder, voorzitter, of ik nog wat gemist heb. Ja, wie is, wordt procesbegeleider? Er zijn vier kandidaten en daar is nog geen keuze uit gemaakt. Dat zal nog gaan komen. Hoe onafhankelijk is hij of zij? Ja, hij of zij moet onafhankelijk zijn en gaat dat ook zijn. Dus dat is iemand van buiten en iemand die ook het gewicht meebrengt en het natuurlijke overwicht om daar waar nodig die groep jongerenwerkers ook even weer bij de kladden te grijpen en zeggen van we zijn hiermee bezig en dit is waar het om gaat. De heer Veldmeijer heeft een interruptie, ga u te gaan. Dank u wel. U noemde net een bedrag van 40.000 euro. Is dat dan een fulltime baan of is dat een deeltijdbaan? Dat is één vraag, voorzitter. Andere vraag is, is die persoon ook degene die op een gegeven moment zegt, deze organisatie binnen die ene organisatie functioneert niet, dus verliest zijn subsidie? Ligt de macht bij die ene persoon? Heer Paters, aan u het woord. Om met die laatste vraag te beginnen, voorzitter. Nee, uiteindelijk ligt die beslissing bij mij, bij het college. Maar dat is wel iemand die, omdat hij dat proces zo nauwkeurig begeleidt, wel aan kan geven van hier gebeurt iets wat niet goed gaat en daar moeten we wat mee. Maar we verwachten dat het zover niet komt. En of het een fulltime baan is, dat moeten we even kijken. Ik kijk even van achterom, volgens mij is dat niet. Dus die zal in deeltijd dat uitvoeren. En het belangrijkste daarin is dat we ook de tijd hebben om het proces goed te begeleiden. Mevrouw Jansen, u heeft eveneens een vraag voor de heer Paters. Stel hem gerust. Ja, bedankt voorzitter. Er werd net aangegeven dat er dus gewerkt is aan het vertrouwen. Maar bent u niet heel erg bang dat de samenwerking nu echt gebaseerd is op de mensen die daar nu in deze partij zitten? Dat daar het vertrouwen op gebaseerd is? Heer Paters, aan u het woord. Nee. Want ten eerste, heel zwart-wit, ligt er gewoon een afspraak, een ondertekende afspraak met alle partijen. En die is niet afhankelijk van wie daar zit. En het zou ook heel gek zijn als dat wel het geval zou zijn. Want dat zou betekenen dat iets alleen maar slaagt zolang deze mensen zich daarvoor in blijven zitten. En dan ook bestuurlijk daarvoor in blijven zitten. En daar ben ik absoluut niet bang voor. En ik denk dat juist vanuit die procesbegeleider, die daar een team van kan smeden. Als je een hecht team hebt en een team wat draait, ook als het een voetbalteam is bijvoorbeeld, en je haalt er eentje uit en je vervangt er eentje, dan valt niet het team meteen om. En dat is de situatie waar we naartoe willen. En daarom zal het ook, ben ik van overtuigd, minder afhankelijk zijn van de mensen die er zijn. Maar wel van de gedachte, we doen het samen. En die begint nu en men vindt elkaar. En als dat gebeurt, dan zal dat geen probleem opleveren. Mevrouw Jansen, een aanvullende vraag. Bedankt. Er is dan nu dan echt gewerkt aan het vertrouwen. Maar wat zijn dan, en daar zijn we de afgelopen tijd gewoon ontzettend druk mee geweest. Maar wat zijn de volgende stappen die genomen gaan worden? En wat voor termijnen denkt u dat te gaan behalen? Heer Paters, aan u het woord. Ik snap de vraag. Ik zou hem zelf gesteld kunnen hebben. En toch is die
best wat lastig te beantwoorden. Want we zien dat het vertrouwen hersteld is. We komen nu met de procesbegeleider om dat hele dat team verder vorm te geven. En we willen dat de jongere werkers meer outreachend gaan werken. Dat is echt een van de belangrijkste doelen die ze meekrijgen. En het hangt er een beetje vanaf. Als die procesbegeleider na 3 maanden weg kan, dan kunnen we heel snel nieuwe en volgende doelen formuleren. Hoe snel men elkaar vindt en hoe snel de groep jongerenwerkers één team wordt, bepaalt voor een deel ook wat je vervolgstap zal zijn. En je kan nu 120 fantastische doelen op papier zetten, maar als het vormen van een team en het herstel van vertrouwen. En herstel van vertrouwen vraagt tijd, hè? Dat is altijd, er is iets geknapt bij mensen. Men vindt elkaar weer, maar dan is dat nog wel broos. En dan heeft dat wel de tijd nodig om echt weer te lijmen. Het begin van vertrouwen is er. Daar moeten we nu echt een volgende stap in zetten. Dat gaat ook de procesbegeleider doen. En ik denk dat het goed is dat ik met u afspreek dat op het moment dat wij een eerste rapportage krijgen van de procesbegeleider, dat daar waar mogelijk ik die met u deel. En dat we van daaruit wellicht ook volgende stappen kunnen zetten. En op een later moment ook kunnen nadenken over van, nou, wat zijn de stappen die wij voor ons zien. En die wil ik uiteraard met alle plezier met u delen. En daar met u over in gesprek gaan als u daar wat in mist. En dan kunnen we dat met z'n allen ook doen. Nog een aanvullende vraag van mevrouw Jansen. Begrijp ik dan goed dat dus nu naast het bouwen aan het vertrouwen, dat er voor de rest nog geen concrete stappen geformuleerd zijn? Meneer Paters. Dat hangt er een beetje vanaf wat u concrete stappen noemt. Want vergeet niet dat het toegaan naar veel meer outreachend jongerenwerk echt al een hele verandering is van hoe het in het verleden ging, waar de jongerenwerkers zich veel meer ophielden in de jongereninlopen. En we willen juist dat ze veel meer naar buiten gaan. Dus dat is al een forse stap. En dat is ook echt al een totaal andere werkwijze dan in het verleden gewend was. Dus ik denk dat dat al een hele mooie stap is. En natuurlijk moeten we monitoren van hoeveel jongeren worden er bereikt en dat soort dingen. Maar dat ze op zoek gaan naar de jongeren vinden voordat er echt problemen zijn. Ik denk dat dat een hele mooie stap is die ons ook als gemeente heel veel gaat opleveren. De heer Paters, vervolg uw betoog of in ieder geval de beantwoording. Ik zit even te kijken, voorzitter. Ik heb volgens mij 2 in. Oh ja, 2 in open. Dank, heer Ruske. Altijd goed als je gesouffleerd wordt. En dat scheelt ook een hoop loopwerk, hè, dus dat is ook wel mooi. 2 in open. Collega Van Abbema heeft zojuist gezegd van, dat we op termijn nog steeds toe willen naar 1 inloop. Maar in datzelfde, in die gesprekken die gevoerd zijn, is door instellingen ondubbelzinnig aangegeven 1 inloop in Frieseveen is op dit moment een brug te ver. En dat signaal is precies zoals ik het nu zeg, zo is het ook tegen mij gezegd. Dan kun je 2 dingen doen. Dan kun je heel stoer vasthouden en zeggen van, ja, maar dit is wat wij willen. En u ziet maar hoe u dit voor elkaar boekt. Met het gevaar dat je dan aan de ene kant heb je de lont eruit gehaald en aan de andere kant steek je hem er zelf weer in. En je steekt hem nog net niet zelf aan, maar dan komt dat daar wel heel dichtbij. En mijn afweging is op dat moment geweest dat dat niet verstandig is. Omdat je dan alles wat je wil en het herstel van het vertrouwen waar we met z'n allen heel, heel hard aan gewerkt hebben. Dat je dat wat je aan de ene kant wint aan de andere kant weer weggooit. En dat was mij niet waard. Dus die tweede inloop. Die is niet voor de eeuwigheid. En voor degene die denkt, ik vraag hoe lang nou wel, die vraag kan ik me niet beantwoorden. Dat hangt vanaf hoe het proces gaat. Maar voor nu is het voor het welslagen van het proces, is het echt het beste om een tweede inloop in Frieseveen te hebben. De heer Reusken, een interruptie, gaat u gaan. Is die goed? Om een tweede termijn te voorkomen, voorzitter, heb ik de volgende vraag aan de heer Paters. En daar zit ik toch wel even mee te worstelen. Is van 2 inlopen, een zelfsturend team. Ik kijk en lees het coalitieakkoord. Dan lees ik wat anders.
U had ook een andere keus kunnen maken. U noemde het zelf al in uw termijn. U had de keus kunnen maken. Ik breng alles onder bij één organisatie. En die geef ik op de opdracht. Daarbij u had u ook kunnen zorgen. Die organisatie neemt het zittende personeel over. Dat is een keus die u had kunnen maken. Dat kan. Dat is een proces die je kiest. Ik ben benieuwd, want ik ben nog niet overtuigd van deze weg. Maar ik ben benieuwd naar uw afweging. Waarom u gekozen heeft om toch verder te gaan met deze vier organisaties. En daarbinnen ook te kiezen voor twee inlopen in Friezenveen. Van totaal vier verschillende organisaties met hun eigen achtergrond en ook nog hun eigen identiteit. Ik probeer te snappen waarom u die keuze heeft gemaakt. Kunt u dat misschien voor mij nog eens een keer kort samenvatten? De heer Paters, aan u door. Ja, voorzitter, met respect, maar volgens mij heb ik zojuist uitgelegd waarom ik dit gedaan heb. Ja, u kan niet tevreden zijn met de beantwoording, dat is wat anders. Maar ik heb zojuist wel uitgelegd waarom we deze weg gevolgd hebben. En in een notendop het verlies van kennis, kunde en ervaring. Dat verlies wilde ik op dit moment niet voor mijn rekening nemen. En u mag daar anders over denken, uiteraard, dat is uw goed recht. Maar als we kijken naar de tijd waarin we leven. En de problemen die er zijn met jeugd, met jongeren. En je moet dan bijna op nul beginnen. Als u dat voor uw rekening zou willen nemen, doe dat vooral. Maar ik doe het niet. In het belang van onze jongeren. Voorzitter, ik bestrijd dat de keus voor één organisatie ertoe leidt dat je op nul begint. Dus in die zin verschillen wij van mening op de gekozen weg. Dank u wel, voorzitter. De heer Paters, nog het woord aan u? Volgens mij heb ik ze allemaal gehad. Ik weet niet of er nog aanvullende vragen zijn. En dan hoor ik ze graag in tweede termijn, voorzitter. Dank u wel, de heer Paters. Ik kijk de raad rond voor een tweede termijn. En ik zie dat de PVV-fractie daar graag gebruik van wil maken. En volgens mij is de heer Veldmeijer daar de enige in vooralsnog. VVD ook? Sorry, meneer Kopers. Als eerste het woord aan u, heer Veldmeijer. Ja, dank u wel, voorzitter. Even over die onafhankelijke regisseur, hoe je die persoonlijk wil noemen. In deeltijd, in functie, 40.000 euro. En ja, dat verdient een gemiddelde docent nog niet, of een verpleger. En ik vind het toch wel, dan ga ik me voorstellen, wat moet zo'n persoon dan doen? Ja, misschien denk ik dan weer te simpel, dat lijkt me niet zo ingewikkeld. Waar is dat bedrag op gebaseerd? Is dat marktconform? Is dat omdat die persoon ZZP'er is? Zit daar BTW in? Of komt zo iemand op een payroll of een dienst van de gemeente, waardoor er ook werkgeverslasten in zitten in die 40.000? Wij zijn altijd zuinig met gemeenschapsgeld, belastinggeld dus, vandaar deze vraag. Dank u wel, heer Veldmeijer, voor uw tweede termijn bijdrage. Ik geef graag het woord aan de heer Kobers van de VVD-fractie. Ja, dank u, voorzitter. Naar onze mening zijn de beste jongeren inlopen die we hier hebben, bevinden zich op het sportpark. En dat zijn onze verenigingen. En daar werken heel veel vrijwilligers voor minder dan 40.000 euro. Dus ik denk dat we daar fors op moeten inzetten. Maar als de wethouder zegt dat hij hier geen termijn aan kan binden, maar hij zegt het kan 5 maanden duren of 9 maanden, kunnen we dan in ieder geval stellen dat het binnen een jaar wel afgerond is? Dank u wel, meneer Kobers. Dan kijk ik even naar wethouder Paters. Die knikt, dus ik denk dat hij zo het woord weer gaat nemen. En dat gaat hij doen. Bij deze het woord aan de heer Paters. Dank, voorzitter. Laat ik beginnen met hetgeen door de VVD is ingebracht. Ik denk dat het een misvatting is dat, kijk, de sportkantines en hun vrijwilligers, die hebben zeker een functie. En de sportverenigingen hebben die onmiskenbaar. En ik ben daar ontzettend blij mee dat ze die functie hebben en ook op de wijze waarop die door de verschillende verenigingen in Twenterland wordt ingevuld. Maar ik denk dat het een misvatting is dat de jongeren die door outreach en jongerenwerk bereikt worden, dat zijn niet de jongeren die we elke zaterdag en 2 keer in de week op de training bij een voetbalclub, een korfbalclub zien.
Dus dat is echt een andere doelgroep en vraagt ook een andere benadering. Dat in antwoord daarop. Of het binnen een jaar afgerond is, ja, dat lijkt mij wel dat het streven is. En het lijkt me ook duidelijk dat hoe eerder, hoe beter. Ook dat is glashelder. Wat zo'n persoon doet, nou, die moet vooral bouwen aan dat zelfsturend team. En u stelt, meneer Veldmeijer, een ontzettende hoop technische vragen. Of dat een ZZP'er is, of dat BTW-plichtig is, of wij werkgever zijn en dat soort dingen. U duidt mij vast niet euvel dat ik dat niet weet. Maar als u dat prijs opstelt, wil ik wel zorgen dat u die beantwoording krijgt. Dat kunnen we doen. Dus we zullen u ook op de hoogte, op het moment dat wij de keuze gemaakt hebben voor een procesbegeleider, dan zeg ik toe dat wij u daar wat informatie over sturen van wie is dat en wat is de achtergrond van die persoon en wat gaat hij precies doen. Ik denk dat als uw raad daarmee instemt, dan is dat de toezegging die u mag noteren, voorzitter. Tot zover. Dank u wel, meneer Paters. En volgens mij wil ik dat daarvoor ook graag concluderen, dat die toezegging reeds gedaan is, zeker op de vragen vanuit de PVV-fractie. En vooralsnog zie ik dan ook geen verdere aanleiding om dit agendapunt verder te agenderen. En ik zie dat iedereen daar het op zich mee kan leven. Dus dan zou ik graag verder gaan met het laatste punt voor vanavond. Agendapunt 3. Het is wel vreemd om daarmee af te sluiten, maar het is vandaag even niet anders. Ook dit is van de portefeuillehouder de heer Paters. En voor dit punt hebben zich aangemeld de PVV als indiener, fractie GBT, VVD en PvdA GroenLinks. En in tegenstelling tot de laatste agendapunten heeft deze weer een spreker van 5 minuten. Er zijn ook wat mensen speciaal voor teruggekomen op de publieke tribune, dus we gaan wel de tijd daarvoor even rustig voor nemen. Het gaat dus iets uitlopen vandaag, maar dan hoeven we morgen in ieder geval niet weer retour. Ik geef graag het eerste woord aan de PVV-fractie, de heer Veldmeijer, van u gehoord. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, er ligt een ambitieus plan voor ons. Het realiseren van een multifunctioneel sportpark, inclusief zwembad, sportaccommodatie binnen en buiten, horeca en multifunctionele ruimtes. Onderzocht wordt of dit haalbaar is. Er is enige spoed gezien de prioriteit van een nieuw overdekt zwembad. En de PVV houdt van ambitie, maar gezien het échec, het punt, de financiële positie van de gemeente, de reeds gemaakte kosten in zaken een zwembad en de al jarenlange commotie en discussie over een nieuw zwembad, willen wij de vinger aan de pols houden. Het gaat immers om geld van onze burgers of van burgers. We hebben behoefte aan verduidelijking van de vermelde ambities en hebben een aantal vragen. Er komt een gebiedsregisseur. Kunt u ons hier al wat meer over vertellen? Wat voor persoon is dit? Misschien valt die functie te combineren met waar we het net over hadden. En wat gaat dit kosten? Afgezet tegen het aantal uren werk. Er wordt gesproken over een burgerinitiatief. Daar heb ik een heel ander beeld bij. Iets met 1500 handtekeningen. Maar hier wordt gesproken over een burgerinitiatief. Dat is toch wat anders dan wat we er normaal onder verstaan. Dus vandaar waarom een burgerinitiatief. Er wordt gesproken over verbinding met de N36. Dit is een rijksweg. Is het Rijk bereid hiervoor investering te doen? Is het nog te vroeg of is het helemaal niet nodig? Komt het Rijk niet aan bod? Wat gaat dit onderzoek naar de haalbaarheid kosten? Is er van tevoren ingeschat hoe reëel het project is? Hoeveel mag het plan maximaal de gemeente kosten? Er is wat gereserveerd voor het zwembad. Wat mag daar bovenop komen en wat voor consequenties heeft dat op de begroting? Met welk bedrag is rekening gehouden? Klopt het dat er in totaal 100 woningen komen? Nou, de vraag is dan hoeveel koop, hoeveel sociale woningbouw? En het woord gasloze woning hebben wij gelezen en dat vinden we natuurlijk hartstikke jammer. Want we hebben toevallig net weer een staartje gezien dat de CO2-uitstoot van gas lager is dan de elektriciteitsmix die we nu hebben. En dat komt omdat je 2 gigawatt gas nodig hebt om 1 gigawatt elektriciteit te maken. Dus je krijgt meer CO2-uitstoot wat ons betreft. En tenslotte, hoe gaat u ons meenemen in het verdere proces? Daar zijn we heel om te voorkomen dat we toestanden krijgen zoals bij het punt. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Veldmeijer. Dan geef ik graag het woord aan de GBT-fractie, de heer Stolten. Meneer Stolten, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. De GBT-fractie heeft kennis genomen van een raadsbrief. En ik sta hier niet zo vaak, daar komt er van.
De GBT-fractie heeft kennis genomen van de raadsbrief en de startnotitie Vitaal Sportpark Het Midden. Op zich best mooi te merken dat er initiatieven met een heldere visie, met samenhang, uit de bevolking en de vereniging komen. Natuurlijk zijn wij voor verbinding en duurzaamheid. Uiteraard staan wij achter de doelstelling van 75% sport en bewegen. Echter, de startnotitie geeft zelf al aan hoe moeilijk dit is bij de uitvoering van het sportpark Het Midden. Ik citeer uit de startnotitie. Gezien de beperkte financiële middelen, zoals gebleken uit de financiële scan van de provincie, zullen keuzes gemaakt moeten worden. De GBT-fractie volgt haar consequente lijn bij de stemming van het amendement 13 maart 2018. Wij zijn tegen dit complete plan. En waarom zijn wij daar tegen? Omdat er geen financiële onderbouwing is. En omdat wij denken dat het gewoon veel te duur wordt. Het is naar onze mening onbetaalbaar. Het GBT staat voor een stabiele, gezonde financiële huishouding conform de provinciale richtlijnen. Met als doelstelling de kosten voor onze inwoners zo laag mogelijk te houden. Wij gaan echter niet de OZB nog een keer met 25% verhogen, omdat er een nieuw zwembad met twee nieuwe sporthallen op Sportpark Het Midden gaan komen. Daar gaan wij niet in mee. Slotconclusie van de GBT-fractie ten aanzien van de startnotitie Vitaal Sportpark Het Midden. Ja, veel ambitie. Nee, niet realistisch en onbetaalbaar. De heer Kulder heeft een vraag voor u, meneer Stolte. De heer Kulder, aan u het woord. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik moet even nadenken, meneer Scholten, want u roept nog heel veel dingen. We vormen even nog steeds over visie. En als ik u nu hoor, dan zegt u, ik wil geen zwembad en ik wil geen sporthal. Maar vanavond is een paar keer eerder aan de orde gekomen, het luisteren. Maar ik heb twee van die apparaatjes, ik volg me goed gehoord wat u zei. Zegt u nu werkelijk, u bent tegen een zwembad en tegen een binnenbad? En een sporthal? De heer Scholten, aan u het woord. Als het te duur wordt, zijn wij tegen een nieuw overdekt zwembad plus twee nieuwe sporthallen. Daar zijn wij op tegen, omdat de prijs veel te hoog is. Nou, volgens mij hebben we nog steeds een visie, we hebben niet over een concreet plan. Het is juist uit de bedoeling om een stukje helderheid te krijgen van waar hebben we het over. Past het zwembad en de sporthal binnen het plan wat dit voorjaar aangenomen is. En de visie is iets wat over misschien wel 10, 15 jaar gerealiseerd is. Het gaat er met name om nu, u wilt als coalitie een zwembad realiseren. Er is nu gezegd van, wees dan verstandig, neem dat mee in dit plan wat vorig jaar aangenomen is. Dat is de intentie van dit verhaal. Maar als u nu zegt van, op voorhand, we gaan er niet meer akkoord, dan kunnen we er nu stoppen. Dan hoeven we geen visie, of hoeven we geen gebiedsregisseur in te nemen, dan hoeven we niks te doen. We sparen veel geld. Dan bent u duidelijk. De heer Stolten, aan u het woord. Wij zijn duidelijk, de gemeente Enschede bouwt een nieuw overdekt zwembad voor 16 miljoen en ze komen er niet uit. Er is onvoldoende geld. Hoe gaan wij dit op termijn wel invullen? Dat komt niet goed. Dat komt echt niet goed. Bovendien kan het vertragend werken in de verdere voortgang, want er worden allerlei dingen bijgehaald. Een update van het Herman Jansenpark, dat staat niet in het coalitieprogramma. De ontsluiting van N36... staat niet in het coalitieprogramma. We kunnen er alles bij halen, maar op dit moment is dit wat nu voor ligt. Heer Kolder, u heeft nog een aanvullende vraag. Meneer Stolten, volgens mij is nou juist de intentie van dit verhaal om te kijken wat wel of niet eventueel realistisch is. We hebben het nou niet over concrete dingen. Maar u zegt nu, dat u hebt in uw coalitieakkoord staan, er komt binnen deze periode gaan we overdekt zwembad bouwen. U zegt nu van, komt er niet, want we hebben geen geld. Dat zegt u nu. En ik kan me niet voorstellen dat dat de mening is van uw coalitie. Eerst aan u het woord. In het coalitieakkoord staat, het college komt met een evenwichtig voorstel voor een overdekt zwembad en de toezegging van de update van de zandstuven en de duurzame investering voor de groene jaren. Dat is wat in het coalitieakkoord staat. Heer Kulder. U zegt nu van, wij zijn tegen het zwembad in dit park, in dit plan. Dat zegt u nu.
Dat is wat anders dan dat u voor is dat u coalitie wordt. Ik snap dat u zegt van als het te duur wordt, dat is een ander verhaal. Maar zover zijn we nog niet. Er ligt geen plan. Het is nog steeds alleen maar een intentie om te kijken om zinvolle dingen te doen, om dingen te combineren. Ja, en kijken naar de toekomst, dat we nu verstandige dingen doen. Dat is het verhaal wat nu voor ligt. U neemt nu al stappen die waar we nog niet zover zijn. Zover zijn we nog niet. Meneer Zalte. Wij zijn gewoon duidelijk. Wij volgen de lijn die we ook gevoerd hebben bij het invoeren van het amendement op 13 maart 2018. Toen hebben we tegengestemd. En waarom hebben we tegengestemd? Omdat er geen financiële onderbouwing onder lag. Er was geen matrix bij. En alle partijen hier wisten er al van. En het GPT wist nog van niks. Heer Kulder, voor uw laatste afgelopen vraag. Meneer Stolten, naderhand hebt u een coalitieakkoord getekend. En aan ons voorgelegd, waar u duidelijk zegt dat er een overdekt zwembad op de locatie of in Friesewing komt. Dat is het verhaal. En het enige wat nu over is van, waar leggen we hem nu neer? U hebt gezegd, in ieder geval niet aan de noordkant. Ja, prima, dat is uw keuze. Maar u hebt in uw coalitieakkoord met z'n allen afgesproken, er zou een zwembad, overdekt zwembad, in Friesewing komen. Nou, het enige wat we nu over hebben is van, laten we kijken om daar goede besluiten en zinvolle, toekomstbestendige besluiten in te nemen. En, als dat, en wat de kosten zijn, dat zien we straks wel in het voorstel van het college. En als u dan zegt van, prima, maar dat, als u dan tegen bent, dan zien we het dan weer. Maar als u nu al zegt, we zijn tegen, bespaar dan alsjeblieft uw wethouder de moeite en laat die gewoon stoppen met handel. Heer Stolte, aan u het woord. Wij zijn niet tegen een overdekt zwembad, maar wij willen er wel graag een andere variant aan toevoegen en dat zal ik straks uitleggen. Allerlaatste werk wel voor u. Ik heb nog één aanvullende vraag, dan stop ik, want ik kom er denk ik niet uit. Ik ben heel benieuwd naar wat uw coalitiepartij ChristenUnie over dit standpunt heeft. Volgens mij is daar geen reactie op nodig. Ik weet niet wie als eerste was, volgens mij de heer Jonker. U heeft ook een interruptie. Gaat uw gang. Ja. Dank u wel, voorzitter. Tijdens het aanmelden van het... Van deze raadsdebatten heb ik ook kennis genomen van deze startnotitie. Het is nog heel pril. Daarom heb ik ook gekozen om schriftelijk vragen te stellen. Daar hebben we nog geen antwoord op gehad. Wij delen wel de zorgen die de heer Stolte hier te bedden brengt over de financiële haalbaarheid. Die vragen hebben wij ook allemaal. Maar ik denk dat het nu al zo politiek beladen wordt dat u al zegt van we zijn tegen, we willen dit en we willen dat. Ik denk dat dat nu niet aan de orde is. Het gaat hier om een heel pril waar we in meegenomen worden. En ik ben ook heel benieuwd naar het vervolgproces daarop. Maar ik denk niet dat we nu al de hakken in het zand moeten gaan zetten om te zeggen van nee, we zijn daarop tegen. Geef dit proces gewoon een kans. Het wordt gewoon een haalbaarheid onderzoek. En dan hebben we het debat hier. Het gaat hier om een heel pril. Dus ik denk nog niet te hard van de toren te blazen. Want die vragen die u oproept, die deelt ook de SGP-fractie. Maar het is nu nog niet aan de orde. Maar geef het wel een kans en zet het college hard mee aan het werk. Het is meer een opmerking dan een vraag, maar als u geroepen voelt om vandaag te reageren, gaat u gang. Dan geef ik graag het woord aan de heer Reusken voor een interruptievraag. Ik ga proberen de heer Kelder te helpen. En mijn collega hoeft alleen maar ja of nee zeggen. Ik lees een zin voor. Om de eerste stap het haalbaarheidsonderzoek te kunnen uitvoeren, wordt een gebiedsmanager gezocht. De kosten worden gedekt uit de begroting. Vanuit de provincie zijn er mogelijkheden voor cofinanciering. Bent u, GBT, bereid om dat haalbaarheidsonderzoek uit te voeren? Ja of nee? Heer Stolte, aan u het woord. Ja, wij hebben meegestemd met de gebiedsregisseur, dus op zich zijn we daar niet op tegen. Maar de financiële gevolgen, daar hebben wij grote twijfels over. Heer Reusken, u heeft een aanvullende vraag. Dank u wel, voorzitter. Dank voor het antwoord, want daarmee is het duidelijk dus dat het haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd kan worden, dat de gebiedsregisseur aangesteld kan worden en dat we vervolgens hier de discussie gaan voeren die u probeert al te starten, maar daar is dit moment nog niet voor. Dus wat mij betreft kunnen we gewoon verder en overgaan tot de orde van de dag. Dank u wel, voorzitter. Heer Stolte, vervolgt uw betoog of wacht u daar nog maar eventjes mee? De heer Veldmeijer heeft ook een interruptie. Gaat uw gang, heer Veldmeijer. Ja, voorzitter, ik vind het wel heel vreemd. De grootste coalitiepartner, een wethouder met dezelfde achtergrond, die bereidt iets voor. We hebben allemaal lovende verhalen gelezen in de media dat het van onderop kwam. En dan zegt de grootste partij in één keer, ja, maar dat gaan we niet doen. En ik,
ik vind het toch heel raar dat het niet onderling afgestemd is, GBT, met het college als grootste partij. Want we krijgen nu inderdaad de indruk dat alle moeite voor niets is geweest. Deelt u die mening? Waarom heeft u dit niet kort gesloten met het college van, ho, wacht even, waar jullie mee bezig zijn, dat willen wij helemaal niet. Eerst Holte, aan u het woord. Ja, wij zijn volksvertegenwoordigers, wij zijn GBT. En er zijn wel wat signalen naar het college toegegaan, maar wij varen onze eigen koers. En dat kan best verschillend zijn als dat het college wil. Meneer Veldmeijer, u heeft een aanvullende vraag. Ja, voorzitter, dat belooft nog wat voor de toekomst. Ook de heer Kulder heeft een vraag, wederom voor de heer Stolten. Ja, Kulder, gaat u. Dank u wel, voorzitter. Meneer Stolten, als ik u nu net goed heb horen luisteren, dan wordt dit verhaal, als we het naar de raadsvergadering brengen, gaat de GBT tegenstemmen, dit voorstel stemmen. Dat is wat u zegt. Heer Stolten, aan u het woord. Dat is wat wij zeggen. Dat is in ieder geval duidelijk. Ik weet niet of de ChristenUnie straks naar orde komt, ik zou heel belangrijk, ik zou wel heel prettig vinden dat de ChristenUnie ook daarop reageert. Heer Stolten, vervolgt uw betoog. Een ander zwaarwegend punt voor de GBT-fractie is de stelling dat woningbouwopbrengsten van inbreidingslocaties gebruikt gaan worden voor financiële middelen van deze gebiedsontwikkeling. Er zijn al hectares genoemd, er worden aantallen meegenomen en dat is voor onze fractie echt een brug te ver. Natuurlijk baart ons de woningnood in Vriezenveen zorgen. Maar hiervoor wachten wij op plannen van het college. Het belangrijkste hierin schreef de provincie ons op 18 december 2018. In uw begroting, ik citeer, in uw begroting houdt u voor de jaren 2019 tot 2021 rekening met de te verwachten winsten uit de grondexploitatie. Echter, winsten uit de grondexploitatie kunnen pas worden meegenomen op het moment dat deze ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Dus bij de jaarrekening. Heer Kulder, aan u het woord. Ja, u lokt mij toch nog weer een reactie op, meneer Stolten. Want dat is nou net hetgene waarom die visie op voorhand daarnaar gekeken moet worden. Om te kijken wat zijn wel of niet de mogelijkheden. Kijk, N36, weer die verbinding, dat weet ik ook dat die niet zo in 2-3 gereeld is. Maar het is wel een blik naar de toekomst toe om te kijken wat eventueel op termijn de mogelijkheden zijn. En ik wil, natuurlijk zijn er nu, als u kijkt naar de huidige dingen, zijn er een aantal dingen die niet kunnen. Maar dat is nou juist de bedoeling en de intentie van dit verhaal, om te kijken wat zou eventueel wel kunnen. En dat volgend jaar niet kan, maar over 5 jaar wel, dan moeten we nu verstandige dingen doen. Maar ik stop. Eerst Holte, aan u het woord. Mag ik nog een vraag stellen aan de heer Kulder? Mag, ik luister wel. Nou. Wij kunnen wel aangeven wat wij wel voorstaan, want het staat ook in de startnotitie. Het college bereidt in deze periode een evenwichtig voorstel voor aangaande nieuwbouw van het zwembad De Stamper. En daar wil de GBT-fractie nog een andere variant aan toevoegen, namelijk renovatie van De Stamper. Wij hebben ons laten voorlichten door bouwkundigen en 2 adviesbureaus en die zeggen ons dat De Stamper prima te renoveren is. Alle onzekere factoren afwegende vraagt de GBT-fractie het college om de volgende toezegging. Een raadsvoorstel met financiële onderbouwing en een raadsbesluit van renovatie van de huidige stamper. Punt A, renovatie van de huidige stamper. En B, een nieuw te bouwen zwembad. En de uitvoering van deze toezegging zouden wij graag voor 1 juni 2019 tegemoet willen zien. Kunt u dat toezeggen, wethouder? En verder zouden wij graag zien, in het kader van een evenwichtige invulling van het voorstel, zoals in het coalitieprogramma vermeld staat, een update van de zandzuiver en een uitvoering van de duurzame maatschappelijke investering, de groene jaren. Dank u wel. Ik heb u even uit laten praten, meneer Stolten. Heer Kulder stond al klaar voor weer een vraag. Heer Kulder. Dank u wel, meneer voorzitter. Nou, even een aansluiting op het laatste voorstel wat de heer Scholten doet. U zegt dus inderdaad nu
Er komt alleen maar een zwembad bij de stamper, dat zit. Want dat zegt u. Het is of een gerenoveerde situatie of nieuwbouw bij de stamper. Nou, dan is het helder, dan kunnen we beter dit verhaal helemaal stoppen en wachten op het voorstel wat voor eentje komt. Want dan gaan we oude koeien weer uit de soort halen en gaan we opnieuw naar de stamper kijken. Heer Stolte, indien gewenst, kunt u uiteraard een reactie opgeven. Wij wachten op voorstellen van het college. En we zijn niet op uit op een nieuw onderzoek. Het enige wat wij toevoegen is renovatie van de huidige stamper. U zegt... Nee, u zegt nu, ik wacht op mijn voorstel. Nee, u zegt van, dat is het enige voorstel dat we willen zien. Dat zegt u. Is ook helder. Dat is ook duidelijke discussie. Dan hoeven we geen discussie te voeren, dat is helder. Maar zeg het dan ook zo. Er komt alleen een zwembad bij de stamper, een nieuwe of gerenoveerde. Dat is wat u zegt. Los van de standzuur, dat hebben we niet over. We hebben het over de zwembad in Vriezenveen. De heer Stolte, aan u het woord. Wij hebben niet gezegd waar het nieuwe zwembad moet komen. Wij zeggen alleen, wij willen graag een voorstel hebben met een onderbouwing van de renovatie van de stamper en een voorstel met een uitwerking van een nieuw overdekt zwembad. En welke locatie mag er dan zijn? Dat is een vraag van u, heer Kolen. De locatie, dat weet ik niet. Daar gaan wij niet over. Maar daar hebben we het nu vanavond juist over. Dat is onderdeel van de visie om te kijken of dat misschien efficiënter is om dat in te passen in dat plan. Dus ik snap nog niet waarom u nou zo tegen dat plan bent. Want het ene is wat in die visie staat om te kijken om het zwembad op een goede plek te zetten waar we in de toekomst geen spijt van krijgen. Dat is het enige wat gevraagd wordt. Dus ik, het zal aan mij liggen, maar... Eerst over, aan u nog het woord. Dan dank ik u voor uw bijdrage. En dan geef ik vervolgens graag... Voorzitter, punt van orde. Omwille van de treinreis en aansluitende taxireis zou ik, als u mij toestaat, graag gehoor willen geven aan de oproep van Moeder Natuur. Met andere woorden, ik zou graag even gebruik willen maken van een korte schorsing om naar het toilet te gaan. Ik vind dat een prachtig verwoord, maar bij deze toestemming daarvoor. Ik ga ervan uit dat het gaat lukken in 3 minuutjes, Mark. Witte Adopatis is wedergekeerd van zijn klaspauze, dus dank voor het opwezen van ons Volker Belair. Dat nemen we mee en zoeken we op. En dan zou ik bij deze graag het woord geven aan de VVD-fractie, heer Kovers. Heer Kovers, aan u het woord. Ja, voorzitter, dank u wel. Maar wat moet ik hier eigenlijk nu nog vertellen? Met zo'n standpunt waar de GBT nu mee komt. De VVD die had kennis genomen van deze startnotitie, het Vitaal Sportpark. Daar zijn we zeer tevreden mee dat er juist vanuit de vereniging en vanuit de bevolking een breed gedragen initiatief is om te komen tot een visie. Hè, om te kijken van wat kunnen we daar doen. Dus het is eigenlijk allemaal nog maar heel pril. Maar nu komt de apel uit de mouw, want de kiezer krijgt wat hij wil met zo'n grote GPT-fractie die gewoon de complete bevolking en de verenigingen van Vriezenveen schoffeert. Ik vind het werkelijk nergens op lijken. Ik hoef daar verder ook niks aan toe te voegen. Tot zover uw bijdrage, heer Jacobus. Geef graag het woord aan de PvdA GroenLinks-fractie, de heer Reusken. Dank u wel, voorzitter. Ik wil het wat positiever opvatten dan de heer Jacobus. Maar laat ik eerst beginnen met dat multifunctionele sportaccommodatie. Als Partij van Arbeid GroenLinks steunen we dit initiatief om te komen tot een vitaal sportpark. Juist omdat het een initiatief is van sportverenigingen. Gericht op te zorgen dat er multifunctioneel gebruik komt van de verschillende sportaccommodaties. Verbinding tussen verschillende maatschappelijke opgaven, economische opgaven die er liggen. Verbetering van verkeersroutes, wat gaat leiden tot meer veiligheid. En bestuurlijke vitaliteit van samenwerking, heel belangrijk voor sportverenigingen. En mogelijkheden om te gaan werken aan duurzaamheid. En het enige wat het college nu vraagt... Naar mijn mening, en dat heb ik ook aan het GBT gevraagd, en daar heb ik gelukkig een ja op gekregen, is om te starten met een haalbaarheidsonderzoek. En volgens mij moeten we daarna pas het debat, moeten we pas daarna het debat voeren. En natuurlijk zitten daar vraagtekens
en kanttekeningen bij. Maar laten we die bespreken op het moment dat het haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd is. Dus wat mij betreft wordt nu de eerste stap, of wat mij betreft, wat betreft de Partij van de Arbeid GroenLinks, want ik ben niet alleen de partij, zeg ik dan, wordt nu gewoon een stap gemaakt met het uitvoeren van het haalbaarheidsonderzoek en wordt de Raad op het moment dat dat gebeurd is nader geïnformeerd en dan moeten we dat debat voeren wat al een klein beetje hier werd gevoerd. Maar laten we nou eerst het haalbaarheidsonderzoek uitvoeren. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel voor uw bijdrage, Jan Heusken. Dan geef ik graag het woord aan wethouder Paters. Voorzitter, dank u wel. Dank voor de vragen die gesteld zijn. En ik moet constateren dat een hele hoop vragen, hoewel begrijpelijk, maar echt prematuur zijn. We hebben het hier over niet meer en niet minder dan een startnotitie, waar inderdaad in de aangenomen begroting 50.000 euro is vrijgemaakt voor een gebiedsregisseur. En we wellicht, en die signalen zijn hoopvol, met cofinanciering van de provincie daar zelfs 100.000 euro van kunnen maken. Dus dat geeft alleen maar aan dat ook de provincie hier echt wel brood in ziet. Tegelijkertijd moet je ook constateren dat als wij zouden zwemmen in het geld, dan zou dit waarschijnlijk geen startnotitie geweest zijn, maar een raadsvoorstel. Maar we weten allemaal dat dat niet het geval is. Maar het is goed om dingen in beeld te hebben. Want dit betekent dat je goed duidelijk krijgt van wat willen we, wat kost het en wat gaan we doen. En ik ben altijd glashelder geweest en ik wil dat ook nu zijn, voorzitter. De opdracht is om te komen tot een nieuw zwembad. En het belang wat ik als portefeuillehouder heb, is de gedachten en de initiatieven die voortkomen uit het Vitaal Sportpark, daarmee niet te frustreren. Want het behoeft geen betoog dat het waarschijnlijk twee verschillende snelheden zijn. Dat wij eerder over zullen gaan tot de bouw van nieuw zwembad, komt zo op de opmerking van de heer Stolten, dan dat het hele Vitaal Sportpark gereed is. Dus als we dat doen, moeten we zulke dingen doen dat we daarmee het Vitaal Sportpark kunnen laten groeien. Ik heb ook steeds gezegd, en de initiatiefnemers weten dat ook, dat wij in de Vitaal Sportparkgedachte participeren. Dat doen we ambtelijk en zo af en toe spreken we elkaar, gelukkig ook, en dat is ook belangrijk. Maar de gemeente is geen trekker van het Vitaal Sportpark, omdat ik er ten diepste van overtuigd ben dat het Vitaal Sportpark alleen dan levensbestendig kan zijn en als het van onderop gedragen wordt. En hoe dat dan uitpakt, daar zijn we nu heel druk mee bezig, maar we zijn participerend en we zijn geen trekker van dit hele verhaal. Dus alle vragen die daarover gesteld zijn, over hoeveel woningen, komt het Rijk aan boord, wat mag het plan maximaal kosten, die zijn prematuur. Daarvoor doen we juist het haalbaarheidsonderzoek. En u mag een realistisch en evenwichtig voorstel verwachten. En daarmee proberen we alles mee te nemen. En dan kijken we ook naar één of twee sporthallen of wat dan ook. Dat we komen met een compleet verhaal. Dan concreet de vraag van de heer Stolten. Of ik wil komen met een plan waarin renovatie van de stamper of nieuwbouw is meegenomen. Ik wil kijken of renovatie van de stamper überhaupt mogelijk is. Want wij begrepen dat dat niet het geval is, technisch gezien. Maar we gaan wel kijken, en ik hoop dat u, als u daar informatie over heeft, dat u ons, dat u die met mij wilt delen, zodat we daar wellicht ook gebruik van kunnen maken en dat mee kunnen nemen in het haalbaarheidsonderzoek. En een voorstel voor nieuwbouw, ja, dat zal komen, daar mag u op rekenen. En het voorstel voor 1 juni 2019, ik ga u dat niet toezeggen. En ik ga daarom niet toezeggen, omdat wij zo snel mogelijk met het voorstel willen komen. En er is mij veel aan gelegen, zo niet alles, om dat voor het zomerreces te doen. Maar als het haalbaarheidsonderzoek vraagt om meer tijd, om zodoende tot een evenwichtiger, en u hamert daar terecht een paar keer op, een evenwichtig voorstel naar de Raad te brengen. Als dat meer tijd vraagt, dan wil ik die tijd nemen. En ik vind dat ik daarmee uw Raad ook serieus moet nemen, juist vanwege dat
zorgvuldig onderbouwde voorstel met bijbehorend financieel kader. Want dat is zo mogelijk nog belangrijker dan het voorstel wat we doen. Hoe gaan we dat betalen? Graag selecteer ik Velma even de gelegenheid nou voor zijn interruptie. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik was ook in de veronderstelling, en volgens mij ben ik niet de enige, dat inderdaad gezegd is dat de Stampen niet te renoveren is. We hadden het wel in ons verkiezingsprogramma staan, dat daar wel mogelijk is dat je de boel moet gaan renoveren. Maar blijkbaar gaat de innovatie zo snel tegenwoordig dat het nu wel mogelijk is. Dus van wie kwam het destijds af dat het niet te renoveren is? En dan is het toch wel vreemd dat dat naar voren wordt gebracht als geen mogelijkheid. En blijkbaar is dat nergens op gebaseerd dat het niet te renoveren is. Want blijkbaar kan een andere partij dat wel. Dus graag uw reactie. Heer Paters, aan u het woord. Ik kan, hoe begrijp ik ook, maar ik kan het antwoord op uw vraag niet geven. Omdat ik niet weet over welke informatie de heer Stolten het heeft dat het wel gerenoveerd zou kunnen worden. Pas als ik over beide beschik, kan ik daarin een afweging maken en dan ook duidelijk maken wat wel en niet kan. Als ik nu zeg, het kan wel gerenoveerd worden, ik weet het niet, dan zeg ik daarmee dat wij in de coalitieonderhandelingen wellicht zijn voorgelicht, verkeerd zijn voorgelicht. En als ik het andersom zeg, dan zeg ik dat de heer Stolten iets zegt wat niet klopt. Dus ik moet beide informatie hebben om het goed te kunnen duiden. Veldmeijer heeft een aanvullende vraag. Maar het klopt dus wel dat de informatie of dat de Stampen niet te renoveren was of is, dat vanuit de huidige coalitie komt, die informatie. Heer Paters. Nee, wij hebben in de vorming van de coalitie ons bij laten praten over onder andere over het zwembad. En daar is die informatie met ons gedeeld. Dus die komt niet, die heeft de huidige coalitie bereikt, maar is niet vanuit de huidige coalitie gekomen. Dat is een niet onbelangrijk verschil. Heer Veldmeijer, gaat uw gang. En hoe komen wij dan als raad aan de wetenschap dat de Stampen niet te renoveren was? Wie heeft dat dan met ons gedeeld? Heer Paters. Niemand? Nou, we hebben er niet het rapport wat wij gezien hebben. Ik weet niet of dat met de raad gedeeld is. Maar het is wel eerder met de raad gedeeld dat het niet gerenoveerd kon worden. In een vorige periode. Heer Kulder, u heeft ook een vraag voor de heer Paters. Gaat u aan. Pas wel niet in interruptie, maar de stukken zijn inderdaad in de vorige coalitieperiode al ook met de raad gedeeld. Er zijn inderdaad rapporten dat er toen de tijd gezegd is dat het niet kon. Maar even los daarvan. Dat was niet mijn vraag. Mijn vraag is, Bertrand, als u toch berichten krijgt dat het wel gerenoveerd kan worden, en u zou dat plan opnemen, dan ga ik ervan uit dat u dan de karttrekkers van de Vitale Parkpark in ieder geval daar van de hoogte stelt. U zegt, wij zijn er niet van, er zijn de karttrekkers. Ik ga ervan uit dat zij dat, want dat is voor hun natuurlijk een essentiële informatie. Dat is één. Twee, u zegt op de stellige vraag van de heer Scholten van 1 juli als deadline, want die 1 juli is volgens mij ook bedoeld om in ieder geval te kunnen realiseren dat zwembad voor het einde van deze coalitieperiode gerealiseerd is. Dat is een concrete vraag, want stel dat het dus later wordt, is dan het risico dat het zwembad niet binnen deze coalitieperiode gerealiseerd wordt? Heer Paters, aan u het woord. Nee, voorzitter, dat lijkt mij niet. Want een zwembad hoeft niet af te zijn. Het zou fantastisch zijn als het binnen deze coalitieperiode lukt. Daar gaan we ook voor. Dat hebben we ook opgeschreven, dat hebben we niet zomaar gedaan. Maar als uiteindelijk een maand na de volgende gemeenteraadsverkiezingen het bad geopend wordt, hoor je mij ook niet klaar. Maar ik wil het wel heel graag in deze periode. Dat lijkt me duidelijk. En om op uw eerste vraag te beantwoorden. We hebben tot nu toe heel open, heel constructief met de initiatiefnemers van het Vitaal Sportpark gecommuniceerd. En als nieuwe informatie aanleiding geeft om dat opnieuw te doen, dan zullen we dat blijven doen. Daar zijn we mee begonnen en ik ben niet van plan daarmee op te houden. Ik neem aan dat u dat dan inderdaad op korte termijn doet. Want als dat inderdaad, want het zou jammer zijn, maar ze moeten voor, ik dacht 1 april moeten ze nu een stuk aanleveren. Want dan wordt de tijd wel heel kort. Dus ik ga ervan uit dat u dan binnen in ieder geval een aantal dagen die informatie ter beschikking stelt. Ik moet eerst zien wat de informatie is. Ik weet ook wat er ligt. U weet dat ook vanuit de vorige periode. Dus ik moet zien of dat
of dat aanleiding geeft om, om dingen te herzien. En ik kan dat op dit moment met de beste wil van de wereld, voorzitter, kan ik die vraag niet beantwoorden. Maar zou het dan niet terecht zijn dat in ieder geval de datum, de deadline... Ja, sorry, ik hoorde voor jou even een vraag, dank u wel. Sorry. Een laatste interruptievraag voor u. Nou ja, maar ik vind het wel belangrijk, want we als de initiatiefnemers zitten hier. Mensen die in de vrije tijd een aantal dingen doen, die worden een deadline gesteld. Op het moment dat er nu een tijd nodig is om die duidelijke informatie naar te verstrekken, zou ik wel op prijs stellen dat in ieder geval die tijd ook aan hun gegeven wordt, maar niet later met een deadline te komen. Dat zou wel de wet altijd wel zieren. De heer Paters, aan u het woord. Dat lijkt mij niet meer onlogisch, voorzitter. De heer Jonker, is ook een vraag voor de heer Paters. Stelt u. Dank u wel, voorzitter. Even voor de helderheid, voordat deze coalitie van start is gegaan, heeft de informateur ook gezegd dat er eerst duidelijkheid moet komen over het zwembad. En voor mij is het vanavond allemaal wat onduidelijker geworden. Staat de afspraak van het coalitieakkoord gewoon klip en klaar? Er komt gewoon een nieuw zwembad en dan wel in Zuid-Vriezenveen? Dat blijft gewoon staan? Of is dat nog een keer weer no way? De heer Paters, aan u het woord. Voorzitter, laat ik het zo zeggen. Ik heb vooralsnog geen reden om af te wijken van het coalitieakkoord. De handtekening die staat eronder van beide fracties, van beide partijen. En dat is wat wij als college met z'n allen eendrachtig zoveel en zo goed mogelijk ter uitvoer proberen te brengen. Dat was het, voorzitter. Oké, dank u wel, heer Paters. Kijk ik de fractie rond, of in ieder geval de gemeenteraad rond, ja. Voor de tweede termijn. Ik voorzitter, het niet. Ik ben nog twee dingen vergeten over de groene jager en de zandstuffen. Ik denk dat het goed is om een vervolgvraag daarover te voorkomen, dat ik die toch nog even meeneem. We hebben inderdaad voor de groene jager en de zandstuven, staat wat opgeschreven in het coalitieakkoord. We zijn met beide stichtingen volop in gesprek. Dat betekent dat we bij de groene jager kijken van welke duurzaamheidsmaatregelen kunnen genomen worden. Daarbij kijken we ook naar de kosten, uiteraard. En daar staat uit mijn hoofd. Volgende week dinsdag een vervolggesprek gepland met de stichting. En als we kijken naar de zandstuven, naar Aquapark de Zandstuven, daar hebben we de kaders helder van wat wil de gemeente maximaal doen. De wens van de stichting is heel erg om te komen tot een glijbaan, omdat men ervan overtuigd is. En ik denk ook wel terecht dat dat uiteindelijk zal zorgen voor een toename van de bezoekersaantallen en dus uiteindelijk een positieve beïnvloeding van de exploitatie. En we zijn nu aan het kijken, en die vraag hebben we echt bij de stichting neergelegd, van ga op zoek naar het zijn nieuw glijbaan of een goede gereviseerde. En dan kunnen we daar zo snel mogelijk spijkers met koppen slaan. Maar het kan best zijn dat het met de een binnen een maand gebeurt en met de ander over twee maanden. Dus dat hoeft niet per se, en dat is ook niet de bedoeling van de startnotitie, hierin meegenomen worden. Maar zo gauw daar nieuws over is, dan hoort u dat uiteraard van ons. Dank u wel nog, heer Paters, voor deze nabrander. De ChristenUnie-fractie heeft zich gemeld voor de tweede termijn. En de GBT ook. En de CDA. En de CDA-fractie, sorry. Geef ik eerst het woord aan de CDA-fractie. Heer Kulder, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik wil de wethouder in ieder geval bedanken voor zijn opene en transparante antwoorden. Ik wil toch nog een pleidooi doen van, ook naar de GBT-fractie toe, van nou, alsjeblieft de ultieme kans die hier nu voor ligt. Het initiatief vanuit de burgers. De mensen zitten hier, maar we weten van nabij dat ze ontzettend veel tijd in de energie gestoken hebben. Ze hebben allerlei partijen betrekken erbij. Laten we alsjeblieft die mensen een kans geven en laten we nu gebruik maken van de mogelijkheden die nu liggen. En dat het zwembad daar prima in past, helder. En dat het geld gekost, prima. En dat er besluiten komen, ook helder. Maar laten we nu deze kans voor de toekomst niet laten liggen. Daar wou ik graag bij laten. Dank u wel. Meneer Kulder, dan geef ik graag het woord aan de heer Smelt van de ChristenUnie. Meneer Smelt, aan u het woord. Ja, voorzitter. Dan wordt het wel heel erg spannend als je als coalitiepartij niet aanmeldt voor de vragen die de PVV wenst te stellen. En onze termijn, in de tweede termijn, was ook gericht op hetgene wat u vroeg. De PVV-fractie stelde namelijk, wil graag weten hoe de partijen hierin zitten. En dat was u een veranderde vraag, daar hebben we ons gebaseerd. Maar goed, tijdens de eerste debatronde,
werden wij uitgenodigd ook door andere fracties om aan te geven, maar hoe ziet de coalitiepartner de ChristenUnie hier nu in? Nou, ik denk dat het goed is om daar dan nog wat helderheid over te geven. De ChristenUnie heeft in de vorige coalitieperiode mede het initiatief genomen om het Vitaal Sportpark aan de sportvisie toe te voegen en daar dan ook visie voor te laten ontwikkelen. Overigens geldend voor alle kernen van Twenteland, maar te starten in Frieseveen, omdat daar reeds een initiatief voorbereid werd. De ChristenUnie heeft tevens afgesproken in haar coalitieakkoord hoe ze samen met de GBT invulling wenst te geven aan de nieuwbouw en de locatie van het zwembad. Daarbij zien we als fractie vele kansen in het gebied en daarbij ook de multifunctionaliteit op Sportpark het Midden. Om concreet invulling te geven aan de kansen en mogelijkheden in dat sport, op het gebied van Sportpark het Midden, is het nu heel verstandig van het college deze zoektocht en opdracht verder weg te zetten bij een gebiedsregisseur. Financiële haalbaarheid komt dan meer in beeld, evenals de kansen op inverdiensten in het kader van mogelijke woningbouw in het gehele gebied. Er zijn vele vragen om de verdere stap in het proces goed te doen. En het is heel verstandig om dat aan een expert over te laten en breder te verkennen welke kansen en mogelijkheden we als gemeente dan ook hebben. We zijn en blijven van mening dat grotere en verstrekkende onderdelen uit het initiatief het verdienen om van alle kanten goed belicht te worden. Het initiatief verdient dat. Onze visie is en blijft afgesproken in het coalitieakkoord als eerste voortgang te boeken in het proces rondom het bouwen van het nieuwe zwembad, omdat de huidige stampen met haken en lussen in de benen wordt gehouden en we niet langdurig de veiligheid van de bezoekers en de verenigingen kunnen waarborgen. Er zijn meerdere mogelijkheden en die willen we in kaart gebracht hebben. Dus wat dat betreft is het credo wat ons het college door te werken met 1. Het voorbereiden van een voorstel rond het bouwen van een zwembad. Ja, de kans rondom tevens direct aan het besteden van een zwembad zou mooi zijn, maar er is geen eis afgesproken in het coalitieakkoord. Dus, voor u wethouder, rest er maar 1 ding. Datgene wat we afgesproken hebben als eerste in een raadsvoorstel naar de raad te brengen. En daarmee heb ik denk ik alle vragen die gesteld zijn beantwoord. Dank u wel. Dank u wel, meneer Smelt, voor uw bijdrage. Ik geef graag het woord aan de GBT-fractie, de heer Stolten. Terwijl het alarm afgaat, maar die wordt ongetwijfeld zo meteen weer uitgedaan. Ik vermoed dat er een boor onderweg is om het alarm uit te doen, in ieder geval dat hoop ik. Dus ik stel voor dat u eventjes wacht met uw bijdrage en zolder, zodat we het allemaal verzoenlijk kunnen verstaan. Heer Stolten, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Zoals gemeld, wij zijn niet tegen het onderzoek, want daarvoor is op 13 maart het amendement aangenomen. En er is een raadsbesluit en daar hebben wij respect voor. Wij willen, zoals aangegeven, wel graag zien wat de verschillen zijn tussen de voorstellen en enerzijds renovatie en anderzijds nieuwbouw. De datum van 1 juni willen wij wel omzetten naar zo snel mogelijk, zoals de wethouder aangeeft. En wat ons betreft komen wij dan tot een goed besluit. Dank u wel. Dank u wel, heer Stolten, voor deze bijdrage. Ik weet niet of de wethouder Paats zich nog geroepen voelt. Er zijn inderdaad geen vragen gesteld. Dan denk ik te kunnen concluderen, er ligt namelijk geen voorstel, dat ook dit punt op dit moment niet voor verdere agendering in aanmerking komt. Maar het moet wel duidelijk zijn dat de gebiedsregisseur goed wat werk te verzetten heeft. En dat we hebben toezegging gekregen vanuit het college. Dat wachten we af en komt zeker tot uw raad. Wens ik u voor nu, zolang de avond nog duurt, een fijne avond toe nog. En dank voor uw geduld.